The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. ik ben hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zend de gesteer. Naar de feest. Ribbels de the... kummelen daarna. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to the AA. Onze gast vandaag is een filosoof, en volgens zijn Wikipedia pagina ook Scepticus. Hij was wetenschappelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep Wijs, Begeerte en Morele Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is kernlid van de onafhankelijke denktank Liberalis. Niet dat? meer, trouwens. Niet nee, meer. Dat die is aan... die tank, denktank bestaat nog wel, maar ik, ik, ik maak er geen deel meer van uit. Hij ook. maakt er geen deel meer van uit. Dat is een duidelijk. Staat nog ook Wikipedia? Of? Dat staat er nog altijd toe. No nou. hard feelings. Dat trouwens, is trouwens. Helemaal ik ben, ben nog altijd liberaal gezend, maar ik, ik, ik heb net. Teruggetrokken uit alle verenigingen. Dus als je nog andere verenigingen gaat opzoomen... Die begon dus ik al niet meer opzommen dan. Maar u schrijft nog wel columns voor de morgen van tijd tot tijd, neem ik aan? Of dat ja, maar dat is meer. geen vaste column. Dat zijn zo ja, regelmatig. Maar dat bijdragen. doe hij wel van tijd ja, tot ja, tijd. Ja, ja. Hè? Ja, hij is ook auteur van verschillende boeken. waaronder het zeer succesvolle Illusies voor Gevorderden. waarom de waarheid altijd beter is. En zijn nieuwste boek heet Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Welkom Maarten Baudry. Hallo, dat was uw inleiding. Kijk kijkt mij zo aan. Dat ja, ja, ja. zeg dan ga je hier allemaal. Dat doen ik de, de, meestal. De maar het is wel cool. Wel. Dat, dat klopt ook perfect bij u dat jij mij ook al onderbreekt tijdens aankrekt, de ja, ja. inleiding. En als we het van. Ja. ja, maar dat is eigenlijk. Dat is een uh... kleine correctie, ja. <laughs> Waarom de waarheid altijd beter is, vind ik een heel interessante titel. Dat je daarbij illusies voor ja. je vorderde zit. Dus is dat iets wat jij altijd hebt gevoeld? Is dat iets als je op zo'n jonge leeftijd. Eigenlijk filosoof zijt en u daarmee bezighoudt, ik vraag me even. Wat is dat niet die altijd in u gezeten, eens? Of die een drang naar de waarheid, naar onverbloemdheid? Naar... Uh, ik denk het wel. Misschien dat andere mensen het eerder bij mij bespeurd en dan, dan, dan ik bij mezelf. Uh, van, ik, ik, ik herinner mij nogal vaak dat uh, mijn ouders of ook andere mensen zeiden. als ik met de lastige vragen kwam ofzo, of zo. of te abstract of filosofische vragen. van: ah, daar is onze filosoof weer. Uh, uh -huh. En, en dan, ben ik waarschijnlijk, dan is mij waarschijnlijk uh, naderhand beginnen dagen van. ja, inderdaad. <laughs> dus de, dit zijn blijkbaar filosofische vragen die ik stel. Ja. Ik stelde gewoon vragen en die bleken dan uh, filosofisch te zijn. Uh, ja, filosofie betekent letterlijk ook de, 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 de waarheidsmenaar, uh, dus de, ja. het, het liefhebben van de waarheid. Um, de, ja, je, hebt, je hebt de, de, de filosofie in, in, het, in het algemeen, um, dus da, daar, ben ik, daar heb ik mij altijd uh, aangetrokken toegevoegd. Uh, maar ja, binnen de filosofie natuurlijk ook andere, verschillende opvattingen over waarheid, um, mm -hmm. ook van, van, bij het, bij het uh, antieke Griekenland. Als je, de, dus de mensen die, uh, die vonden dat de waarheid altijd beter was, die gewoon steeds meer kennis wilden vergaren over de kosmos en over de, de mens zelf. Maar er is ook een soort van tegenstroom in de filosofie die denkt dat, uh, dat, dat, dat de waarheid soms zo kwetsend kan zijn of zo pijnlijk, dat het beter is om haar niet te kennen. Uh, er is zo'n dialoog van Plato waar ze het hebben over, uh, over nuttige, dus heilzame illusies, uh, mm -hmm. dat met name religie, eh, dat er ooit... Uh, een wijze man is geweest die mensen heeft wijsgemaakt dat er, uh, dat er goden bestaan. En uh, daar klopt geen bal van, dus die goden zijn er niet. Maar dat is uh, nuttig voor de samenleving om mensen uh, bij elkaar te houden. En ik heb altijd de intuïtie gehad uh, dat de waarheid, wat die ook inhoudt, want de, dat, dat is soms. Uh, kan doen en, en mm -hmm. kwetsen of verontrustend kan zijn, dus dat, dat ontken ik niet, uh, maar dat het hoe dan ook altijd beter is uh, om de waarheid te kennen, zowel over jezelf uh, als over de kosmos, omdat je dan tenminste weet waar je aan toe bent. Mm -hmm. uh, als je jezelf toelaat om in illusies te geloven, dan weet je eigenlijk niet goed dat je uitkomt, want het het, uh, dus, het, 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 het het probleem met illusies is dat je, dat je niet weet wanneer dat je er door bevangen bent, dus je gelooft natuurlijk dat, je denkt niet van, ah oké okay, de, 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 deze overtuiging van mij is een illusie maar als je dat zou zeggen, dan spat ze meteen uit dus, mm -hmm. dus als je door een illusie bevangen bent, dan weet je het zelf niet, andere ja. mensen kunnen het eventueel wel aanwijzen, maar um, uh, dus het probleem is uh, als je bijvoorbeeld in God gelooft, dat dat allemaal vrij onschuldig kan lijken maar, dat, maar, maar met, het, het, het kan zich gaan vertakken in, in, in uw wereldbeeld uh, en tot overtuigen of tot vormen van gedrag gaan leiden die wel degelijk gevaarlijk zijn. Um, in mijn boek heb ik ook een hoofdstuk over uh, het, het gevaar van dus ideologische waanbeelden, dus waanbeelden mm -hmm. over, over de kosmos. Daar, daar, uh, daar zie ik eigenlijk religie als een onderdeel van. Dus ik, ik heb het over seculiere ideologieën zoals communisme en ook uh, bijvoorbeeld jihadisme. Dus uh, mm -hmm. waanbeelden over het uh, martelaarschap en over de hemel en hel. Uh, dus uh, een, 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 een illusie als ah hier is een boek en dat is afkomstig van een, een op dat kan onschuldig lijken, omdat je kan denken: ah, maar misschien geeft dat mensen uh, uh, geeft dat betekenis aan hun leven ja. of kunnen mensen daar. Want dat is toch uh, iets dat veel putten? mensen zouden kunnen zeggen: hè? ik denk dat het grootste argument voor uh, godsdienst vaak komt. Van mensen die zeggen: Ja, maar het geeft soms mensen gewoon steun in moeilijke tijden. Precies. En is dat dan, is dat is dan een slechte so. zaak? Of is dat, dan... dat is geen slechte zaak, uh -huh. maar je weet nooit of het daarmee zal eindigen. Ik zou ja. misschien een, een, uh, een ander voorbeeldje geven, dus los van religie, dat het zal verduidelijken. Uh, geloof in homeopathie. En laten we ja. er nu vanuit gaan dat homeopathie <laughs> bullshit is. Yeah. Uh, for the sake of the argument. Uh, is het is 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 onschuldig? Kan het ook bepaalde voordelen hebben? Wel, ja, want we, we weten dat uh, het, als mensen echt rotsvast van overtuigd zijn dat ze een pil slikken, dat die pil werkt, dan zullen ze zich ook beter voelen. Een nou, dus, placebo-effect. Dus je, 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 je hebt een placebo-effect. Ja. Ja. Uh, dus, dus het onmiddellijke, korte termijn-effect van het geloof in homeopathie is wel degelijk uh, nuttig. Zoals trouwens ook geloof in eender welke. Dus het placebo-effect uh, werkt zowel voor uh, echte pillen waar iets in zit als pillen waar niets in zit. Dus je hebt sowieso altijd het effect van het geloof in de pil zelf. Mm -hmm. um, nu, dat, dat is dus vrij onschuldig en zelfs heilzaam. Uh, maar het probleem is dat geloof in homeopathie zich kan gaan vertakken en dat het moeilijk is om dat de haal toe te roepen. Omdat iemand die erdoor bevangen is, ja, die denkt gewoon logisch na binnen zijn eigen geloofssysteem. En het een leidt tot het ander. Dus je hebt dan mensen die zeggen: Ah, oké, okay, ik heb nu een homeopathisch pilletje geslikt tegen de griep. En ik heb het gevoel dat dat werkt, en ze worden gesterkt en hun overtuiging. En voordat je het weet, gaan ze bijvoorbeeld uh, een reis gaan maken naar de tropen en nemen ze homeopathische pilletjes tegen malaria. Die bestaan ook. Ja. En dan kan je natuurlijk niet tegen die mensen gaan zeggen: van, ja, oké, okay, je mag wel in homeopathie geloven, maar. Maar daar, maar, werk maar, daar, daar, niet daar voor. werkt dat niet. Nee, want ja. de, de logica dwingt hen natuurlijk om te zeggen: ja, maar als homeopathie werkt, dan werkt het ook voor die andere aandoening. En hetzelfde punt kan je dus toepassen op religie. Het geloof in, in, in een opperwezen kan inderdaad um, zin geven aan een leven of kan mensen uh, een existentiële angst bezweren of wat dan ook. Daar is ook wel wat onderzoek naar. Maar het probleem is dat je niet weet waar je uitkomt. Um, dus dat, eens dat je begint met dat soort illusies op te doen kan je, bij wijze van spreken voor, voor hetzelfde geld uh, plots denken dat, je, dat, dat God bepaalde zaken van jou verlangt en als je dat niet doet, dat je in de hel gaat terechtkomen. En dan kan ja. het wel gevaarlijk worden. Mm -hmm. en, uh, dus het is een soort van hellend vlak. Dus je begint met iets dat onschuldig lijkt, maar dan begint dat zo zich te, zich te vertakken. En voordat je het weet, uh, kom je in gevaarlijke toestanden terecht. Vandaar dat ik zeg, dus als je, de, de, dat is het voordeel aan de waarheid. De waarheid is je beste vriend. Uh, dus uh, als je... Als je, uh, als je neerlegt bij het feit dat er geen god bestaat, dat er geen hiernamaals bestaat. Oké, okay, dat is misschien even slikken. Mm -hmm. Oké, okay, we zijn allemaal sterfelijk en zo. En, en, en dan moeten we er hier het beste van maken. Maar uh, het voordeel is wel dat je dan, dat je dan weet waarom je... Uh, Waaraan je toe bent. En dat je niet gevaar loopt dat je bevangen door waanbeelden. allemaal gekke dingen gaat doen. Zoals denken de, bijvoorbeeld ook dat. We eh, moeten het niet altijd over jihadisme te hebben. Je hebt ook christenen die denken. Mm -hmm. eh, dat, um, eh, dat als hun kinderen ziek zijn. dat ze niet naar de dokter moeten gaan. maar dat ze uh, door de kracht van het geloof. dus door te bidden. Uh, hun kinderen kunnen genezen. Christian mm -hmm. Scientist bijvoorbeeld in de, ja. in de Verenigde Staten. Die mensen geloven ook in God. Uh, maar dat geloof is, ja, heeft, 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 heeft bepaalde neveneffecten. die wel degelijk uh, schadelijk zijn. Dus het is. Um, illusies kan je zien, ik heb daar ook een, een als ik lezingen geef, geef ik daar zo'n afbeelding van, uh, illusies van zelf, zelf overschatten. dus je zelf overschatten, dat kan je een goed gevoel geven, maar je kan ook domme dingen gaan doen uh, als je jezelf overschat. Ja. Uh, uh, je kan een, je kan een, een Ik haal de overkant gaan, van dat tak wel door. Ja, door ja precies, precies, dat is een extreem is. voorbeeld ja. van <laughs> mensen die denken dat ze kunnen vliegen, ja precies, ja. Die, uh, die gewoon roekloze uh, zaken gaan doen, dus uh, zelfoverschatting kan je een goed gevoel geven, maar uh, pas op, een overdosis kan wel degelijk uh, schade toebrengen, en het punt is, en dat is dus het, de, de paradox van illusies, als je door een illusie bevangen bent, dan weet je ook niet goed waar dat je die grens moet trekken. Mm -hmm. Dus een dokter bijvoorbeeld, die kan wat tegen jou zeggen, zeg, manneke, uh, homeopathie voor de griep, dat is oké, okay, want in de griep kun je kunt daar toch niks tegen doen, je moet dat uitzieken. Dus als jij je pillen pakt en jij denkt dat je dat beter doet voelen, uh, dat is allemaal prima. Uh, en een dokter kan een oogje in het zeil houden, omdat hij niet door de illusie bevangen is. Hij weet, hier is het Onschadelijk, dus, en hier kan het zelfs een goed gevoel geven enzovoort. Maar op het moment dat je naar de tropen trekt en dat je je pillen teg neemt tegen, tegen malaria, dan wordt het wel gevaarlijk. Dus om ervoor te zorgen dat illusies niet gevaarlijk worden, heb je eigenlijk al, altijd iemand nodig die een oogje in het zeil houdt en die kan zeggen van, Hou, wacht, hier oplet. En dan nog, mm -hmm. want die, die dokter kan dat wel zeggen, van, de pillen tegen malaria, dat gaan we niet doen. Maar, maar ja, die, die patiënt kan natuurlijk nog altijd doen wat hij wil. Dus, dus ja. om, als hij overtuigd is van de werken van homeopathie, dan is er logisch gezien geen reden waarom hij het voor het ene wel en voor het andere niet zou gebruiken. Dus altijd opletten geblazen met de uh, illusies. Een ja. beetje een lang antwoord. Ik weet, ik ben de vraag wat kwijt ook. Maar is, waarom de waarheid <laughs> dan altijd mag, beter dan is. Mag, he, ja. niet waarom ja. de waarheid altijd beter is. De waarheid is natuurlijk wel een redelijk heftig begrip. Hè, want ja. dat is, um, ik, ik, ik kan me zo voorstellen: als je in een debat gaat met mensen die religieus zijn dat die waarschijnlijk meteen zullen terugkaatsen met, jij zegt dat wij niet kunnen bewijzen dat ja. God bestaat, maar jij kunt ook niet bewijzen dat hem niet bestaat. Zo. Ja. Das, hey? aber, da, en dat die dat beschouwen als, als een soort, ook een soort waarheid. Precies. Aber, maar het, het interessante aan die discussie over, uh, over illusies is dat je eigenlijk uh, uh, wat, wat dat filosofen een metasprongetje uh, noemen, dus je kan een metasprong maken, je kan eigenlijk de discussie naar een, naar een hoger niveau tillen en niet zozeer over het bestaan van God zelf praten, maar over de vraag... Ongeacht of hij nu bestaat of niet, zouden we het willen weten. Ja. Dus is de waarheid, ongeacht wat hij voor ons inhoudt, ja. altijd beter? Dus um, ik, vanuit mijn standpunt van, uh, uh, als atheïst, zeg: ja, de waarheid is altijd beter. Als God bestaat, stel dat ik me echt totaal vergis en hij bestaat wel. Ja, godverdomme, dan wil ik het wel weten. Ja, ja. ja, dat dat is wel is zo één van had de. Belangrijkste. Gedrag, dan ga ik mijn gedrag al enigszins ja, ja, moeten aanpassen. Ja, dat is dat. Ik op wat, dat, wat dat ik in, wat dat ik in mijn slaapkamer doe en zo. Ja, ja. Dat, 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 dat ik zijn, zijn toren niet weg en zo. Ja. Uh, dat ik uh, dat ik niet straf word en het hiernaam. Had. Ja, precies, uh, ja, goed. Meteen. Ja, ik, meteen. Weet, ik weet niet of er, Ik ben natuurlijk beïnvloed door de, de, de goden waarmee ik opgegroeid ben en zo. En die hebben nogal een obsessie met wat de mensen doen. Bij welke de goden zit jij opgegroeid met de, de katholieke katholieke goden. Niet masturberen en zo en. Oh, really? Ja, ja. Doe jij dat echt meegeven? Nee, niet, niet. Maar wel het, het, het zonde besef van uh, ja, dat, 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 dat seksualiteit een domein is waar uh, dat eigenlijk een beetje verboden is. Dat, ja. dat, dus dat merk je niet specifiek van dat mag je niet doen, of dat mag je niet doen, of homoseksualiteit is verkeerd. Maar wel in, in het algemeen zo het, het, het gevoel dat dat iets is waar je over moet schamen. Mm -hmm. En dat God, God wel. Ja, hij, hij, hij gedoogt dan misschien wel, zo, als het in functie staat van de voorplanning. Maar voor de rest, eh, doe maar zo weinig ja, mogelijk. Hè, zo. Ja, dat is, Geniet er maar vooral niet ja, van. Ja, vooral, precies. Ja, ja. Ja, want dan is het, dan is het verdacht. Hè. Dus het, 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 het idee dat ook geneugten zondig zijn, dat is sowieso verdacht. In. Ja. Maar, eh, dus... Uh, terug naar het punt over uh, het, bestaan, het bestaan van God zelf. Ik als dat eerst zeg, uh, ik, ik geloof dat hij niet bestaat, maar als hij bestaat, als ik mij vergis, ja, dan wil ik het echt wel weten, want van, dan wil ik weten waaraan ik toe ben. Ik wil niet zo plots voor een voldongen feit staan als ik uh, aan de poorten van uh, de hemel klop en Sint-Pieter zegt ah ja, je had het kunnen weten. <laughs> dus, uh, ja. dus, uh, Wie was dus dat... dat ooit dat dat gezegd dat God, jij weet dat, want jij is zo'n encyclopedie van kennis op dat vlak, maar dat heeft ooit iemand, uh, Christopher Hitchens heeft dat ooit eens gezegd in een in een debat dat je zei van uh, uh, dat er iemand onder hemelpoort aankomt en dat God zegt Why didn't you believe in me? En dat je zegt You should have given me better evidence. Ja, yeah, dat is Bertrand Russell. Yeah. Sir, you did not give us enough evidence. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Ik heb, ik heb daar ik heb onlangs vermeld uh, in mijn in, in, in memorie wat ik geschreven heb voor, uh, voor Etienne Vermeers, dat, waar, waarin dat ik mij voorstelde, als Etienne aan de hemelpoort zou komen, zou dat hij waarschijnlijk nog niet eens zo vriendelijk zijn. Zou hij meteen zo ja, ja. <laughs> met getrokken klauwen van... Uh, en nu ga ik u een keer uitleggen waarom dat, uh, dat geloof irrationeel is, en dit en dat, en dan premissen opzommen enzovoort. <laughs> Terwijl dat Russell nog zei van, ja, sorry, kijk, ik had wel gewild, maar mm -hmm. hè, had je mij wat meer bewijzen gegeven. Oh. Uh, zwart. Dus als God bestaat, zou ik het willen weten. Uh, mm -hmm. En ik kan... Dus eigenlijk uh, een vergelijk vinden met iemand die in God gelooft. Uh, van, vanuit die, 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 die liefde voor. of enfin, liefde, uh, voorkeur voor, uh, voor de waarheid. Dus iemand die gelooft dat God wel bestaat. Uh, die kan dus eenzelfde standpunt innemen, van kijk, ik geloof dat hij bestaat, maar als ik me vergis, dan wil ik het ook wel weten. Dus dan, ja. dan, dan vinden wij allebei dat de waarheid altijd beter is. We hebben, al, we hebben gewoon een andere invulling van wat de mm -hmm. waarheid inhoudt, maar we vertrekken wel van hetzelfde uitgangspunt, namelijk dat, dat we de waarheid willen kennen. En dat is iets, dus vrij... Dus, 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 dus daarom ook dat ik in mijn boek wat abstractie maak van de vraag of God al dan al niet bestaat, omdat ik eigenlijk vooral de vragen wil stellen... Wat de waarheid ook is, willen we ze weten of niet. Maar je hebt mensen die, die dus een totaal andere intuïtie hebben. Die zeggen. Ja, nee, uh, de, 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 uh, soms is het beter uh, om iets te geloven dat, dat, dat niet waar is. Dus je hebt ook gelovigen ja, ja, die ja. zeggen: van ja, kijk, ja. Ik, ik geloof in God. Maar zelfs als hij niet zou bestaan, dan zou ik het eigenlijk niet willen weten, want dan leef ik nog altijd liever in de waan. Of toegepast op het persoonlijk leven. Je hebt mensen die zeggen: van kijk, uh, die tegen een, tegen een vriendin of tegen een vrouw zeggen: van ja, als je mij eens bedriegt. Je moet het mij niet achteraf komen zeggen. Doe ja, het liever niet. Ja, ja, ja. Maar als je het toch doet, dan, dan, dan wil ik het liever ik niet weet weten. Het liever niet. Of ja. heb ik een ongeneeslijke ziekte? Uh, dokter, het is goed. Je mag je testresultaten ja. weer, uh, weer, weer mm -hmm. opbergen. En ik heb. Dus een deel van mijn fascinatie uh, over die kwestie is eigenlijk ontstaan vanuit het idee... Dus die, die intuïtie die ik heb van, ah, oké, okay, ik wil altijd de waarheid kennen, die deelt niet iedereen. Dus je hebt mensen die echt zeggen van, uh, ik wil niet weten dat mijn, mijn, mijn vriendin mij bedriegt. Ik wil niet weten of dat, of dat God bestaat of zo. Of de hel, nee, daar dat, dat moeten ze mij niet mee lastigvallen. Ik wil niet weten wanneer ik ga doodgaan. Bij mij lijkt het zo, stel je, stel je iemand u. Je hebt die film, Le uh, Tout Testament, van uh, ja, ja, Jacques met van Dornen. Benoit Poel voor Ja, zeker. precies. Ja, ja. Uh, daar, daar is zo. Op zich is de film niet zo goed, maar dat is wel een, een mooie scène waarin. Uh, ja, zogezegd, God woont in Brussel. De vrouw zoiets, van God, ja, ja, ja. God ja. woont in Brussel. En zijn vrouw dringt op een bepaald moment uh, zijn uh, controlekamer binnen om daar te kuisen. of zo. Dus ze is daar wel aan taststoffen. En plots zet ze een of ander mechanisme in werking, waardoor uh, de voorziene sterfdatum. Van, van alle mensen op aarde, uh, wordt onthuld. En alle mensen krijgen dus een sms met een datum op. En dus, van de, de, <laughs> dat voor de ene is dat nog, nog binnen 30 jaar. En voor de ander is dat dan, dan nog binnen ja, dus nog een halve minuut of zo. En dan zie je ja, ja, ja. een vleugelpiano die gewoon zo uh, op, hem, uh, op hem neerstort. En het, de, de paradox is natuurlijk ook, dus de mensen die, die, die te horen krijgen van, ah, uh, je hebt nog 20 jaar te leven, ja, die beginnen plots uit het raam te springen. Uh, want ze zijn toch onsterfelijk tot wanneer het moment gekomen is. En dan, ja, uh, net wanneer ze uit het raam springen, passeert in een camion met matrassen ofzo, ja goed. Ja, 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 ja. Uh, dus het, het voordeel natuurlijk, en dat is iets wat mensen ah, het is dat ook, ze geen Ze kunnen het niet hebben. veranderen, dat is wel ze grappig. Ze kunnen het niet veranderen. Het is niet dat eruit springen en, en denken, uit, uit die arrogantie omdat ik nu de waarheid ken ben ik, ben ik vrij en kan ik doen wat ik wil. Dat is eigenlijk een klein beetje... Uh, wel, uh, ja, ja, precies. Het dus, dus, ja. is iets dat echt is een voorbestemdheid, dus je hebt je eigen lot niet in handen. Dus als God bepaald heeft dat je pas binnen 20 jaar zal sterven. Dan zal het zo zijn. Ja. Um, dus, en dat is ook dus de keerzijde van de medaille. Is, uh, dat, dat is de, ook de, de reden waarom ik zou willen weten uh, dat ik ga, de, wanneer ik ga sterven. In het slechtste geval, ja goed, heb ik een onheerstelijke ziekte en sterf ik volgend jaar of zo. Dan weet ik nog altijd liever wat ik aan toe ben. Maar uh, zou het, je het meest waarschijnlijk is dat. De ik... exacte sterfdatum, ja, zou je dat willen weten? Precies. En het is daarom, omdat, kijk, als je die weet, okay. dan weet je ook dat je in de tijd daarvoor. Ja. Dan kan er eigenlijk niks over komen. Dus daarom ook dat het paradoxaal. Dus daarom kan het natuurlijk ook niet, want je kunt altijd onder een bus lopen, natuurlijk. Ja. Uh, dus je kunt niet, je kunt, je kunt, niet, ja, je kunt de toekomst niet op Oké, okay, deze mijn, is wel mijn heel mijn, interessant. als ja. jij zegt, oké, okay, ik weet mijn sterfdatum. Ik weet dat nu exact, for a fact, die een dag kon ik dood. Stel dat is binnen 20 jaar. Je ja. tijd. Het is niet volgende week. Hè. Dat is een enorme Je hebt twintig jaar tijd en jij weet van, oké, okay, ik kan hier nog even blijven gaan. Wat zoude jij dan doen dat jij nu niet doet? Wat zijn de dingen waar je van zegt, daar zou ik mij dan niks niet meer van aantrekken? Wel, als het, dus, uh, dus binnen 20 jaar is dat idee. Bro, uh, mag niet die is zelf in, maar, al, in ik 30 jaar. Bevormen, een, als ik binnen 20 minuut. jaar dood ga, dan, weet, ah, dan moet ik al niet meer aan pensioensparen doen. Dat is alleen iets, dat is wel goed om te weten. <laughs> Uh, dan, Oké, okay, dan kan ik nog. Ik kan Good er nog point. een boek of drie schrijven ja. of zo. Uh, ja. ik, ik moet, dus, het, is heel, het is heel praktisch eigenlijk. Ik moet geen project meer aanvatten die langer dan 20 jaar duurt. Ik moet ook zorgen dat ik alles wat ik nog wil doen met een bucketlist. Nieuwe kinderen jaar, beginnen. Ja, ja. Voilà. Ik ga niet meer uh, alle recherches du temps perdu van Proust lezen, want daar, daar zijn zit een jaar aan bezig en zo. <laughs> ik had uh, ik, langs een gesprek met Guy met Polspoel op kanaal zitten. En Guy zei ook van. We <laughs> zijn een mijmerend van. Ik ga daar niet meer toe komen. Dus, dat dus hij had zich daarbij neergelegd van, ik ga dat niet meer lezen. Uh, jo, hij is al een stuk kouder natuurlijk, maar ik denk ook niet dat ik... Het is niet gigantisch, 5000 pagina's of zo. Maar uh, nee, als ik binnen 20 jaar zou doodgaan... Uh, kijk, sowieso... Uh, ik ben er ook van overtuigd. Uh, we weten al relatief veel over wanneer we zullen doodgaan. Mm -hmm. Het jaar 2000... Uh, wacht, we zijn nu uh, 2019. 2019... Geen van ons drieën hier, Andries er ga, nog zijn, And erbij. Mm -hmm. uh, gaat, gaat er nog zijn. Dat weten we sowieso, for a fact. Dus wat er dan ja, ja. gebeurt, of dat de, 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 als de zeespiegel hier 50 meter stijgt of zo, bedoel, wij gaan het niet meer meemaken. Um, naar alle waarschijnlijkheid, nee, 99, 99,99%, gaan we er wel nog volgend jaar zijn. Tenzij mm -hmm. dat we echt zo plots een breintumor krijgen of zo. Dus we mm -hmm. hebben sowieso ergens een window. Um, een bepaalde marge waarin we onze levensverwachting kunnen, kunnen, kunnen inschatten. Dus om dan precies te weten wanneer je sterft, lijkt mij ook niet zo. Ik, 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 ik weet sowieso dat er een soort van deadline is die een beetje rekkelijk is. Mm -hmm. Dus als die deadline preciezer wordt, oké, okay, ja, dat, dat, dat lijkt mij wel handig. Maar dus het fascinerende is. Mij lijkt dat vanzelfsprekend, van ja, natuurlijk wel. Ik weet wanneer, wanneer ik doodga. Dat lijkt me heel nuttige informatie. En de meerderheid Laat van de mensen zegt van ho, ho, ik, Maar ik... lijkt u dat niet vreselijk? Gewoon puur omdat hè? de meeste mensen inderdaad zo reageren: Van hé, hey, dat wil ik niet weten. Wat mij gewoon straffelijk is, is niet de, dat je weet. Stel als ze nu tegen mij zeggen: jij hebt 40 jaar nog. Dan weten we, wow, tijd. Hier ja. kan ik nog van alles mee doen. Hè? Ja. Bepaalde geruststelling. Maar aan de andere kant, als jij dan zo begint af te tellen, naar die laatste weken voordat het zover is. Is dat niet iets waar je van denkt dat je echt letterlijk weet? Volgende week woensdag zink ik er niet meer. Maar ik heb het ook met mensen die euthanasie plegen. Die trekken ook ja, echt. Dat is een heel goed voorbeeld. Die trekken de datum van een overlijden ja, in hun agenda. Ja, die moeten ja, een ja. afspraak maken met een dokter. Ja. Ja, zijn een vrijdien dinsdag. Ah nee, wacht, nee. Ik ga dan. Pak woensdag namiddag en dan leef nog maar een dag langer. Dus ja. echt zo, zo concreet wordt het. En, mag dus, ik heel even? Ja, nee. Ja. nee ik, ik kom ik, zeg, vooral tussen. Ik, ik uh, ben helemaal mee. Maar wat je sterfdatum betreft, ik wil toch een klein beetje opmerken dat. Ook al snap ik dat vanuit een wetenschapsniveau, dat je alles academisch bezie, maar eigenlijk praten we wel over iets dat je niet weet tot het moment dat het zover is. Ja. En wat euthanasie bijvoorbeeld betreft, is inderdaad een goed voorbeeld, mm -hmm. zeker omdat ik het recent ja, de ja. eerste keer echt heb meegemaakt, mm -hmm. maar ook daar um, ja, zag ik er ook wel een proces in. En mm helemaal -hmm. op het einde, de laatste seconde dat het echt gebeurt, um, zie je wel iemand die je. Dan pas echt beseft ja. wat het is. De, de, de ware toedracht, ja. Ja, uh, ik, ik, ik kan ik, mag ik even zien komen en zeggen: van ja, ik, ik, dat, ook een beetje op, op heel heel boek, uh, er zijn feiten en feiten zijn fantastisch, maar zouden kunnen leven met het feit dat er misschien ook mensen zijn die hier naar luisteren en zouden zeggen: ja, er zit ook wel een klein beetje in, excuseer het woord, arrogantie van de wetenschapper yeah. om magische momenten, zoals bijvoorbeeld, ik, ik kan nu uh, rationeel zeggen. Ik vind dat niet erg als ik mijn sterfdatum heb, want dan weet ik het uh, wat ik allemaal kan doen. Om daar nu op, op uh, jullie leven te placeren, terwijl je eigenlijk niet weet wat dat magisch moment is? Ik bedoel, het, het magische, met magisch moment bedoel je het, het, het onverwachte, onvoorspelbare van niet, een sterfdatum? Hè? Ja, omdat je het niet weet. Hè. Je kunt nu makkelijk zeggen: ik zou dat en dat doen, maar dat kun je ook zeggen omdat het niet kan. Ah, ja, ja. ah, dat is een heel, is een heel <totie> goed punt. Uh, want, dus, de, Daarom dat ik de arrogantie heb, heb van bijvoorbeeld... ja, de wetenschappers... Nee, dat is heel legitiem. Uh, dus ik, dus een kanttekening bij alles wat ik nu uh, daarnet heb gezegd, is uh, dat als puntje bij paaltje komt, en iemand mij effectief de kans zou bieden, wat natuurlijk niet kan, maar goed, laten we ervan uitgaan dat het wel kan, um, dan ben ik niet zeker of ik echt... Maar zeggen, de daad bij het woord zou voegen. En dus ja. een, een interessant voorbeeld daarvan is de ziekte van Huntington. Uh, dus dat heb ik ook in mijn boek besproken. De ziekte van Huntington is eigenlijk het, 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 het real life uh, scenario, dat het tekst in de buurt komt van waar we nu over bezig zijn. Dus de ziekte van Huntington wordt veroorzaakt door een, uh, een, een defect gen. En als je dat gen hebt, dan weet je dat je de ziekte zal krijgen, rond. 30, 35e levensjaar, dan ga je langzaam aftakelen en ga je dood. Dus maximaal mm -hmm. word je, je 40 jaar. Nu, je hebt mensen die uh, erfelijk belast zijn en die dus een hogere kans hebben dat ze dat, dat, ze dat gen hebben. Daar mm -hmm. bestaat een test voor. En voordat ze die test ontwikkelden, hebben dus die uh, wetenschappers gevraagd aan hun, hun doelpubliek, dus de mensen die in aanmerking kwamen van, zeg... Uh, Zouden jullie dat zien zitten? We kunnen hier zo'n test ontwikkelen. Is daar vraag naar? Ja, anders gaan we hem niet ontwikkelen natuurlijk, als niemand hem uh, wil, wil, wil laten afnemen. En dus, laat ik zeggen, 70-80% van die mensen zeiden, ah ja, ja dat is wel goed, ja, dan, dan, dan weet ik het. Dan ben ik ofwel gerustgesteld, ofwel ja, is het een soort van doodvonnis, maar mm -hmm. dan kan ik mijn leven daarnaar inrichten. Dus eigenlijk mensen die reageerden, zoals ik, die zeiden van, oké, okay, uh, als mijn als slecht nieuws ja. is, oké, okay, mm -hmm. vertel het mij dan maar. Nu, het fascinerende is, dus dat wanneer het moment daar kwam, en de test was ontwikkeld, en mensen werden uitgenodigd om die af te nemen, dat de helft plots een staart introk. En zeiden zei van, nee, nee, ik wil het toch niet weten. Ja. Dus niet alleen wilden mensen het niet weten, maar ze wisten zelf niet dat ze het niet wilden weten. Dus het is pas wanneer het echt, wanneer het moment van de waarheid was, was aangebroken, dat ze ervoor uh, terugdeinzen. Dus ik kan, niet, ik kan mezelf ook niet perfect uh, inschatten. Ik denk wel, dus wanneer iemand mij die mogelijkheid zou geven, uh, dat, ik het, dat ik het wel zou willen weten, en dat mijn voornaamste argument is, omdat als het, okay, als het slecht nieuws is, kleine kans, dan weet ik waaraan ik toe ben. Maar als het goed nieuws is, dus dan, heb ik ook, dan, dan, dan ben ik strikt gezien onsterfelijk tot op dat moment. Dan kan ik ook gewoon zotte dingen gaan doen en moet ik van niks meer wakker liggen of zo. Omdat ik, omdat ik dan toch weet dat mijn sterfdatum al op voorhand ligt. Maar dat waren de dingen die ik er net vroeg. Wat zouden de zotte dingen zijn dat je zou doen? Wat zou jij bezien als. Oh ja, cool, ik moet nergens meer in het zien, dus fuck it dan. Wacht, hè. Eh. Uh... Ja, ik rook niet. Dus anders zou ik zeggen: ik kan blijven roken of zo. Ik, ik kan. Uh, <laughs> parachutes roken. Ja, nee. Ik, ja. Dat is natuurlijk de absurditeit van, ja, van het ja, ja. Tour Nouveau Testament. Dat je, dat je in, in, bij wijze van spreken van een appartementsgebouw kunt, uh, kunt, uh, kunt, uh, kunt, kunt, kunt springen. En dat je toch weet dat iets of iemand u zal redden. Want ja. ah ja, want, u, 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 want uw moment is nog niet gekomen. Dus ja, het wordt een beetje absurd als je echt die, die, die gedachte gaat doortrekken. Maar uh, was, was ook, uh, ik, uh, ik, uh, ik wat Gevaarlijke dingen. Ik zou wel eens uh, een. een uh, zo zero Gravity Flight willen doen. Zo van die uh, ah, ja, vluchten dat ge, waar je ja, uh, ja, de... neerstort ja, ja, ja. en ja. dan, uh, ja, dat dus, dat, daar is een bepaald risico aan verbonden. Dat je ge gewichtloos dat ge gewicht, wordt. Dat je gewichtloos ja, ja. Zet. Ja. Okay. Andere. Uh, maar, de, en dat zouden nu niet doen. Je zou zoiets hebben van. Fuck it, ik vind de kans te groot dat je dat niet overleeft. Ja, de, de, ik de, 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 denk dat de belangrijkste factor daar is dat gewoon uh, veel geld kost. Maar ja, goed, ik, zoals ik zei, als ik, als ik weet dat ik niet meer aan pensioensparen moet doen. Dus dat dan kun je, dat, dat, dat kun je veel meer geld opbrassen ja, ja, in ieder precies, geval. Ja, sowieso wel, Dat sowieso wel. Dus maar, ik zeg maar, niet dat het tot een radicale op... andere levens, ja. levenswandel zou leiden of zo. Ja. Uh, het, het zou mij vooral be beter toelaten. Het zou dus ook een geruststelling zijn, dus tot het moment gekomen is. Dus ben ik, ben ik onkwetsbaar. En kan ik uh, nog precies doen wat ik wil. En kan ik er niet, kan ik er niet plots door overvallen worden? Door, uh, de, ja, de, 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 het voorbeeld dat ik de, de aanhal in dat hoofdstuk ook, is ook die, 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 die beroemde eindscène van de Soprano's. Mm -hmm. uh, dus helemaal op het einde van de serie ja, zitten ze gewoon ergens aan tafel. En, en er is een, een waitress of zo die eventjes uh, langskomt. En er worden blikken uitgewisseld. En plots zo. Blackout, blackout en, mm -hmm. en het is afgelopen. En. En de, de fans begonnen dan te speculeren over wat... Of dat hij misschien in zijn achterhoofd geschoten werd of zo, Tony mm -hmm. Soprano. Maar, maar dus de... Hoe heet de regisseur nu weer? Uh, of de creator, maar even, even zijn naam kwijt. Dus zi mm -hmm. zijn punt was: ja, kijk, dit is het leven. Het leven heeft geen plot uh, die afgewikkeld wordt of zo. En ja. Het is gewoon afgerond einde. Het overvalde gewoon plots. En mm -hmm. bij fictie is dat, is dat iets dat mensen stoort. Dus ze willen op voorhand uh, weten. Uh, David, David Chase, Chase yeah, ja, precies. Ja, Klopt. Uh, die. Ja. Uh, de, de, dus ze willen dat het verhaal een soort van. Ja, uh, Afwikkeling krijgt, dus dat, dat, er een, dat er een plot is. Maar in het echte leven willen we net het, 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 het tegenovergestelde. Daar willen we gewoon dat het, ja, dat, dat het ons overvalt op ja. een bepaald moment. Zelfs, zelfs al weten we niet op voorhand. En, en zelfs al is het vreselijk nieuws. En zelfs al gaan we, hebben we geen tijd meer om afscheid te nemen. Dat is nog altijd beter dan het uh, op voorhand te weten. En dat is dus de, 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 het idee dat dus voor, voor wat die heel fundamentele vraag betreft, dus de, je sterfdatum weten, maar ook andere zaken, over de waarheid kennen in het algemeen. Dat er is één groep mensen die de intuïtie heeft van wat het ook is, ik wil het weten. En dan mm -hmm. een andere groep die zegt van nee, uh, ik, ik leef nog liever in een illusie. Ja. En daar, daar gaat het boek eigenlijk over. Dus ik zeg niet dat het... Ja, inderdaad, het zou ook arrogant zijn om te zeggen dat, het, uh, dat mijn houding de enige rationele is. Want ik als het over zo'n fundamentele zaken gaat, dat, dat, uh, dat, dat de inschatting ook heel erg gevoelsmatig wordt. Dus op een bepaald moment, ja, je kunt wel blijven verder argumenteren en rechtvaardigen. van ja, Ik doe het mm -hmm. daarom, maar op een bepaald moment... You hit rock bottom. En dan is het gewoon ja. van, kijk, dit is mijn levenshouding, ik wil in waarheid leven en ik wil al de waarheid krijgen die, die ik kan krijgen. En andere mensen die zeggen, nee, ik wil me liever afsluiten van zaken, uh, die mij toch alleen maar ongelukkig gaan maken. Ja. Uh. Of inderdaad bepaalde dingen blijven geloven die misschien ook niet waar zijn. Eigenlijk dat je zelf zei, want dat is eigenlijk de titel van uw nieuwe boek, waarom de, waarheid niet na, waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Ja. En dat blijkt eigenlijk op heel veel vlakken al bijna een soort controversiële statement te zijn. Ja, omdat ja, dat iets is waar heel veel mensen eigenlijk bijna niet willen geloven. Ja. Ja. He, daar daar gaat het eigenlijk bijna de andere kant op. Als we denken over levensverwachting of zo, ja. dan denken wij allemaal diep in ons achterhoofd dat we het 90 jaar ja. gaan worden, Dat dat ons allemaal niet gaat overkomen. Ja. Wij beginnen te roken, maar kanker, dat is voor die gast naast mij, ja. maar niet voor mij. Dat soort dingen. Maar als het dan gaat over ons wereldbeeld en bekijken over hoe de wereld in elkaar zit, dan kan het precies allemaal niet rap genoeg, allemaal naar de klote gaan. He. En dat is inderdaad is dat is het bruggetje van uh, illusies voor gevorderd naar waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Um, als het gaat over ons persoonlijke leven, dan zijn we inderdaad geneigd om te optimistisch te zijn. We denken mm. dat we lang gaan leven, we vinden onze kinderen ook geweldig, en getalenteerd, en slim, en knap, enzovoort. Maar die van mij zijn dat ook. Ja, ja precies. Er, zijn, er, altijd, er moeten altijd mensen zijn die, die de schoonste kinderen hebben. Je hebt er die lumpen kinderen, maar wij ja. hebben ja, kinderen. En die overschappen kinderen, maar die van mij zijn toevallig echt wel uh, slim. Enzovoort. Die zijn allemaal hoogbegaafd. Uh, ja. Ook al zijn die dat ja. niet. En, niet dus... dus wat ons persoonlijke leven betreft uh, zijn, we, zijn we te optimistisch. Zien we de werkelijkheid te rooskleurig. Mm -hmm. um, maar van zodra het over de samenleving in het algemeen gaat. of over de wereld. zie je net het Dan zet iedereen die een rozenbril af. en dan, dan, dan zijn de meeste mensen eigenlijk echt zwartkijkers. Ja. En dus in de, in de sociologie heet die paradox. met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Ja. Dus vraag gaan. Dus aan elke individuele mens in de samenleving, hoe gaat het met u? Ah, prima. Nou ja, mijn vooruitzichten zijn goed en uh, mijn familie en uh, mijn werk en alles, alles loopt eigenlijk wel op pieltjes. En hoe gaat het met, de, met onze samenleving? Och, meneer, het is godverklaagd. Het gaat allemaal naar de klote. Uh, dus de, dus de optelsom van al die individuele individuen die zeggen, ah, het gaat goed met mij, je zou dan verwachten dat het dan ook voor de samenleving geldt. Maar daar zien we net het tegenovergestelde. En dus de reden ook waarom dat ik dit boek heb geschreven, is ook omdat... Uh, dus sommige mensen hebben, hebben, hebben mij bekend bij, bij, bij het vorige boek dat ze het eigenlijk een beetje een deprimerende boodschap vonden. Mm -hmm. Want ja, want en, je bent helemaal niet zo fantastisch als je zelf denkt. Je gaat ook minder lang leven dan dat je zelf denkt. Um, dus uh, dus je, je, je moet jezelf ook niet te veel niet overschatten. Dus ja. de, de waarheid over onszelf en, en, over, en over de kosmos kan soms uh, kwetsend zijn. Maar uh, het, is niet, het is niet altijd zo dat de waarheid erger is of donkerder of verontrustender dan dat we denken. Als het gaat over de, de wereld in het algemeen is het eigenlijk net andersom. Daar is eigenlijk, daar heeft de, heeft de waarheid een zeer geruststellende boodschap. Um, we staan er veel beter voor dan dat mensen denken. Mm -hmm. de, dus um, de... de de doembeelden die, die vandaag vooral um, de, de ronde doen. Dus ik denk dat, 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 de, 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 dat de twee belangrijkste hoofdstukken in mijn boek ook zijn over islamisering aan de ene mm -hmm. kant. Dat is het doembeeld dat vooral door rechtse mensen wordt aangegaan. Mm -hmm. En dan het uh, doem, doembeeld over klimaatopwarming. Dus mm -hmm. het idee van een plane, planetaire catastrofe. Mm -hmm. Dus um, de, het einde van de menselijke beschaving. Of de ja, ineenstorting zelfs van de biodiversiteit. Dus dat. Dat zijn zaken waar mensen heel hard van wakker liggen. En ik denk dat, dat als, je, als je gewoon nuchter naar de, naar de feiten kijkt, dat die veel minder verontrustend zijn uh, dan mensen denken. En het, eerst, het eerste punt dat ik maak gaat niet zozeer over de toekomst, maar vooral over het verleden. Dat, en dat weten we wel, dus de toekomst, niemand heeft een glazen en bol. Dus ik weet ook mm -hmm. niet met absolute zekerheid dat de wereld niet naar de knoppen gaat, maar ik weet wel dat we op dit moment in de beste tijd ooit leven. Dus als je één mm -hmm. moment uit de geschiedenis moet kiezen, dus niet de toekomst, maar uit de voorbije geschiedenis om te leven, dan als, als je goed bij je hoofd bent, dan kies je vandaag. Want ja. het leven eigenlijk tot ja, was 1800 dat ons, was tot echt al een hele goede. Kies een willekeurig moment rond ja. 1800, zou je daar willen leven, niet als je goed bij je hoofd ja, bent. Ja, precies. Hè. En als je, dan, als je dat zegt, je weet, je weet tot, tot dan, um, wat, wat, wat zijn de dingen die echt het meest opmerkelijk veel beter zijn? Dan ah, ik zou bijna zeggen, wat niet. Uh, ja, dus, bijna al. Dus, dus levensverwachting bijvoorbeeld, uh, is, uh, was tot, tot rond 1800, uh, schommelde dat tussen de, de 30 en maximaal 35 jaar. Uh, en zo was dat eigenlijk sinds het begin van de menselijke geschiedenis. Mm -hmm. Dus dat schommelde zo'n beetje. Af en toe als er een epidemie en dan, en dan die levensverwachting een knikje of een was, groot, was de, de Moze, grote oorlog. Is Mozes niet 500 jaar oud geworden? <laughs> nee, dat dat is met de, 969. <laughs> maar ik dacht dat zelfs heel veel van die gasten in de Bijbel in het begin <laughs> ja, 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 redelijk ja, ja, dat oud werden allemaal. Mozes ook, ja, dat is wel. <laughs> dus het is zo dat de maximale levensduur van, van, van de mensen... Die, er die, dus waren altijd wel uitzonderingen. Dus mensen die 80, 90 jaar werden... Maar als het gaat over die gemiddelde levensverwachting... Maar dat waren dan echt anomalische ja, ja precies. En ook, ja. Ja, goed, die in Methuselam, natuurlijk, de 969 jaar, dat is uiteraard uh, uh, bullshit. Niet waar. Maar, maar er, waren, <laughs> er waren destijds ook, ik weet niet of er eeuwelingen waren, maar dus mensen die 80, 90 jaar werden. Uh, dus dat, dat soort uitzonderlijke gevallen kwam wel voor. Maar wat, 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 wat vooral uh, een verschil maakte vroeger, is dat kinderen gewoon veel sneller doodgingen. Dus mm -hmm. uh, ook omstreeks tot, tot 1800 ging, denk ik, uh, uh, twee op de vijf kinderen werd nooit vijf jaar. Dus die ging gewoon dood. Um, dus de levensverwachting is, is gestegen van 30 jaar naar um, meer dan 70 jaar. Dat is een quizvraagje waarmee mm -hmm. ik soms mijn lezingen begin. Uh, dan vraag ik mensen: is de gemiddelde levensverwachting vandaag 50 jaar, 60 jaar of 70 jaar? Ongeveer iedereen denkt 50 jaar. Dat is toch uh, raar. Dat is, dat is, raar. Dat is, dat is een, toch echt raar. In Europa is het zelfs meer dan 80 jaar. Ja. Dus, maar dat is een van die, een van die voorbeelden van. Ja. Hoe de wereld er eigenlijk veel beter staat dan, dan, dan dat we denken. Dus veel mensen zijn een beetje blijven steken in een wereldbeeld dat uh, min of meer accuraat was tot in de jaren 80. Dus tot in de jaren 80 uh, had je dus een enorme kloof tussen het rijke Westen, waar mensen wel al lang en welvarend en gezond leefden, enzovoort, en dan de rest van de wereld, die eigenlijk heel, uh, heel ja, ja. Uh, sterk achterop hinkte. Ja. Uh, maar, maar de rest van de wereld, uh, met name Azië, maar ook Zuid-Amerika en voor een deel, uh, maar in minder mate Afrika, is sindsdien al een enorme inhaalbeweging uh, bezig. Waardoor, dus inderdaad, als je de, de wereld vandaag uh, in het algemeen beschuit, dus dat de levensverwachting is opgeklommen tot, uh, tot 70 jaar. Kindersterfte is spectaculair gedaald. Dus echt. Ook over heel de wereld. Dat is dus hier wat, is het echt ja. nog een honderdste van wat het ooit was. Mm -hmm. uh, in, 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 in Zwarte Afrika bijvoorbeeld is het wel nog altijd uh, veel erger dan hier. Maar ook daar is het veel minder erg dan het, dan het ooit geweest is. Het is altijd alles is er relatief natuurlijk. Dus er, gaan, er, er worden nog altijd oorlogen gevoerd, uh, maar veel minder dan vroeger. Er worden nog altijd mensen doodgeslagen, uh, maar veel minder dan vroeger. Uh, er zijn nog altijd mensen die uh, sterven aan epidemieën, aan, aan, aan malaria, aan, aan, aan allerlei vreselijke ziektes, uh, maar veel Minder dan vroeger. Dus, um Vandaar dat ik zeg, dus de, 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 als je, je een of welk moment in de geschiedenis kiest, zelfs wanneer je de, de, de Louis XIV zou geweest zijn of zo, of, of Cleopatra, uh, en dus, dus de, laat ik maar zeggen, de, de, de machtigste, meest welvarende, de rijkste persoon op dat moment in de geschiedenis, dat wil je gewoon nog altijd niet zijn. Dus de, de, in, ja, ja. Een, een voorbeeld dat ik geef in, in mijn boek is die van Nathan Rothschild, uh, ja. dus de Joodse zakenman uh, ja, 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 ja. in het begin van de, van de 19e eeuw, die dus op die dat moment... de conspiracy rijkste theories, moment, theories. Ja, precies, die, ja, ja. die, die worden Vooral ja, 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 ja. omwille van de, ja. de, de compottheorieën die over hem de ronde doen. Ja. Um, die, die persoon was dus op dat moment wellicht de rijkste man ter wereld. Um, dus dat was echt al aan het begin van de moderniteit. Dus ja, ja, de industriële revolutie was al op, op gang gedrokken enzovoort. Uh, die man is gestorven op zijn 45ste, uh, had plots gewoon een absces in zijn onderrug gekregen. Uh, sorry, waren geen antibiotica ook geen uh, verdovingsmiddelen trouwens dus die man heeft zwaar afgezien en is gestorven dus zelfs met de beste medische zorgen van de wereld kan je gewoon brute pech hebben mm -hmm. dus hoe rijk dat je op dat moment ook was um, en dan ging je gewoon dood, niks aan te doen dus uh... ik, vind dat dat nu, ik vind dat een heel goed voorbeeld want nu zeggen ze ook nog altijd hè, dus er zijn mensen die, andere, die toegang hebben tot, tot privé ziekenhuizen echt zo conspiracy geweest mm -hmm. maar het beste tegenvoorbeeld is Steve Jobs ja, ja ja, ja, ja. Ja. Toen, ja, ja. Technologisch nummer één en qua geld ook top drie. En ook hij is... Zelf, ook al... ja, zelfs, inderdaad, Dus ook ja. vandaag zijn er nog altijd... dus Zo'n absces bijvoorbeeld, um, dat kan je gemakkelijk behandelen met, met uh, antibiotica die je vindt in elke, in, in elke apotheek en in elk ziekenhuis. Maar, oké, okay, uh, ook vandaag zijn er nog een aantal problemen, zoals... Uh, was er een hersentumor in het geval van Jobs? Dus ik, mm -hmm. ik ken hem niet zo goed. Het is maar zeker het, kanker. Ja. Het is kanker, ja, maar ik weet niet ja. precies... Ja, dus er, zijn, er zijn een aantal... Zeer agressieve kankers. En als je echt gewoon uh, de manchals hebt. dat je net dat stukje in je DNA uh, beschadigd hebt. en dat die cel begint te hoekeren enzovoort. Mm -hmm. ja, dan heb je gewoon dikke pech. Dus, dus um, wellicht zal de medische wetenschap nog altijd verder schrijden. Dus, dus op dit moment ben je, denk ik zelfs. Dus kun je, als ar die, als je, kun je op die manier eigenlijk aannemen. Hè, is het eigenlijk logischer om aan te nemen. als je, de, als je dat voorbeeld neemt van uh, Rothschild ten opzichte mm -hmm. van nu is het veel logischer om aan te nemen dat de kanker waar Steve Jobs aan doodging, dat dat binnen 100 jaar misschien voor Steve Jobs geen enkel probleem zou geweest zijn, en dat we verder ja, staan, precies, dat, dat het nog beter wordt dan, dat, dan om aan te nemen dat het allemaal een dieper rikking gaat. Ja, ik, dus ik denk wel... Het is natuurlijk... In de wiskunde heet dat asymptotisch, dus je, je benadert steeds meer de... Laat ik maar zeggen, de, de uh, de droom van, waar, waar, waar transhumanisten ook van denken. Dus het, uh, de, de, de potentiële onsterfelijkheid. Dus eigenlijk dat je niet meer ziek wordt. of dat alle ziekten behandelbaar zijn. en dat je alleen maar nog kunt doodgaan van, van onder een bus te lopen. Of zo. Ja, ja. Een, een, een of andere stommiteit. Um, dus dat gaan we steeds verder gaan benaderen. Dus de, 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 steeds meer wordt kanker. Geen doodvonnis, maar gewoon een, ja, een, een vervelende uh, diagnose uh, waar, 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 je, waar je in therapie vo moet voor gaan. Zoals dat trouwens ook voor HIV geldt. HIV is lang een, een doodvonnis geweest, maar de eidstrems worden steeds beter. En op dit moment eigenlijk... Een van de gevaren daarvan trouwens is uh, dat het uh, condoomgebruik in, bij bepaalde uh, eerder promiscue gemeenschappen weer aan het afnemen is. Omdat mensen mm -hmm. toch weten van... Oh ja, goed, je in het slechtste geval heb dood. ik iets, maar we gaan er niet van dood. Ja, ja, ja. Um, maar... Ik denk niet dat we ooit... Dus Ik, ik ben... Uh, je, hebt, je hebt... Zo mensen als Ray Kurzweil. Dat zijn de zogenaamde transhumanisten. Die denken... Niet alleen gaan we alle ziekten overwinnen. Maar we gaan ook de verouderingsprocessen in ons lichaam... gaan terugschroeven. En, en we de, gaan dus potentieel worden. Ja. Ja. Mm -hmm. Of we gaan ons laten invriezen. Of wat dan ook. Dus van ik alles denk dat dat... Uh, ja, het uh, chronische. Uh, ja. Van alles iets chronisch maken. Van alles nee, iets nee, chronisch nee, maken, ja, ja. precies. Uh, maar, maar ook, dus... dus uh, de verouderingsprocessen die, die automatisch optreden, dus, dus ja, waar, sommige mensen sterven gewoon aan uiteren, maar wil dat, ja, wat wil dat zeggen? Dat ze gewoon, er zijn allerlei kwaaltjes die zich blijven opstapelen, dus er is niet zo één ziekte waar ze aan dood gingen, nee. maar gewoon falen van organen, van bloedsomloop enzovoort. Mm -hmm. Dus zij willen dat terugschroeven en dus zij, zij, zij geloven dat de medische wetenschap ons uh, binnen afzienbare tijd onsterfelijk zal maken. Ik denk dat dat niet klopt. En dus ik heb daar net ook al vermeld. Harari en schrijft daar ook over. over ja, ja, dat is ook zo'n beetje. Zo. Ja, dat soort ik, ik bedoel, ja. ik, ik, ik vind al het ik vind dat hoop, fantastisch. Het is wel een hoop natte vinger, weet ik ook wel. Ik je, je leest dat en je denkt, dat is allemaal keihard cool. Dat klinkt als een plot voor een hele goede science fiction ja. film. Maar ik, heb een, allee, ik voel nog niet in onze tijd. Dat we daar binnen een afzienbare tijd gaan zijn. Het heeft een hoge Dr. LeConte Ja, gehaald. Ja. Een, een hoog. Oké, okay, wij gaan allemaal. Hè, we, er zijn enorme vooruitgangen, ook in, in de cyberwetenschap. Met Bionische lichaamsdelen en dat soort. Maar ik zie ons ook nog niet binnen de twintig ja. jaar. Over een gebouw springen mee. Nee, ja, Allee, zo. Ik, ik snap. Ik vind het. Ik, ik, daarom hou ik ook van science fiction. Hè, en mm -hmm. vind ik dat ook allemaal heel leuk. En iets van mij hoopt ook wel. dat ze ja. gelijk hebben. als ze het daarover hebben. Dat je het leven in ieder geval nog langer kunt maken, dat je nog zottere dingen kunt doen. En wat dat je... dat we vooral... Dus, maar... dus we, 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 we hebben het leven langer gemaakt in ja? die zin uh, dat we dus de overlevingskansen van, van, uh, van vooral kinderen steeds uh, heb, meer hebben verhoogd. Dus kinderen gaan steeds minder vaak dood. Mensen blijven steeds langer leven. Maar de, de maximumleeftijd, beetje mm -hmm. die, die biologisch grond is, die is niet zoveel veranderd. Ik heb het net al vermeld, dus er waren vroeger ook wel mensen... Uitzonderlijk die 100 jaar, uh, 100 jaar werden. Vandaag zijn dat er gewoon veel meer. Dus een ja. eeuweling in een rusthuis, dat was 50 jaar geleden was dat echt nog ja, groot nieuws. En dat komt dan ja, in ja. de krant enzovoort. Nu is dat echt een beetje ja, de, 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 door de weeks geworden. Um, maar de maximale leeftijd, dus als je kijkt naar de Wikipedia-pagina, ook van de oudste mensen ter wereld. Ja, dat is 120 en echt veel, veel, langer, uh, veel langer ga je daar niet mee. Mm -hmm. Dus we leven, we, we, we leven steeds langer, maar laten we zeggen, we, we gaan gewoon allemaal steeds dichter aanschukken bij diezelfde biologische limiet. En ik denk ja, ja. om die te gaan overschrijden, dan ga je echt heel uh, fundamentele zaken moeten gaan wijzigen. die ja, al miljoenen jaren uh, in onze evolutionaire geschiedenis... zijn. Ja, dat moet je In DNA en Het fundamentele okay. punt is eigenlijk: waarom worden wij ouder? Dus eigenlijk omdat evolutie ons op een bepaald moment zegt van jij kunt me niet meer schelen. Dus onze genen uh, proberen zich te verspreiden. Dus het is heel nuttig om de evolutie van het leven te bekijken van het perspectief van genen. Want eigenlijk zijn wij tijdelijke vehicels voor die genen om uh, te liften van de ene generatie naar de andere. En op het moment dat wij ons voortgeplant hebben, of dat wij de kans hebben gekregen om ons voort te planten, dus dat we oud genoeg zijn om vruchtbaar te zijn en om voor onze kinderen te zorgen, ja. um, dan zeggen onze genen eigenlijk van ja, kijk... Jij zet nu een soort van wegwerpvehikel, dus wij hebben het nu niet meer nodig. Wij zitten ondertussen al in de volgende generatie. En op dat moment verslapt dus de greep van natuurlijke selectie op ons. Mm -hmm. en, op, en wij gaan gewoon langzaam aftaken. Dat is de heel, de heel fundamentele reden waarom mensen ouder worden. Ja. Waar trekt u de grens? Want in uw boek uh, zegt u op een bepaald moment, helemaal op het als het gaat over de typische Monsanto-dingen hey, met de, met de yeah. broccoli en de, de gemodificeerde groenten, hey, dat zegt u een klein beetje van. Uh, ja dat is nu eenmaal de macht dat wij hebben om dat te ja. doen en uh, zo interpreteer ik het als een soort ja we moeten daar van afstappen dat de wereld moet draaien of de natuur gemocht ingrijpen ja. dat is jullie maar hoe, hoe, hoe zie je dat als het gaat over het eeuwige leven wel we mogen zeker ingrijpen um, Want, maar met niet alles dus bijvoorbeeld um, we weten dus, dus voor bepaalde eigenschappen kunnen we heel duidelijk een bepaald gen aanwijzen dat ervoor verantwoordelijk is. En als we dat gen wijzigen, dan um, krijgen we een nieuw gewas of, een, of zelfs een, een nieuwe soort. Um, met name voor ziektes geldt, dus de ziekte van Huntington is al vermeld, dus, dat is eigenlijk een kwestie van zwart of wit. Als je dat gen hebt, dan ben je gezond. Als je het niet hebt, dan heb je de ziekte van Huntington. Voor veel andere eigenschappen um, geldt dat, die, dus dat verband tussen... Wat dan uh, in, in de biologie bekend staat als het fenotype, dus de zichtbare eigenschap en het genotype, dus de, de genen, um, veel minder duidelijk is. We weten bijvoorbeeld dat, erf, dat de intelligentie, dus zoals gemeten door IQ-testen, dat dat voor 50% erfelijk is. Mm -hmm. uh, dus de variantie in intelligentie is voor 50% verklaard door genen. Maar vraag ons niet om het gen van, van het IQ aan te wijzen. Ja, dus ja, ja. naar schatting zijn er duizenden of tienduizenden genen die uh, mede verantwoordelijk zijn voor intelligentie. Dus als je vraagt van, ja, hoe kunnen we. Stel, stel dat we dat willen, Het is meer het ethische dat je eigenlijk geïnteresseerd in ah, om Ethische, dat, ja. omdat, omdat je eigenlijk in het boek zegt. Uh, stop met dat gezag. Ja, ja, ja. Het is nu kort door de bocht. Maar stop no, met just de, because zo. we can, doesn't mean we should. Ja, yeah. maar, 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 dat over, idee, maar bijvoorbeeld bij het, 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 de kwaliteit van het leven beter maken door yeah. bijvoorbeeld gewassen te, te, uh, yeah. te manipuleren. Um, dat is echt ingrijpen. En daarom ik wil ik wel zeggen, van, omdat dat je er net bezig wordt over het eeuwige leven. Um, ja, waar trekt het de grens dat je zegt, ja, je wel, het voedsel mag wel gemodificeerd worden, ja. dat, dat standpunt heb ik. Ja, dan zou ik denken, ja, dan kun je ook even zeggen, dat je de kracht hebt om te zeggen dat we allemaal 3000 ja. jaar worden... Ja, Zeker. Is, ja, ja. Ik heb er geen enkel ethisch bezwaar tegen. Ah, dus, dus mijn punt is alleen, het, het is op dit moment gewoon wishful thinking. De, vandaar mm -hmm. dat ik denk dat die transhumanisten yeah. zoals Harari en Ray Kurzweil gewoon uh, ja, dat die een bepaalde religie aanhangen voor mensen die, uh, die de traditionele religie ontgroeid zijn. Ja. Dus die echt een, een hiernamaals met, met uh, rijstpap en gewijde lepeltjes en zo, ja, dat, vinden ze, dat, dat, dat vinden ze een beetje onnozel. Uh, maar ze geloven wel dat ze onsterfelijk zullen worden. Dat zijn ook mensen die zich nog niet verzoend hebben met... Die waarheid, die onvermijdelijke ja. waarheid, uh, wat allemaal all, doorgetroffen worden, namelijk dat we uh, dat we allemaal doodgaan en niet zomaar op een of welk moment. We weten, binnen 100 jaar zullen wij er niet meer zijn. Dus zij dus, zijn daar niet meer in het reinen, denk ik. Maar mm -hmm. stel dat het zou mogelijk zijn, dus stel dat het zou mogelijk zijn om het leven wel te verlengen, dan zou ik er op zich geen enkel ethisch bezwaar tegen hebben. Ik zou het ook prima vinden. Dus ik, 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 ik zou ook liever langer leven, het lijkt mij geweldig, om bijvoorbeeld te weten waar we er binnen 100 jaar voor staan. Dus in. Mm -hmm. in een van de hoofdstukken die ik beschrijf in mijn boek uh, gaat, gaat over klimaatopwarming. Dus ik heb daar uh, een. een, een uh, dus ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen. Dus in de zin dat ik denk niet dat de hele menselijke beschaving zal instorten. Ik denk dat, dus dat de aarde ook al veel grotere schommelingen heeft doorgemaakt. Wat temperatuur en CO2 gehalte. En ik denk dat de menselijke beschaving zich daar. Zal aan kunnen aanpassen. Maar spijtig genoeg zal, zal ik het niet meer meemaken. Om echt. Dus ik zal misschien nog wel. Ja, tot in oh. 2070, 80, weet ik veel. Als ik, als ik, als ik het lang rek, uh, Maar wat er binnen 100 of 200 jaar gebeurt. Want zo traag zijn die processen. Dus echt. De volledige. Uh, dus de lange termijn effecten. Van onze uitstoot. die we nu al hebben. Dus die zullen er pas binnen 100, 200, 500 jaar zijn. Dus dat zal ik niet meer meemaken. Vind ik spijtig. Want ik ben heel nieuwsgierig. Uh, mm -hmm. Wat er mee zal gebeuren. Maar. Om terug te keren naar het punt over genetische wijziging. Dus ik heb er geen enkel ethisch bezwaar tegen. Waarom? Omdat ik uh, geloof dat het in het verlengde ligt van wat de natuur sowieso doet. Dus mensen hebben heel sterk de intuïtie dat de natuur een soort van harmonieuze orde heeft. en dat wij daar, daarin ingrijpen door bijvoorbeeld aan de genen te gaan sleutelen. Maar zij vergeten dat, dat de natuur zelf de grootste genetische manipulator mm -hmm. is van allemaal. Dus ja. zelfs de, het, het overzetten van. Genen van de ene soort naar de andere soort. Want nu echt zo weerstand oproepen bij mensen: van dit is echt de natuurlijke orde die wordt verstoord. Dat doet de natuur. Dus er zijn genen die uit bacteriën worden genomen en die terechtkomen in, in, in het gen van een plant. En die daar ook gelezen worden. Want alle levende wezens op aarde maken gebruik van hetzelfde alfabet. Dus die kunnen allemaal uh, genen omzetten in aminozuren en in eiwitten. Uh, dus wat dat wij doen is gewoon een. een, een Eigenlijk een verderzetting van wat de natuur doet, maar gewoon op een iets slimmere wijze. De natuur is blind, ja, die, die doet maar wat. En af en toe mm -hmm. komt er iets uit. De meeste experimenten mislukken, zijn freaks of nature, die gaan gewoon dood. Wij weten. Wel waar we naar op zoek zijn. Bijvoorbeeld als we een, een, een gewas zoals een tomaat willen. Ah, tomaat is fantastisch, hè, we vinden die lekker enzovoort. Maar uh, we hebben een probleem die, uh, uh, die, die gaat dood als het vriest. Dus we willen dat die tomaat uh, bestendig is tegen vrieskou. Wel, we weten dat bijvoorbeeld uh, in andere vis, poolvissen, bijvoorbeeld, ik ken daar nu details niet van, die maken eiwitten aan uh, die uh, vriesbestendig zijn. Dus die mm. dus, uh, de, de vriestemperatuur naar beneden halen. Uh, als we die overzetten in die tomaat, zullen die gen ook gelezen worden? Dat eiwit zal aangemaakt worden. De eiwit is volledig veilig. En die tomaat zal uh, bestand zijn tegen vrieskou. Dat is iets wat de mens aanricht. Maar het is niet fundamenteel verschillend van wat de natuur doet. Als je die, als je die tomaat zou blootstellen aan vrieskou generatie op generatie. dan zou de natuur die oplossingen op duur zelf vinden. Ja. Dus, ja. Dus, dus in die zin okay. denk ik niet dat. De, kijk, alle gedomesticeerde dieren bijvoorbeeld. die zijn allemaal genetisch gewijzigd. In die zin uh, dat we indirect, zonder te weten zelfs dat er, dat er genen bij betrokken zijn, want men, ja, mensen zijn al heel lang bezig met het domesticeren van dieren, dat we bijvoorbeeld uh, lange hangoren van, van, van honden ofzo, dat we die hebben uh, gekweekt omdat wij daarin geïnteresseerd zijn, omdat we vinden, we vinden dat schattig, en grote ogen enzovoort, uh, of, of een zachte pels, of een bepaalde kleur van vacht. Uh, dat is eigenlijk allemaal genetische wijziging, Alleen is het indirect. We gaan gewoon de, 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 de effecten van die genen gaan selecteren. En het verschil met genetische wijzigingen zoals we dat vandaag kennen is dat we dat, die, die indirecte stap overslaan en dat we rechtstreeks gaan ingrijpen in het genetisch materiaal. Maar fundamenteel is er geen enkel verschil. Dus het enige, dus het enige bezwaar dat ik heb tegen uh, onsterfelijkheid of levensverlenging is geen ethisch bezwaar. Ik vind het prima. Ik zou het ook geweldig vinden voor mezelf. Uh, maar het is gewoon een uh, ja, Een wetenschappelijk bezwaar, ik denk niet dat het mogelijk is. Dus er zijn een aantal zaken die we vrij gemakkelijk kunnen wijzigen. We kunnen een tomaat vriesbestendig maken. Je kunt een maïskolf plots van een groei-injectie geven, dat hij twee keer zo groot wordt. Maar andere eigenschappen zijn zodanig ingewikkeld dat de uh, ja, dat, 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 dat wetenschap nog, denk ik, nog vele decennia, vele eeuwen zal nodig hebben eer, eer, eer dat we tot zoiets in staat zijn. Ja. Alhoewel oh, het ook niet biologisch uitgesloten is. Mm -hmm. Er is geen enkele biologische noodzaak waarom een organisme moet doodgaan. Dus, dus dat, je, 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 kan je, je kan je perfect voorstellen dat als je, als je nu de menselijke soort er, erop zou gaan selecteren, dat ze steeds langer leeft. Ja. Dat je steeds opnieuw, dus de mensen die uh, een lagere levensverwachting hebben, dat je die uh, zal steriliseren, dus dat je ze niet laat voortplanten, ja dan kan je gewoon voorspellen dat dat binnen binnen 100 binnen 1000 generaties dat de menselijke soort veel langer zal leven, maar het zal oh. gewoon veel meer tijd kosten, omdat er veel meer genen bij het betrokken zijn. Het loert niet om de hoek. Nee. Het Is niet iets waarvan je zegt, daar daar zijn we eigenlijk bijna, of die zal binnen 100 jaar kunnen nee. we al verwachten dat. Nee, dus de mensen die denken, dus de ja. Kurtzweil en zo, die zeggen van, ik ikzelf in mijn eigen, ik zal nog onsterfelijk worden, of ik zal uh, 500 jaar worden of zo, denk ik van, oké. Okay. Good luck. <laughs> Good luck with that. Ja, dat ik ben best bereid om dan een, een, een serieuze som op Verwerpen die al gebeuren. Misschien gewoon even denken met dat jij zei, met de natuur die constant aan on, gene verandering doet en dat dat eigenlijk de helft van de tijd, zelfs 90% van de tijd, gewoon freaks of nature zijn ja. die daar afsterven en waardeloos uh, verklaard worden. Dat is eigenlijk bijna het meest efficiënte. Uh, argument tegen intelligent design, dat er min of mm -hmm. meer wel bestaat, denk ik. Hè? Nee? Tegen intelligent design als de, de, de creationistische theorie. Als het idee van, van, ja. van, van, van eigenlijk is alles dat er op de aarde en op de wereld gebeurt een wil van een soort ja, opperwezen, ja. en alles is perfect omdat God het zo wil. Ja. Dat is inderdaad, dus de, de, de natuur bij de ene soort is het meer uitgesproken dan bij de andere, maar de natuur is enorm spelziek. Dus, mm -hmm. dus kikkervisjes bijvoorbeeld, die, ja, die zijn echt bij honderden, uh, worden die verwekt. En hoeveel daarvan groeien uit tot een kikker? Well, ja, er zijn er misschien één of twee. Uh, en <laughs> en die, dus, die, 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 die hebben uiteraard ook een bepaald. Sommigen hebben ook gewoon uh, malchance. Dus dat is ook iets waar. Uh, dus na natuurlijke selectie is eigenlijk een statistisch proces. Dus de mensen die een hogere fitness hebben, dat wil zeggen dat ze een genoom hebben dat meer geneigd is tot. Succes tot voortplanting en overleving. Die zullen geselecteerd worden. Maar ja, je kan altijd iemand hebben die door een bliksem wordt getroffen of zo. En die echt het beste genoemd ter wereld dat. Maar ja, goed, kijk. Uh, ja, pech. Maar, ja. Uh, uh, maar, uh, maar los van dus die toevalstreffers is het inderdaad zo dat ze bij, bij, bij elke generatie. Um, verwekt de natuur een veelheid aan organismen. Trouwens, ook sperma is daar een goed voorbeeld van. Nee, dus de functie van een spermacel is bevruchting, dat is de reden waarom er spermacellen bestaan. Dat is het een, de enige reden dat ze waarom die bestaan, want anders zouden ze mm -hmm. er gewoon niet zijn. Um, terwijl, als je, als je de, de, de spermacellen uh, bekijkt, de fractie van de spermacellen die hun evolutionaire... Uh, missie taak vervullen? maken. Ja, die hun yeah. taak waarmaken. Yeah. Die, die film van, uh, uh, van, van Woody, Woody Allen, Allen. Ja, waar yeah. hij zo samen ja, 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 ja. met andere spermacellen klaar zit en zoals depressief wordt: ja. van ik in mijn zit. Everything water. you oh, always yeah. wanted to yeah. know about yeah. sex, but we're afraid to ask. Ik had hem in look yeah. who's yeah. talking. Ik ben <laughs> <Ja. laughs> <Ik laughs> <Dat is ook, laughs> niet jonger. <laughs> ja, dat is inderdaad. Everything you always wanted to know about sex is echt Zijn misantropen zelf. Ze zitten daar zo met andere spermacellen van ja, alleen het heeft toch geen zin en we maken toch geen schijn van kant. No, no, the, the race is I kind did, of lost yeah. already. It's like, yeah, <laughs> ja, <inderdaad>, ja. <laughs> Waarom zou ik de uitverkorene zijn? Maar dat is het dus echt, bi dus biologisch gezien. Dus één spermacel op letterlijk miljarden die, mm -hmm. die, die haar missie vervult. En al de rest, ja, pech jongens. Uh, al de rest is die allemaal de potentie in zich dragen om uit te groeien tot een, tot een menselijk organisme. Ook allemaal een ander DNA hebben. Dus hebben mm -hmm. ze dan allemaal um, hebben ze een ander genetisch profiel. Omdat dus, dus de. Um, ja, Door meiose wordt dus een, een, een deel van het, 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 het genoom van de, van de vader dus doorgegeven naar het potentiële kind. Maar bij elke spermacel is dan een verschillende mengeling. Um, en, die, en die mislukken allemaal in hun missie. Dus bij intelligent design zou je inderdaad verwachten: ja, dat gewoon. Alles is perfect. Uh, alles, is perfect alles werkt. Alles, alles, uh, ja. alles is precies. Er wordt al de, de, dat, dat, er, dat er per. Uh, per organisme, maar één spermacel wordt gemaakt of voor elk kind één spermacel en, en dat de rest ja die toch dat is dat één die... gezegend spermacelletje terwijl ja. al de rest die hebben eigenlijk die, die zijn er voor de lol die zijn er de voor de lol ja gewoon totale to uh... make the one feel like a winner ja <laughs> Ja. <laughs> right Er zijn natuurlijk wel meer uitverkoren als je dus onder de miljarden dan zo de enige de ja, gelukshebber zijn dus, dat is natuurlijk ja, wel was... waar dat is ja. natuurlijk wel waar nu gezegd uh, wat ik wat, wat ik heel um, leuk vind er ja, zijn heel veel dingen dat ik interessant vond nu je boek, maar je, je, het, eigenlijk de, de, de stelling is, is, zoals ik al zei, je zegt het gaat veel beter met de wereld, je geeft een hele hoop voorbeelden, hè? De, het, het, we worden ouder, de welvaart is ook voor iedereen beter, niet ja. alleen voor het westen, wat het idee is dat wij altijd hebben, ja. maar dat je, ook, hè, dat je ook in de, 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 in de rest, daalt, in de rest van de wereld de ongelijkheid taalt tussen mensen, al dat soort dingen, maar je hebt toch zo weinig mensen die dat geloven. Hè? Je hebt zoveel mensen die geloven dat de als je zeker um, ja, kijkt hoe het nieuwsbericht wordt. of hoe mensen op, op sociale media met elkaar communiceren. wat de gewone ideeën zijn. wat de man van de straat of op café tegen elkaar zegt. zouden bijna denken dat we in de ergste tijd ooit leven. Ja. Hè? In tegenstelling tot wat het eigenlijk is. En wat ik ook tof vond, was dat je ze dan ook nog eens. De, de de geloofsloochenaars, zoals je ze noemt. He. Degene ja. die niet geloven dat het beter wordt, die verdeelde jij onder in vier categorieën. Ja. En dat vond ik ook wel heel leuk, want dat is, dat is misschien iets dat je even moet toelichten. Ja. Dat is wel interessant. Ik ben iemand die gelooft in vooruitgang. Dat wil zeggen, ik, ik geloof dat we de wereld uh, nog beter kunnen maken dan hij al is. Hij is al veel beter, maar hij kan nog veel beter. We leven niet in de perfecte wereld. Maar tegelijkertijd geloof ik ook niet dat 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 historisch noodzakelijk is. Dus het kan in de wereld kan naar de knoppen gaan. Niks, er is niks, je moet niet op onze lauwer gerusten en denken dat het vanzelf gaat. En dan heb je inderdaad vier scholen uh, die daar tegenin gaan. Dus vier mm -hmm. uh, types van pessimisten. Soort, is dat een soort algemeenheid, of is dat iets dat jij bedacht hebt met het schrijven van die boek? Dat, dat is iets dat ik zegt, bedacht ik heb, ja. Ik ben die ja. beginnen onderverdelen ja, in soorten mensen. Want het, 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 het leuke daaraan uh, vind ik dat, dat je... Patronen gaan zien die anders minder goed zichtbaar zijn. Dus je gaat bepoor, bepaalde pessimisten gaan onderbrengen in dezelfde categorie waarvan je dacht: van, ah ja, tja, uh, dat was mij nog niet opgevallen. Dus ik ga ik misschien mm -hmm. met het eerste voorbeeld illustreren. Dus de eerste categorie zijn de, 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 de nostalgische pessimisten. Dat zijn mm -hmm. de mensen die zeggen: um, vroeger was het allemaal beter. Mm -hmm. Ooit was er een paradijs van harmonie en vrede en welvaart en voorspoed en zo. Maar sindsdien gaat het, ga het zien er ook een berg af. Uh, en het, en het het vreemde is dus dat uh, nostalgie wordt meestal in verband gebracht met uh, rechtse en conservatieve mm -hmm. mensen. En dat mm -hmm. klopt ook tot op zekere mm -hmm. hoogte. Maar linkse mensen uh, laten zich zeker niet onbetuigd. Dus je ziet dat er ook bij links bepaalde vormen van nostalgisch pessimisme bestaan die eigenlijk veel meer affiniteit vertonen met die rechtse vormen van pessimisme dan zij zelf voor lief huiden. Ja. Dus Donald of Trump... Wille, of willen toegeven. Wille toegeven. Donald ja. Trump is het type okay. voorbeeld van een rechtse pessimist. Ja, zijn slogan alleen zeg het al, make America great again. Het idee dat er ooit... Dat was ooit, die van Ronald Reagan ook, hé, trouwens. Dat is ook heel goed. Had grappig. hij ook zo'n uh, slogan? De, de, dezelfde. Bij zijn, bij zijn verkiezing, oh, er zijn zelfs niet, nog ja. posters van, uh, Ronald Reagan, Let uh, Make America Great Again. Ah, oké, okay. ik wist niet dat letterlijk hetzelfde was. Nu, het is letterlijk. inderdaad het is een trope, het is een, het is een populair uh, idee uit. Um uit het, het conservatieve denken, dus dat, er, uh, dat, dat de wereld in verval is. Dus dat er dat, dat vroeger wel nog respect werd opgebracht voor autoriteit en gezag, maar dat de jeugd ondertussen weer spannig is geworden, uh, uh -huh. dat we elkaar niet meer vertrouwen, enzovoort. En dat we terug moeten naar, die, uh, naar dat gouden tijdperk. Dus dat is iets dat ja. vooral rechts is, maar... Als de mensen hun mensen... deur nog niet op slot deden. Ja, want kijk, dus da, uh -huh. daar, da, daar ja. kom ik toe. Dat idee van de mensen die, de, die hun deuren niet op, op slot deden, dat is vooral bekend geworden eigenlijk... Uh, door een uh, filmpje, ik weet niet of dat hier in Vlaanderen echt heeft aangeslaan, maar um, er was een filmpje in De Wereld Draait Door, dus een Nederlandse televisieprogramma, mm -hmm. waarin Jan Terlouw, dus de voormalige D66-leider en ook ja, ja. De schrijver van schrijver. jeugdboeken, ja. um, een toespraak geeft waarin hij zich rechtstreeks tot de natie richt, dus het is dus ergens wel... Het is, het, is, het is ook ergens wel pakkend om te zien. Dus hij heeft echt met zijn, met zijn ogen op de camera gericht. En ook een beetje met van die droevige oude mans ogen. Het, het is echt aandoenlijk om te zien waarin hij zegt: waar is de tijd van vertrouwen gebleven? Waar is de tijd gebleven dat de mensen een touwtje uit de brievenbus uh, lieten hangen? Dat was zo'n Nederlands gebruik, mm -hmm. dus het, waarbij het, het touwtje. Uh, dat door de gleuf zat, dat je op die, op, 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 via het tuitje gewoon de, de grendel van de deur... Ah, ja. Ja, was, of, of ik heb het ook met de optie gehoord, dat was een gebruik dat is bij ons okay. minder bekend is, maar het komt ja, op hetzelfde neer. Ja. Dus, dus de, 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 bij ons zouden we dan de sleutel onder de mat leggen. Ja. En dus zijn idee was, vroeger was er een tijd van vertrouwen. Mm -hmm. um, mensen konden gewoon bij elkaar binnenlopen langs de achterdeur. Maar vandaag uh, heerst het wantrouwen, omdat politici verschillende uh, bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten enzovoort. Nu... Jan Terlouw is geen rechtse zak. Ik bedoel, nee. dat, is D66, dat is een linkse progressieve uh, politicus. Die, um, en die boodschap sloeg ook vooral aan bij linkse mensen. Dus als je kijkt, dus dat filmpje ging viraal op een bepaald moment. En de, de overgrote meerderheid van de mensen die dat deelden, waren zelf uh, links en progressief. Nu, er is heel weinig verschil tussen het nostalgische uh, beeld van mensen als Jan Terlouw en ook mensen als Bas Heijnen en Paul Verhagen. Kijk, daar is hij. Ja, ja, um, ja, ja. Het is wel, het is wel, ik vind het zelf wel... Dus ik, ik vind het bullshit. Ik bedoel, er, is, er heeft nooit zo'n tijd van vertrouwen bestaan. Of voor zover die bestaan heeft, zijn er veel andere, meer prosaïsche verklaringen. Namelijk ja, dat mensen nog geen flatscreens en laptops hadden, dat er gewoon niks te jatten viel. En dat moeder de vrouw altijd thuis achter het fornuis stond, dus dat er toch gewoon geen gelegenheid was tot diefstal. Ja, dat, dat uiteindelijk denk ik ook veel minder mensen zo ver weg weggingen uit hun eigen dorp. Dat ja, ja, dat ze nu doen. Ja, ja. maar, mag ik daar toch even op dingen? Niet om hier tegen draad te doen, maar ik ben ooit wel. Dus toen ik een jaar of twaalf was, zat ik in een, in een muziekorkest. En dan ben ik naar Denemarken geweest. En daar deden ze dat wel. Mm -hmm. En ik weet dat ik dat toen ook heel opmerkelijk vond, want dat is dus de jaren negentig. En uh, effectief dat zat ik in een gastgezin. En ik weet letterlijk dat ik toen daar niet van over kon dat die mensen hun deur niet vaststeden. Dat komt trouwens ook in uh, Bowling for Columbine van uh, Michael Moore. Dat gaat hij zo naar Canada. Canada. En dan loopt hij ja, ja. zo bij mensen op de, op de, <laughs> over de vloer. Richt, de recht over het water van Detroit. Van... Ja. Want die vergelijking ja. maakt hem dan. Het okay? ja. is natuurlijk niet uh, toevallig. Het is, is een beetje demagogisch. Ja, en. ja. zijn natuurlijk ook Kijk, andere, maar de, 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 er is wel iets van aan. Dus er zijn vooral... Kijk, maar het punt is, voor zover het klopt... Is het is mm -hmm. helemaal geen links verhaal. Want als je begint af te vragen van... Ja, maar waarvoor doen die mensen eigenlijk de deur op slot? Voor wie zijn ze bang? Dat is het niet voor uh, politici die mensen tegen elkaar opzetten. Dan is het vooral voor ja, die, uh, dieven en uh, criminelen. En dan vooral nog, uh, ja, uh, in, in, in vele gevallen, al die migranten... Uh, mensen die, 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 er ja, precies, ja. die er anders uitzien. zien. Ja, precies, die er anders uitzien. zien. Dus... Mm -hmm. um, tot op zekere hoogte klopt het dus dat mensen die in kleine, overzichtelijke, homogene gemeenschappen leven, dat er veel sociale controle is, inderdaad geen reden hebben om een deur op slot te doen. Want ze vertrouwen elkaar toch en ja, er, er zijn geen vreemdelingen die dingen komen stelen enzovoort. Uh, maar als je gaat kijken naar de objectieve cijfers van criminaliteit, in Nederland bijvoorbeeld, dus Scandinavië ken ik ze nu niet zo goed, dus die, zie je dat er vroeger veel meer diefstal werd gepleegd. Het is alleen zo uh, dat. Ja, ik heb het al vermeld, er was bijna altijd iemand thuis. En, en, uh, en als er niemand thuis was, viel er ook niet zoveel te stelen. Dus er was ook niet zoveel. Mm -hmm. Zeker bij gewone mensen. Mensen natuurlijk die dure schilderijen hangen hadden. Ja, die, 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 mm -hmm. die, maar ja, die lieten ook geen tuitje in de brievenbus. Dus het is ook, nee. er is een veel eenvoudigere verklaring uh, voor waarom, uh, waarom, waarom dus, ja, die traditie van dat tuitje ooit bestaan heeft. Maar dus om terug te keren naar. Uh, nostalgisch pessimisme. Ja, ja, ja. Dus je hebt mensen zowel aan linkerzijde als aan rechterzijde die eigenlijk uh, heimwee hebben naar een tijdperk, meestal een tijdperk dat ze zelf nog hebben meegemaakt, um, en die dat gaan romantiseren. Die denken van toen was het een tijd van voorspoed en vertrouwen en, en, en geluk enzovoort. Toen en ze zelf jong waren. Eigenlijk is dat heel, ja, toen ze <coughs> zelf jong waren en dat <coughs> heeft ook een psychologische verklaring, namelijk um, wij zijn allemaal geneigd om de tijd waarin we zelf opgroeiden te romantiseren, om de heel eenvoudige reden dat de meeste kinderen die in een goed uh, gezin opgroeien, dat die uh, als kind een wereld kende die veilig en overzichtelijk en vol vertrouwen was. En ze hadden ook geen probleem om van wakker te liggen, want er waren grote mensen die zich daarmee bezighielden. Ze keken niet naar het journaal, uh, en ze zagen niet alle wereldmiserie uh, die zich rondom hen voltrok. En uh, mensen in het algemeen zijn dus geneigd om te denken dat de, 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 het gevoel dat ze hadden als kind... Om dat mm -hmm. te gaan projecteren op de rest van de wereld. En om te denken dat niet alleen hun wereld, hun kleine overzichtelijke wereld, uh, veiliger en mooier en harmonieuzer was. Maar dat de wereld uh, in het algemeen ook uh, veel beter was dan vroeger. Uh, mensen die echt nog oorlog hebben meegemaakt of die echt honger hebben gekend, die zijn daar meestal tegen ingeënt. Tegen mm -hmm. dat, dat soort nostalgie. Maar uh, je ja, ziet dat heel duidelijk bij... mijn ouders hadden daar geen last van. Precies. Die hebben het, mijn, mijn de oorlog ja. meegemaakt. En die, uh, ja, die, die had, hebben ook een veel meer, veel meer nee. uitgesproken gevoel van, van dankbaarheid. Mm -hmm moet trouwens ook ten opzichte van de Amerikanen die haar bevrijd hadden. Dat was mm -hmm. voor haar heel concreet. Dus ze waren ja. onder Duitse bezetting geleefd. En plots komen die Amerikanen daar. En dus dat contrast tussen. ja, uh, echt. Ja, ze, ze heeft toen toch echt wel wat honger. ja, het voedsel was geransioneerd en zo. Ik bedoel, niet echt zo hongersnood. maar toch echt wel heel zuinig moeten leven. en, en dus proberen om uh, ja, rond te komen. Um, dus mensen die zoiets hebben meegemaakt. Dus die, die, die weten dat de wereld vroeger uh, niet beter was. Maar mensen mm -hmm. die in, in tijden van relatieve vrede. Zijn uh, grootgebracht. Dus Bas Heijnen is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus als je dat, dat, dat is ook iets dat je op internet kan terugvinden. De documentaire Onbehagen van Bas Heijnen, dus de Nederlandse essayist, gebaseerd op zijn uh, gelijknamige boekje. Ja, die daar, daar gaat een hij, aantal keren in uw boek. Hè? Ja, dus daar, ja. Daar, dus daar gaat hij effectief. Dus hij, zijn stelling is: we leven in een tijd van onbehagen. Dus alle de, 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 de tegenstellingen tussen mensen worden steeds groter. Het wantrouwen groeit. De ongelijkheid neemt toe. Enzovoort. Alles, alles wordt uit elkaar gereten. Waar is de tijd van vroeger gebleven? En daar gaat hij letterlijk in die documentaire terug naar zijn eigen geboortedorp. Dus hij denkt van: hoe, dus hoe kan ik begrijpen wat er met de wereld is verkeerd gelopen, ah, ik ga misschien bij mezelf beginnen. Dus hij gaat naar Zwanenburg, waar hij is, is uh, uh, ja, grootgebracht. En, uh, en daar begint hij te mijmeren, dus hij is letterlijk door het fotoalbum van zijn moeder aan het bladen, allemaal zo van die vergeelde foto's, waar hij zo gelukkig aan het, aan het plonzen is in het zwembad enzovoort. En, en dan uh, komen we bijvoorbeeld te weten dat uh, ja, er was daar een openluchtzwembad in Zwanenburg en er werd betaald met de kwartjes en dubbeltjes van de dorpszwemmers enzovoort. En op een bepaald moment moest dat zwembad sluiten, want het was niet meer rendabel, enzovoort. Dus het is echt het baat in juist nostalgie. Terwijl als je gaat kijken naar de feiten, dus de, ja, die 70, toen dat bassijn opgroeide. Mm -hmm. Die waren in veel opzichten veel gevaarlijker, veel onveiliger, veel ellendiger dan vandaag. Uh, de Vietnamoorlog bijvoorbeeld, die mm -hmm. op dat moment, woedde, was veel dodelijker dan uh, zelfs de Irak oorlog daarna, en de oorlog in Afghanistan uh, en de oorlog in Syrië, die we nu vandaag kennen. Um, er was veel meer armoede, dat heb ik al gezegd. Dus zeker mm -hmm. de spectaculaire armoededaling is vooral van de laatste dertig jaar. Dus in de jaren 70 had je echt nog zo die gigantische kloof tussen het rijke Westen en het arme. Ja, de rest de rest van de rest de West the rest dus uh, je had ook terreuraanslagen. Dus de, de Heine wekt een beetje de indruk alsof dat de, 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 de aanslag op Charlie Hebdo dat dat zo zijn, zijn, zijn wereldbeeld aan het dichtliggen geslagen. Maar ook toen had je aanslagen van bij ons bijvoorbeeld de CCC. De CCC, de, 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 dat herinner ik me. Uh, de ja. treinkaping in Wijster. Ja. Ja. Uh, allerlei separatistische en, en, en communistische. IRA. Dus ja. als je gaat ja. kijken naar de feiten, uh, dan zie je dat de wereld er veel beter voor staat. Maar mensen uh, hebben de neiging om te denken dat het andersom is, om, omwille van hun ja, dus eigen kindertijd. Hoe ziet u dan, hè, want het boek, ik heb het er straks nog gezegd, uh, het is een aanrader, Wat ik heel de kracht vind van het boek, is de, zijn de voorbeelden. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Uiteraard, er is niks zo leuk dan als je uw uitleg dan leest en je ziet dan een voorbeeld dat enorm herkenbaar is. Ja. Um, dus, ik ga nu heel kort door de bocht gaan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen: Dit boek is de waarheid. Ik ga het even mee, Allee, waarschijnlijk is dat niet moeilijk voor u om mee te gaan ja. doen, maar. Uh, stel... Um, alles wat in het boek staat is waar. Alles ja. wat in het boek staat is waar, <laughs> omwille, van het, omwille van de feiten. Mm -hmm. hè, ja. Alle cijfers kloppen. Toch merkte uh, dat inderdaad, waarom dat je de mensheid onderverdeelt in die vier onderverdelingen, waar we nu gemakkelijkheidshalve uh, bijvoorbeeld wij met twee of zo zegt, maar de academische wereld, daar kreeg hij ook heel veel kritiek van. Ja. En ik vind dat heel raar, dus dat is een vraag, het is geen mening dat als je uh, met feiten afkomt. Um, en we gaan er nu voor de gemakkelijkste halve van uit dat die waar zijn, dat er toch iemand, een academicus, waarschijnlijk collega's of mensen waar je op Twitter heel een dag ruzie mee mocht om het uh, grappig uh, te benoemen, dat die toch mee iets zullen afkomen, waardoor dat dan niet is. ligt dat eigenlijk. Ja, dus voor, de, vooruitgangsdenkers. Uh... Krijgen heel veel over zich heen. Ik wil me daar niet mee aanstellen of zo, want mm -hmm. uh, prima. Ik heb al ook over andere zaken uh, dingen over me heen gekregen. Dat, 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 dat hoort er ook bij. Uh, maar er is inderdaad dus de, de heftigheid waarmee mensen reageren, niet alleen tegen mij, maar tegen mensen als Steven Pinker en Matt Ridley. Dus ik, 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 ik maak ook wel deel uit van een bepaalde school van mensen die, die zeggen dat het beter gaat met de wereld. Die roept inderdaad zelf om een verklaring. Maar ik ga misschien eerst. Heel kort die vier scholen nog opzommen, want ik ben daar net niet toe gekomen. Ja, dus hebben we hebben wat uitgeweid over die nostalgische pessimisten. Mm -hmm. Maar ik ga ze heel kort... Dus de nostalgische pessimisten, die hadden we al. Uh, dan heb je de, de doemdenkers van de wachtmaarschool. Dus dat zijn mm -hmm. de mensen die, in tegenstelling tot de nostalgici, erkennen van, ah ja, nu gaat het echt wel goed. Maar uh, binnenkort uh, staan we op de rand van de afgrond en uh, stort alles in één. Dus ja. daar heb je vooral dan de islamiseringsdoemdenkers en de, de, um, de doemprofeten van de, van de klimaatopwarming. Dan de derde groep, dat zijn de cyclische pessimisten. Dat zijn de mensen die denken: ja, de oorlog en vroden, maar... Ja, Dat zijn allemaal dat ja. is gewoon de, de, uh, de schommelingen van de geschiedenis. Dus nu hebben we een relatieve periode van vrede, maar onvermijdelijk ja. komt er weer oorlog. Magere, nu hebben we rijkdom, magere, vette jaren, mageren, en het idee ja. uit de Bijbel. Bas van Bavel is daar een goed voorbeeld van, de Nederlandse econoom. En ook Oswald Spengler, de, de, de man van de, de ondergang van het avondland, die mm -hmm. dacht echt dat beschavingen een soort van organismen waren die opgroeien, volwassen worden en daarna weer afsterven. Dat was onvermijdelijk. Dat en, was terug, en terug eigenlijk. Ja, precies. De eeuwige wedergeboorte. Death and rebirth. Ja. En dan de vierde okay. school, dat zijn de uh, tredmolendenkers. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, kijk, um, als, je, als je kijkt naar de objectieve maatstaven van menselijke welvaart, levensverwachting, kindersterfte, um, uh, oorlog en, en, en moord enzovoort, dan gaat dat allemaal wel relatief goed. Maar waar het er echt toe doet, uh, geluk bijvoorbeeld, daar zijn we eigenlijk ter plaatse blijven trappelen. Dus mm -hmm. we zijn nooit, bijvoorbeeld we zijn rijker dan ooit tevoren, maar we voelen ons nog altijd even slecht. Dus we zijn een beetje zoals een hamster uh, die in een trendwon blijft, uh, blijft draaien. Dus dat zijn, dat zijn de vier scholen die ik, die ik uh, onderscheid. En dat is iets dat ik ook gaandeweg ben ben te ontwikkelen toen ik gewoon dat boek schreef. En dat ik dacht van ja eigenlijk. Je kunt ze onderverdelen in verschillende types. En ik mm -hmm. denk dus dat, dat ik ongeveer de vier, eh, dat ik daarmee de meeste strekkingen ondervang. Maar het is de vraag: ja, waarom, eh, waarom stuiten die feiten op zoveel weerstand? En dat, 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 dat is vooral de vraag die ik beantwoord in het eerste hoofdstuk van mijn boek, dus over de psychologische wortels. Ja, abortus. niet alleen dat, maar je hebt ook mensen die echt letterlijk zeggen: ja, ja, jij met je feiten allemaal, maar dat is niet mijn gevoel. Ja, ja. Uh, ja ja precies dus ze, ze zeggen van, ja oké okay, het, 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 het geweld gaat Er het wordt wel, de o, wordt wel steeds met een woord gepleegd maar of die komen zelfs mee andere feiten af hè, waarvan dat ze zeggen He, dat, dat wordt heel vaak gedaan, als iemand een, een onderzoek doet, naar, om nou even verder te gaan op wat jij zegt, Andries. Die doen een onderzoek naar iets, die zeggen: luister, feiten wijzen dat, dat, dat en dat uit, wetenschappelijk onderzoek. En ik kan dat hier allemaal voorleggen, wat dat, dat is. En dan krijg ze zelfs een heel strekking van mensen die zeggen: ja, 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 maar ja, uw onderzoek is waarschijnlijk uh, gefinancierd door een of ander ja. groot bedrijf. die dat, dat en dat en dat als resultaat willen bekomen. Ja. Terwijl, kijk, hier zijn onze feiten. Ja. En iedereen begint tegen elkaar op te goochelen. Met cijfers, ja. wa waardoor dat die feiten eigenlijk ook al bijna. hoe zeg je dat? Ja, gedevalueerd worden. Ja, ja, ja. waardoor dat, 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 dat je hè, met, zeker in tijden van fake news en dat soort dingen, mm -hmm. dat er een enorme wantrouwen ontstaat naar elke vorm van iemand dat zegt: ja, nee, nee maar. Uh, is gewoon ja, ja. Zo. kijk gewoon naar de cijfers en de statistieken. En... En, en dan denk ik dat je zeker een grote tegenstelling hebt. Sorry dat ik u onderbreek, dan laat ik u gaan. Maar ja. dat je, uh, dat je, dat je die, die tussen de zogenaamde harde en zachte wetenschappen. Dat mm -hmm. je de menswetenschappen, hebt, de dingen als uh, genderstudies, de dingen als sociologie. De dingen die, die allemaal gaan zeggen: ja, ja, jullie komen wel allemaal af met je met harde feiten. Maar uh, je, je hebt het bij het verkeerde eind. Want ja, en, uh, maar, er is één heel mooie uh, omkering. Op, welle, op, op, als, je, als je het zo kan uitdrukken, uh, van uh, optimisme naar pessimisme, die in dat boek van Bas Heijnen zit. Dus onbehagen, mm -hmm. dus dat boekje dat hij geschreven heeft, en daarna dan de documentaire. Um, nu, ba dus Bas Heijnen bespreekt op een bepaald moment heel kort uh, het werk van Steven Pinker. En Steven Pinker is ja, een van mijn uh, intellectuele helden, dus iemand die uh, vo voornamelijk in zijn boek The Better Angels of Our Nature, dat mm -hmm. vertaald is als ons betere ik, heeft aangetoond met dus werkelijk Stonden bewijsmateriaal en, en grafieken dat bij, bijna alle vormen van geweld doorheen de geschiedenis vanaf de 16e en 17e eeuw in dalende lijn zitten: moord, oorlog, lynchpartijen, verkrachting, uh, 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 ja, raciale uh, hate crimes, enzovoort, uh -huh. uh, ver, ver, dus uh, geweld in het huwelijk. Dus al die zaken zitten spectaculair in, in dalende lijn. Uh, en nu dus, uh, Bas Heijnen schrijft dat boek over... Uh, ja, de, toch een gevoel van onbehagen. En de, de breuklijnen in de samenleving worden steeds groter. En mensen worden steeds agressiever. En er is verhuftering en zo. En dan heeft hij natuurlijk... Moet hij een bepaald moment afrekenen met, met die gigantische cijfermerk van Steven Pinker. Maar hij houdt mm -hmm. niet van cijfers Dus hij merkt gewoon dat... dat uh, die, 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 de, al, al die cijferneukers en statistici en zo, die, die, daar heeft hij een groot wantrouwen tegen. En de manier waarop hij ze dus afwempeld vind ik ergens, het is een soort van originele uh, drogreden, die op mm -hmm. zich wel ja, vindingrijk, van vindingrijkheid getuigt. Hij zegt: Ja, kijk, <laughs> zo'n boek als Steven Pinker, hè, um, die ons probeert te overtuigen dat het goed gaat met de wereld aan de hand van cijfers en statistieken, uh, eigenlijk is dat een sy symptoom van onze tijd. Eigenlijk is dat een symptoom van het feit dat we behoefte hebben aan geruststelling. Dat we, dat we zo onzeker zijn dat we ons gaan vastklampen aan zo'n Steven Pinker en hem gaan vragen van alsjeblieft, uh, meneer zeg Pinker, ons zeg ons gaat. dat het goed gaat en, alsjeblieft, ja. en toon ons maar wat cijfers dan, want, want we voelen ons zo slecht dat we nood hebben aan een soort van fopspeentje tegen de barre werkelijkheid. Dus eigenlijk zegt Heine... Het feit dat mensen vertellen dat het zo goed gaat met de wereld, en daar allerlei cijfers en statistieken voor hebben, toont aan hoe slecht gaat dat het gaat met de wereld. Toont aan hoe groot dat het onbehagen is in onze tijd. En hoeveel, dat we het hoe nodig we... hebben om dat ja, onderzoek precies. naar te doen. Dat is doen. toch geweldig? Ja. Dus, uh, en op die manier kan hij gewoon heel die cijferberg van Pinker aan de kant schuiven en, en doorgaan met zijn feitenvrij betoog. Dus dat het on onbehagen steeds meer toeneemt. Ja. Maar dat is inderdaad, dus je hebt, je hebt in het algemeen wel. De neiging van uh, ja, zacht, zachte wetenschappers of uh, uh, mensenwetenschappers om wantrouwig te zijn tegenover feiten. Dus je hebt dat citaat van ja, yeah, their lies, their damned lies and statistics. Dus het idee van, als je ergens een grafiek ziet en al die geweldgrafieken gaan naar beneden, dus dat dan. Je krijgt het gevoel dat je belazerd wordt. Dus ja, mensen ja. vertrouwen dat niet. Van, ja. ja, maar ik, ik heb het gevoel. Ik zie elke, elke dag in de krant dat er geweldmisdrijven worden gepleegd. Dus, dus jij gaat me niet vertellen dat er minder geweld wordt gepleegd dan vroeger. Want dat druist in tegen mijn persoonlijke ervaring en mijn intuïtie. Maar toch... ik probeer ook een aantal uh, specifieke hmm. verklaringen te geven. van... Uh, waarom mensen geneigd zijn om pessimistisch te zijn. Dus die, ja. die, 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 die zaken over cijfers en statistieken, dat is een algemeen wantrouwen dat bestaat, ook in, uh, in andere domeinen. En mensen houden gewoon niet van, uh, van cijfers en statistiek, of toch sommige mensen. Uh, maar ik de, 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 denk de voornaamste verklaring, um, en we, we hebben ze daarnet al vermeld, dus dat, dat uh, als, als je mensen wijst op objectieve maatstaven van vooruitgang, euh, dan beginnen ze vaak over iets anders. Dan zeggen ze, ja, maar dit, dat, dat doet er niet toe. Van, er wordt wat minder geweld gepleegd, maar euh, er, er is meer trolling op Twitter of pesten online, uh -huh. en eigenlijk is dat even erg. Of er is minder racisme. Ja, het racisme is misschien verdwenen, maar tegenwoordig is het allemaal systemisch racisme en, en cultureel racisme enzovoort. Uh -huh. um, of er is, er is wel meer rijkdom dan vroeger, maar de rijkdom is ongelijk verdeeld en de rijken worden steeds rijker. Dan noem ik de wet van het behoud van gezeik. Ja. ja, dat is een ja. hele goede. Dus, uh, daar moest ik echt heel hard mee lachen met die zin, zelfs toen ik dat las. En ik hoop ja, dat het herkenbaar de is. dus dat Het idee is dat, uh, <laughs> te, met, met een knipoog naar de, de thermodynamica, dus de, de, ja, de wetten van de fysica, ja. dat hoe goed het ook gaat met de wereld, er wordt altijd evenveel gezeik. Mm -hmm. um, dus, dus in een gesloten denksysteem blijft de hoeveelheid gezeik altijd constant. En voor een deel is dat begrijpelijk, want naarmate natuurlijk dat we steeds langer en welvarender uh, en rijker leven, raken we daar ook aan gewend. Dus ik heb op een bepaald moment ook mm -hmm. die, die uh, rant van Louis C.K. geciteerd, die, die, die zegt... Uh, die heel funny yeah, is. Yeah. He? Ja, die heel... Dus ja, eigenlijk... My mic my, my seat won't go up. You're yeah, flying yeah. through the sky <laughs> like, like the a bird. Ja, yeah, dat is yeah. fantastisch. He? You're non-contributing so, oh zero. Ja, oh, oh, <laughs> yeah, of dat op zo'n telefoon. Oh my god, this fucking sucks. Yeah. I can't get it. It's going up into space. Zo, <laughs> yeah. <So>, wacht even <laughs> yeah. totdat het terugkomt. Zo. He? So, wij de guy, wat gedaan, yeah, loser. Yeah. Ja, dat is vet. Of deze vond de ook heel goed. Ze vertelt over het, uh, het, het... Dat ze 40 minuten moesten wachten in het vliegtuig, on the runway. En dat dan vooral deze zegt... This is a story now. Zo, yeah. so, uh, deze ziet dat mensen om u vertellen en je moet er een yeah. reet om geven. They made us sit on the runway for 40 minutes. This is ridiculous. And what did you do after? Did you fly yeah. through the sky like a bird? Ja, yeah, dat is fantastisch. Ja, yeah, ik, ik vind dat ook geweldig. Vooral, dus een inleiding is eigenlijk we have the best technology ever and it's wasted on the shittiest generation yeah, in the history of, morals, of people. Ja, yeah. dat <laughs> yeah, is echt zo 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 herkenbaar. Het sure, yeah. is een uitdervuld natuurlijk, maar het is wel uh, so we, we Wij zijn allemaal, trouwens, en ik, 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 ik reken mezelf daar ook bij, wij zijn gigantisch ondankbaar. Mm. Dus wij, wij, wij beseffen veel te weinig wat voor een gigantisch voorrecht dat is om, uh, om, om vandaag te leven, om gewoon op te staan en niet, niet bang te moeten zijn dat iemand je de hersenen gaat inslaan. Om niet, niet, uh, niet onzeker te moeten zijn van: oei, ga, ga ik vandaag wel voldoende eten vinden? Om gewoon zo met u. Uw kaart rondlopen en zo hier en daar in een paar geleuven te steken, en, daar, en mensen uh, be beginnen plots ja, allerlei heerlijke spijzen voor u te zetten of mm -hmm. zaken. Um, dus in veel opzichten leeft le le dus, dat een. Um uh, een fantasie dat ik ook aanhaal in hoofdstuk 3, het land van Kokanje. Ja, ja. Dat was een, um, een, een, een paradijs waarvan middeleeuwers droomden. Uh -huh. Dat is een land waar dat je, ja, om er te geraken, moest je eerst door drie kilometer pannenkoeken, uh, uh, of, of denk was het nu pannenkoek? ja, of, uh -huh. of suiker, of rijste, nee, rijstebrij. Door drie kilometer rijstebrij bijten. En dan kom je dus in het land van, van melk en honing, het land uh -huh. van Kokanje waar uh, rivieren vol limonade stromen en de gebraden ganzen komen nu in de, in de mond vliegen enzovoort. Dus, en niemand hoeft te werken en iedereen kan uh, uh, achteroverleunen en, 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 en mm -hmm. genieten van, van al de uh, van alle luxus en alle, alle rijkdom. Dat is op zich interessant omdat dat aangeeft, uh, het is een soort van fotonegatief van, ja, van de ellende en de armoede waar mensen in de middeleeuwen uh, ja, in, zich in, in, in bevonden. Dus zij droomde van een land waar rijkelijk voedsel aanwezig was waarom? Ja, omdat dat de, de wereld waarin zij leven daar absoluut niet aan beantwoordt. Ja. En in veel opzichten leven wij vandaag in dat, de, in dat land van Kokanje. Dus als wij gewoon een, een, een ordinaire supermarkt, waar mensen dan vaak ook op afgeven, want eh, de supermarkt is altijd de, de, de... Ja, dat zijn dan vaak multinationals en die dumpingprijzen en, het, en, en, de, en de behangmuziek die daar wordt... Uh, ja, ja. De, wa, 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 waarmee dat je daar uh, overgoten wordt. Uh, maar, maar als je erbij stilstaat, de, het, het, het luidere Feit dat daar fruit als een ananas of een kiwi of een mango, waar een middeleeuwen nog nooit van gehoord had, nee. en dat die daar echt voor, voor een bespotelijk lage prijs uh, beschikbaar zijn. Dus ik, ik, ik probeer me dat zelf ook uh, regelmatig in te prenten, want, het, want het, je, je bent inderdaad geneigd, zoals dat Louis C.K. zegt, om heel veel zaken waar je aan gewend bent, om die als vanzelfsprekend te beschouwen. Mm -hmm. uh, het, vliegtuig, ja, het vliegtuig gaat sowieso naar... naar ja, het, het zal niet neerstorten en het zal mij van punt A naar punt B brengen. Dat is eigenlijk een wonderlijk verschijnsel. Dus dan neem je als vanzelfsprekend aan. Maar dan de minste afwijking die er is, het feit dat je een beetje moet langer wachten aan uh, de check-in balie of zo, of dat, de, of dat de wifi niet werkt op, op het vliegtuig. Mm -hmm. De wifi, waarvan je vijf minuten geleden niet eens wist dat hij bestond. Dat is ook een goed ding net, je zegt. Hè. <laughs> en, ja, ja, ja. Ja. en meteen... People feel entitled to. It. Ja, dus met, en, ja. en dus ik bemerk dat ook wel bij mezelf. Dus het is een beetje spottend natuurlijk de manier waarop ik het uitdruk. De wet van behoud van gezeik. Maar het is onvermijdelijk dat we allemaal tot op zekere hoogte. gewoon gewend raken aan, aan de luxe aan de geneugten. waarmee we omringd worden. Mm -hmm. Dat is een menselijk verschijnsel. Daarom is het ook zo dat, kijk, uh, als je naar de objectieve maatstaven bekijkt. van rijkdom ten opzichte van 50 jaar geleden of 100 jaar geleden. dat is echt een factor 10, 20, 30. Dus mensen hebben ja. echt een gemiddeld inkomen dat 30 keer hoger lag. Dan in uh, het jaar 1800. Zijn, we daarom, der, das, zijn we, we daarom dertig keer zo gelukkig? En dat is volgens een boek ook niet alleen maar in het Westen, hè, maar dat is ja. wereldwijd dat dat naar omhoog Precies. gaat. Precies, de, die dertig keer, is, dat zijn, dat zijn Oezo-landen, ja. dat is een heel spectaculair cijfer, maar ook ja. in de rest van de wereld is het inderdaad een verdubbeling, een, ver, een vervijfvoudiging. Mm -hmm. Dus je ziet daar mm, dat rijkdom in allerlei opzichten gewoon um, spectaculair is toegenomen, dat het ook op een manier, dat is ook de reden waarom cyclische pessimisten volledig bij het verkeerde eind hebben. Dus wat we vandaag mee, meemaken is echt ongezien. Het is niet zo van, ah maar ja, de, het Romeinse Rijk was ook welvarend of zo, of, of, of Baghdad in de 12e eeuw. Nee, nee, echt. Not even close. Dus als je ja. die grafieken bekijkt van het uh, werelds bruto nationaal product uh, mm -hmm. door de tijd heen, dan uh, begin bij de geboorte van Jezus of zo, om nu maar iets te noemen. Uh, door, mm -hmm. de, door de eeuwen heen, dan zie je gewoon vlakke lijn, dus echt gewoon. Op de bodem. Tot 1800. Tot 800, en dan ja. gewoon BAM! Plots dan ja. schiet dat echt gewoon de, de, uh, de lucht in. Uh, voornamelijk in het Rijke Westen, maar ook in de, in de rest van de wereld. Um, dus een spectaculaire vermeerdering van, van rijkdom en van welvaart. Nu, het is zo, en dat heeft te maken met, met onze biologische natuur, als je dertig keer zo rijk wordt als vroeger, dan ga je niet plots dertig keer zo gelukkig worden. Dus een deel van, dat, van, van, dat de, van die vermeerderde rijkdom. Die worden inderdaad teniet gedaan door het feit dat we eraan gewend raken. Ja. Dat is waar het hoofdstuk over geluk over gaat. Dus dat tredmolen denken. Het idee dat, dat uh, staat bekend in de economie als de Easterland-paradox, dus dat we uh, tien keer of twintig keer zo rijk zijn als vroeger, maar dat we nog altijd even ongelukkig zijn. Mm -hmm. Nu, dat klopt ook niet. Dus het is zo dat een deel van die uh, winst wordt inderdaad teniet gedaan het feit dat we eraan gewend raken. maar uh, een deel is ook absoluut. Dus, dus ja. als je mensen je gaat niet onder een bepaald niveau van gelukkig nee, zijn, en, en dat ligt hoger dan wat dat het vroeger en je zult ook ja, ja precies, je zult ja. hoger. Dus mensen, uh, kijk, ook in rijke Westerse landen zijn er nog altijd mensen die ongelukkig zijn, zelfs miljonairs uiteraard. Dus geld is ook niet enig dat gelukkig maakt. Neemt niet weg dat geld een zeer handig middel is om uh, Gelukkig bepaalde goed. goederen en diensten te kopen <laughs> enzovoort. Eh, ja. die, u, uh, ja, die in uw behoefte voorzien en die u daarom gelukkig maken. Mijn dus verander zei kijk... ooit uh, over, over geld. Die zei ooit, deze is ik nooit vergeten. Die zei: zei van, uh, yeah, money doesn't make you happy, but at least I'll be miserable in comfort. En dat vond ik ja. eigenlijk helemaal niet slecht. Met je zo. Miserable in comfort, hè? Ja, 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 ja. Dat, ik, dat ik alle comfort heb om in miserabel te zijn. En, en dat vind ja. ik op zich minder erg ja. dan dat ik het ook nog moet zijn in een kartonnen doos op straat. Ja, absoluut, ja. Dus er is dus inderdaad wel geld, denk ik, maakt uiteindelijk wel gelukkiger. Hè? Niet wel, ik, ik, ik op, kan dat zelfs. En, en, de... en, en, daar, de, en daar gruwen natuurlijk de cijferhaters het meest van. Het idee dat je geluk kan becijferen. Dus daar ben ik ook wel een beetje provocerend <laughs> in. Dus er zijn Tuurlijk. happiness uh, studies, is een weten maatschappelijke discipline waarbij uh -huh. mensen. Hey, hoe, hoe kan je weten hoe mensen gelukkig zijn? Wel, het antwoord zal u misschien verbazen, maar de, een van de handigste manieren om te weten of iemand gelukkig is, is om het gewoon te vragen. Uh, en ja. hoe voelt u ja. vandaag in het algemeen over uw leven? Je kunt die vraag op verschillende manieren formuleren. En als je dat aan grote groepen mensen doet, uh, als je die vraag stelt aan grote groepen mensen, en je gaat dat vergelijken met. Landen, dus uh, het ene land met het andere, of België in 2019 ten opzichte van België in uh, 2000 of in 1980, uh, dan zie je wel degelijk een verschil. Dus um, mensen worden gelukkiger naarmate ze meer rijkdom verwerven. Mensen in rijke landen zijn ook gelukkiger dan mensen in arme landen. En om het al wat technisch te maken, de, uh, de, het verband tussen geld en um, geluk is um, loglineair. Dus dat wil zeggen, okay. kan dat in metstaal uittrekken, mm -hmm. dat voor elke verdubbeling van je rijkdom. Dat je een gelijke gelukswinst hebt. Dus iemand die van een inkomen van 1000 naar 2000 euro gaat. en iemand die van 2000 naar 4000 euro gaat. die al telkens. Een gelijke uh, gelukswinst hebben. Dus bijvoorbeeld van gelukscore van 1 naar 2 en van 2 naar 3. Okay. Nu, dat is wat dat geld betreft. Er zijn natuurlijk veel andere zaken die gelukkig maken en we kunnen die ook becijferen. We kunnen mm -hmm. zeggen: van kijk, dit zijn de grootste gelukmakers van de samenleving. Uh, bijvoorbeeld, 20 van de variantie wordt verklaard door sociale relaties en vriendschappen. En uh, mm -hmm. als je het moeilijk hebt dat, dat je iemand hebt uh, ja, die een steun aan toeverlaat ja. is. Uh, vertrouw, sociale verwezenlijking. Ambities, en dat, ambities ja, precies. Dat je ja. doelen stelt in je leven. Dat je het gevoel hebt dat je, uh, dat je geen bullshit job hebt. Dus dat je, iets, mm -hmm. dat je iets nuttig betekent voor de samenleving. Vrijgevigheid is ook zoiets. Ja. Geld weggeven. Dus geld maakt vooral dat gelukkig. Dat blijkt als je zelfs het weggeeft. een hele goeie te zijn. Hè? Een hele goeie. Ja. Er is, ja. Als je een miljonair bent, er is niets beter dat je met je geld kan doen dan het weggeven. Niet alleen voor de mensen aan wie dat je het geeft, maar ook voor jezelf. Mm -hmm. Je wordt er gelukkiger van uh, door, door het feit dat het zin geeft aan je leven. Omdat je weet dat je aan de andere kant van de wereld of. Nou, uh, oh, dus of Bill Gates, hier, een van de Grote ja, voorbeelden van. Um, ja, ja. En daar, daar is tegenwoordig nogal uh, ja, veel kritiek op. Dus van mensen als Rutger Brechtman uh, in, in Davos onlangs, uh, die zit uit te varen tegen die filantropie, die dus die, die miljonairs die. Geld wegschenken, dus o, van Bill da, Dat is da, dat dan, dan ook over... weer niet goed. Ja, dat is dan ook <laughs> weer niet goed. Ja. Dat zien <laughs> ze dan als een soort van whitewashing van, oh ja, nee, je, je probeert gewoon, uh, ja, je, je, je rijkdom te verdoezelen. Uh, of... da, dat is wel een van de mooiste voorbeelden van de wet van behoud van je ja, 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 zaak, ja. dat je, <laughs> je eigen kunt voorstellen <laughs> eigenlijk. Ja. Is dat echt? Is dat echt? ik, ik wil er toch even iets, wat, wat, wat ik net, ik dacht dat we nog toe gingen naar het sweatshop gegeven. Ja, ah, ja. Ja. Dat is een een, een, een heel krachtige ja. passage in uw boek, want wij we mm -hmm. er ook, hebben een onafhankelijk uiteraard van elkaar gelezen, waarin dat je ook zegt van ja, uh, uh, ook al leeft het gegeven van ja, je kunt niet in de primark kopen, want die mensen worden uitgebouwd dat je zelf zegt ja, maar als de primark daar niet zijn stof halen, ja, dan hebben ze niks. Er komt yeah. het een beetje op neer. Nu, ik heb daar toch een, ik wil even een stelling zetten. Um, je zou uh, om je zou kunnen zeggen, als je, je hier bezig wordt en je leest het boek, jou, dit is het ultieme pamflet voor de huidige regering. Ja. En voor uh, dingen zoals de VOCA en, en ja. noem het maar op. Dan zeg je, ben de posterboy daarvoor. Ik neem aan en ik ben er bijna ja. zeker van, zonder u goed te kennen, dat je dat natuurlijk, dat het breder is dan dat. Dat is mijn eerste stelling. En de tweede, wat ik ook wil zeggen, uh, wat die sweatshops betreft, wederom de feiten. Ik ga er nog altijd vanuit dat mm -hmm. het allemaal klopt. Dus daar kan ik niks tegen inbrengen. Maar is er ook niet zoiets als. Um, Um, dat je gewoon kunt zeggen, ja, dat zal wel dat die mensen het beter hebben, toch voelt het een beetje fout. Absoluut. Maar, en, en, maar het punt en, is natuurlijk: het ja. belangrijkste is niet welk gevoel wij eraan overhouden. Uh, want als iemand niet naar de Primark gaat, dat zal hij misschien inderdaad vol zijn van zichzelf. Van nu heb ik een goede daad verricht en ik doe de mensen niet mee aan het systeem enzovoort. Way, maar say, als daar tegenover staat. In <laughs> so, <laughs> ik als daar een tra van de Primark trouwens. misschien niet zegbaar in beeld no. ja. Hypocrit. Ik <laughs> wilde <konden laughs> er net op wijzen. Ik hebben het allemaal gezien terwijl ik binnenkwam. Dus dat doe ik in het kaartje Oud Primark. Ja, ja, voilà. <laughs> <laughs> hier werden kindjes voor uitgebreid ja, <laughs> in Bangladesh. Ja. Uh, nee, kijk. Um, ik, ik, ik ben even verontwaardigd over de armoede van mensen die in Sweatshops moeten werken. Uh, ik heb alleen een wat meer nuchtere en pragmatische houding als het gaat over de vraag: hoe kunnen we er best voor zorgen dat die mensen uit de armoede worden getrokken. Uh, een van die manieren is, en daar pleit ik ook op het einde van mijn boek voor, effectief altruïsme, is gewoon geld wegschenken uh, aan organisaties die het. Gaan uh, overdragen aan mensen die het meest nodig hebben. Mm -hmm. Dus tegenwoordig zijn er systemen uh, met microkredieten waarbij dan mensen op hun telefoon geld krijgen. Dus mensen die echt straatarm zijn. Um, en die krijgen een klein beetje geld om ja, uh, krediet, om bijvoorbeeld uh, om te gaan beginnen ondernemen of gewoon om hun kinderen eten te geven. Mm -hmm. uh, en dat blijkt zeer goed te werken. Dus dat is, dat is, dat is de manier waarop ik. Uh, de, de, de ellendige armoede van mensen zou verhelpen die in sweatshops werken. Uh -huh. Een slechte manier om die armoede te verhelpen lijkt mij dus het boycotten van, uh, van Primark. Waarom? Uh, dat is een argument dat dan dat misschien contra intuïtief zou klinken, maar ik, ik vertel hier gewoon wat de, wat de consensus is onder economen, dus zelfs ook linkse progressieve economen, zoals Paul Krugman, uh, die zeggen, kijk, um, hoe gek het ook klinkt, de jobs van die mensen daar in die fabrieken in Bangladesh die onze kleren maken van uh, Primark, dat zijn de begeerde jobs. Dat zijn de jobs ja, ja. waar mensen willen werken. Uh, en het feit dat wij dat niet beseffen, is gewoon omdat wij zo'n verwende nesten zijn en ons geen, geen beeld meer kunnen vormen van de verschillende gradaties en armoede die er bestaan. Uh -huh. uh, maar mensen dan die bijvoorbeeld waarschijnlijk... buiten en het op, op het veld moeten ja. gaan werken, in de verschroeiend hete zon, uh, met, uh, met, 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 met bloedzuigers aan hun benen, in de rijstvelden bijvoorbeeld. Uh, de de, ja, de backbreaking labor, dus dat is echt heel slecht voor je gewricht en voor je rug. Die zijn, die zijn vaak heel blij dat ze in een fabriek uh, kunnen werken. En dan uh -huh. denk ik vooral dat we een, een pragmatische afweging moeten maken. Van, kijk, we moeten natuurlijk voor zorgen dat Primark, uh, dat er geen wantoestanden ontstaan, zoals uh, mensen die gewoon in totaal onveilig ontstaan. Omstandigheden werken, zoals die fabriek die daar ingestort is. Dat was ook in Bangladesh, zeker. Mm -hmm. uh, dus de, daar is de verontwaardiging natuurlijk absoluut terecht. Uh, maar we moeten, goed, we moeten goed voor opletten dat als we bedrijven gaan boycotten, dat we die mensen niet meer in de armoede uh, gaan duwen. Dus vaak zijn zij er helemaal geen vragende partij voor uh, om um, dus om die bedrijven naar weg te halen. Zij zijn net blij, want het is vaak een eerste opstap, net zoals wij die hier meegemaakt hebben, vanaf 1800. Dus een eerste opstap naar een grotere rijkdom. Als we willen dat het sneller gaat, ben ik er volledig mee. Dus inderdaad, het is niet zo dat ik zeg van, ja kijk, we moeten gewoon wat geduld opbrengen, dus die mensen moeten eerst maar wat vuilwerking in fabrieken opknappen en zo. In een ideale wereld zou ik natuurlijk graag hebben dat ze veel sneller economisch ontwikkelen. Vandaar ik denk, uh, de beste manier om dat te doen, is om wat effectief altruïsme te doen, is om geld weg te geven, maar niet om die, uh, die primark te gaan boycotten, want dan verliezen ze hun jobs en gaan ze terug op het land gaan moeten werken en zijn ze nog armer dan dat ze anders waren. Mm -hmm. Alright, want je hebt natuurlijk veel mensen die meteen, allee, als ze daar iets tegen in willen brengen, kunnen zeggen, ja, wij hebben allemaal makkelijk praten in onze luxe, die mensen zitten daar in ja. armoede te ploeteren in een, in een fabriek voor een hongerloon, eh, wat ja. voor ons een hongerloon is, maar voor hun dan natuurlijk, omdat je ja. met een relatief andere economie zit. Eh, dat is ook iets dat wij ons niet kunnen inbeelden, omdat dat, wij ja, eigenlijk precies. zo hard een, een beeld hebben van hoe onze samenleving ineenzit. Eh, en we hebben toch ook eigenlijk ook een klein beetje de houding zo zou het ook overal anders in de wereld moeten ja. zijn. Dus van, als hè? ik niet in zo'n fabriek wil werken, dan is het evident dat niemand dat wil. Omdat, nou, omdat er misschien er niet van wat uitgaan. misschien ook waar is, omdat die mensen natuurlijk nog niet gewend zijn om de luxe die wij hebben. Want dat is wat dat het altijd is. Hè, wat je ook merkt, wat ik denk dat je ook zegt in je boek, mensen die van een ander land naar hier komen, die komen nog naar hier met de verwachtingen van het ja. land waar <clears throat> ze vandaan komen. Maar die passen zich heel snel aan aan de verwachtingen van dit land. Ja. Hè? Wat ook, heel mens, wat ook heel menselijk is, ja. natuurlijk. Dat je denkt: hé, hey, hier heeft iedereen dat en dat en dat en dat. Dus ja, ja dan moet ik dat ook hebben. Ja, absoluut. Ja. En, en terecht ook, trouwens. Ook als ze daar nog in die uh, arme landen zitten, dat is natuurlijk wel een effect van globalisering: dat um, de rijkdom van de westerse wereld steekt wel veel meer de ogen uit. Dus de mensen mm -hmm. in Bangladesh en India hebben ook veel hogere verwachtingen, terecht, omdat ze heel goed beseffen: beter dan uh, 50 jaar geleden, uh, in welke rijkdom wij hier uh, leven. Mm -hmm. Maar dat is ook mijn voornaamste bezwaar tegen de tredmolendenkers, dus de mensen die geloven van, oh ja, we blijven allemaal maar ter plaatse trappelen en die rijkdom maakt ons toch niet gelukkig. Uh, ja, wat, wat moeten we dan zeggen tegen die, die gelukszoekers, hein, want zo worden ja. ze genoemd, die naar onze kontreinen komen uh, om, hier, ja, om hier een beter leven te vinden Moeten we dan zeggen, ja, joh, gasten, dat heeft geen zin. Je zou beter thuis blijven, want je blijft hier even nog gelukkig. Of het ja, wordt misschien ja, ja. nog erger. Uh, of die mensen daar in die sweatshops. je zou beter op het land blijven werken. En zo ja. zijn er, ik word daar woest van. Dus Pankaj ja. Misra bijvoorbeeld, in een VPRO-documentaire, dus die man van uh, The Age of Anger, die bijna letterlijk zegt: van ja, maar die globalisering en, en, en de, 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 uh, dat, is, dat is allemaal uh, een slechte zaak, want daarmee worden dus kleine uh, dorpsgemeenschappen ontwricht en mensen gaan dan aan de fabriek gaan trekken. Het is eigenlijk beter als ze gewoon. Uh, in een dorp blijven waar, zo, uh, waar, waar, waar er 40% kindersterfte is, en waar mensen maar 35 jaar worden en zo. What the fuck? Ik bedoel. Mm -hmm. Die mensen hebben net dezelfde ambities en behoeften zoals wij allemaal. Die willen zo snel mogelijk, en dat is heel begrijpelijk, tot ons niveau van welvaart op, opklimmen. Het is, ab, het is ongelooflijk arrogant om hen te zeggen: van ja, nee, je zou beter daar blijven. Want goh, het is hier ook niet alles. Hè? Al die uh, neoliberalisme en uh, we, uh, we hebben hier allemaal burn-outs en depressies en zo. De, 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 en daarmee wil ik niet ontkennen dat wij geen problemen hebben. Hè? Maar we mm -hmm. moeten wel erkennen dat. dat uh, de zaken waar wij over klagen, en denk nogmaals aan de wet van behoud van gezeik, dus de dingen waar wij over zeiken, is nog wel een pulsschil vergeleken bij de mensen die echt armoede lijden ja. en die moeten vrezen voor hun vrijheid en hun veiligheid als ze smorgens opstaan. Uh, ik, dus ik denk dat de goede zaak is dat wij ook wat meer doordrongen worden van de. Het gigant, ook de gigantische oneerlijkheid, dat ook wel, hè? Dat, we hier, uh -huh. dat we hier geboren zijn. Bedoel, het, is, het, is, maar, het, is, het is vreselijk oneerlijk dat, die, dat de ene persoon in Bangladesh is geboren en de andere persoon hier. Daar dat, dat hebben we helemaal niet aan, ons, aan onszelf te danken, dus is geen enkele verdienste. Dus we moeten zo snel mogelijk proberen om dat, om dat, evenwicht, um, om dat onevenwicht uh, weg te werken. Alleen is het zo, en daar moet je wel van uh, bewust zijn... Het is al heel veel verbeterd. Dus de gigantische kloof die in de jaren 70, 80 bestond tussen de West en de rest, die, die bestaat al niet meer. Dus wat dat je ziet mm -hmm. is: je hebt arme mensen en rijke mensen, maar die zitten allemaal, dus dat, dat gaat geleidelijk in elkaar over. Dus je hebt niet meer zo die twee, die twee bulten, zoals die in, mijn, die in mijn boek beschreven staan. En mm -hmm. de beste, de, bijna zelfs de enige beproefde manier om die mensen uit de armoede te trekken. Is economische ontwikkeling. En daar hoort inderdaad ook industrialisering bij en werken fabrieken. Dat is in Zuid-Korea gelukt, dat is in Japan gelukt, uh, dat is in, in India op dit moment aan het lukken. Uh, dus het, het laatste wat we wel moeten doen, is zoals Pankaj Mishra zeggen: van Och ja, die globalisering, uh, dat, 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 dat is eigenlijk een slechte zaak voor die Indiërs. Ze zouden beter gewoon blijven waar ze zijn uh, dan. dan, dan, uh, dan, 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 dan dan kunnen ze tenminste hun vertrouwde wereld van tradities en, 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 en armoede en kindersterfte gewoon uh, ja, mm -hmm. in ere houden. Het dus is, um... is natuurlijk ook heel dubbel, hè? want je hebt, de wereld zou op een bepaald punt kunnen kijken naar het westen en zeggen, daar moeten we naar streven. Want ja. dat, zijn, hè, dat is de, de rijkdom en dat gaat daar beter en dat is daar economisch beter. Er gaan geen kinderen dood, iedereen wordt er ouder, iedereen eet er meer dingen, leeft ja. daar niet in. In armoede, aan de andere kant, denk ik dat er ook in heel veel delen van de wereld Noordwesten gekeken wordt en wordt gezegd, ja, dat is allemaal ten koste van ons, ten eerste. En ten tweede, dat is een decadentie waar we, waar we niet hmm. naartoe willen. Hè? Dan heb ik het misschien eerder over uw, um, ja, uw hoofdstuk over de islam. Hè? Wat, wat, ja. wat, een, wat, wat een van de... Ja, hoe zal ik dat zeggen? Dat is, dat is zeker een van de hele hekele punten die je aanhaalt in het ja. boek. Waar iedereen, als we het dan over doemdenkers hebben, dan wordt er heel vaak over geschreven hoe heel onze westerse civilisatie, hè, de wachtmaar maar, uh, ja, de wacht maar school, die dat zeggen: van uh, het God die er allemaal nog de verdoemen is, want die zijn hier. Ja. Hoe bang moeten we zijn voor de islam? Uh, wel, als voor sommige wereld. mensen is het verrassend dat ik, dat ik zo optimistisch ben over de islam ik heb dat, ik heb dat de, dit weekend ook gemerkt mm -hmm. bij mijn interview in de morgen dus daar, daar ja, dat was de eerste vraag die mij gesteld werd ook van, ik uh, uh, sta je niet bekend ja. als de islam basher eh, iemand die heel scherp is voor de, mm -hmm. de, het gevaar ook van, van, van de islam en, 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 en het, ja, de letterlijke interpretatie van de heilige teksten enzovoort ja inderdaad en ik geloof dat daar veel blindheid uh, over bestaat en politieke correctheid. En ik ben meestal in debatten de persoon die er moet op wijzen: van ja, gasten, het heeft wel degelijk met religie te maken. En die heilige boeken die zijn, die zijn helemaal niet zo onschuldig als, als, als veel mensen denken. En het heeft niet met discriminatie en uitzetting te maken. En daarom denken mensen vaak dat ik dan ook een doembenker ben, dat ik meega in dat verhaal van de, 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 wij, zullen, wij zullen onder de voeten worden gelopen door moslimhoorden. Uh -huh. En ik begin dat hoofdstuk uh, over de islam in mijn boek met een anekdote over een debat dat ik een tijd geleden gevoerd heb hier in Edegem, niet, niet, uh, niet zo ver hier vandaan, uh -huh. met Sit Lukassen, een Nederlandse cultuurfilosoof en auteur van uh, Avondland en Identiteit, uh -huh. ook met de verwijzing naar Oswald Spengler, um, over... De van de vraag, Roy Wim van Rooij was daar ook. He? He? Ja, ja. Dat, dat was de grap ook van de hele ja, ja. avond. Dus het debat was, uh, ja. bedreigde islam ons avondland? Um, en aan de ene kant zat dus Lucas en aan de andere kant zat ik. En de neutrale moderator, tussen de allerlei was Wim van Rooij, ja. die, die misschien nog een grotere doemdenker is dan Lucas. Ja, nu, van boek... heeft in het begin wel zijn best ja. gedaan uh, om zich wat neutraal op te stellen, maar na verloop van tijd liet hij zich toch gewoon meesleuren. Hij was gewoon ja, twee tegen één. Ik kan niet zeggen twee tegen één. En dan nog de hele zaal ook, want dat zat vol Vlaams Belangers. Mm -hmm. Die ervan overtuigd waren, ja. niet alleen dat de islam een voedingsbodem is van overdraagzaamheid en van uh, geweld en ook terrorisme, maar dat het ook steeds slechter zal gaan, want dat de islam een religie is die van nature niet kan hervormen onverenigbaar, ja, onverenigbaar is met ja. de moderniteit. Mm -hmm. Totaal verschillend met het christendom. Dus het christendom is vredelievend en tolerant en scheiding, kerkerstaat, staat zat er altijd al in enzovoort. Um, en dus je hebt een heel. Sterk, dus je, dat, 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 dat de, de bron van het doemdenken over islamisering. is eigenlijk het geloof dat er een enorme kloof gaat tussen de islam aan de ene kant. en dan de Judeo-christelijke cultuur of de Joods-christelijke cultuur um, aan de andere kant. En dat is ook vooral het geloof dat ik wil ondermijnen. Dus de, de, de belangrijkste boodschap van, uh, van, van dat hoofdstuk in mijn boek is. de enige reden waarom we nu het de indruk krijgen dat het christendom zoveel vredelievender en zoveel verdraagzamer is, is omdat het christendom heel dat proces van liberalisering en modernisering al heeft meegemaakt. Zoals Pim uh -huh. Fortuyn zei, zij is al door de wasma wasmachine van de verlichting gegaan. Uh -huh. Als je teruggaat in de tijd, 100 jaar of 200 jaar, eh, dan zie je dat de, de vormen van geweld en terreur en overdraagzaamheid in het christendom. in heel veel opzichten vergelijkbaar zijn met wat we vandaag zien in de islam. Dus uh -huh. letterlijk gezien kan je inderdaad zeggen dat de islamitische cultuur achterlijk is, in uh -huh. de zin van. Zij moeten dat proces nog doormaken. Ze Zij zijn daar nu mee bezig. Mm -hmm. En dat gaat ook gepaard met de nodige groeipijnen. Ik denk ook dat het fundamentalisme Kun in de islam... Je kunt je toch wel meteen voorstellen, als je dat woord achterlijk al gebruikt, ja, ja. dat de meeste mensen dan op hun achterste poten gaan staan. Maar nu zeg ik het misschien... En... Ik, 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 nee? zeg, ik zeg het nu misschien letterlijk een beetje provocerend, omdat ik wil duidelijk maken van... Kijk, ik kan dit soort harde taal over de islam spreken, uh, mm -hmm. uitspreken. Dus ik, ik wil duidelijk maken van... Kijk, ik ben geen apologeet. Ik ben mm -hmm. niet iemand die zegt dat religie allemaal roze manenschijn is en zo. En, 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 mm -hmm. en dat allemaal... Uh, vredelievend en in een kringetje kumbaya dansen. Dat is het zeker niet. Mm -hmm. Maar, zelfs met, 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 met dat nogal donkere of negatieve beeld van religie, geloof ik niet uh, dat de dat, dat, dat islam uh, ons zal overrompelen, of wat dan ook. En uh, ik denk de fundamentele reden daarvoor is... Het christendom heeft dat proces wel al doorgemaakt. Het christendom uh -huh. en de islam zijn helemaal niet zo verschillend van elkaar als de doemdenkers geloven. Het christendom is zelfs... Nee, uh, zelfs helemaal niet, hè? De islam dus is een... begonnen uh -huh. zelfs als een christelijke secte, heeft alle uh -huh. profeten van het christendom overgenomen. Uh -huh. De belangrijkste geloofsdoctrines. is ook het geloven in een, in een god, uh, een monotheïstische god, in een heilig boek, in uh, hiernamaals, een hemel en hel, waar de ongelovigen bestraft zullen worden en de gelovigen beloond zullen worden. Dat zijn allemaal... Schadelijke ideeën ook die rechtstreeks mm -hmm. uit het christendom geïmporteerd zijn. Alleen is het zo dat door een toevallige speling van de geschiedenis dat mm. de moderniteit ontstaan is in West-Europa vanaf de 17e eeuw. Dat had volgens mij ook anders kunnen lopen, want er zijn periodes geweest, vooral in de middeleeuwen, dat uh, de islamitische beschaving voorop liep. Dat wij eigenlijk achterlijk waren, ook mm -hmm. letterlijk in, in die zin. Dat er gewoon ja, veel literatuur en filosofie en vervelende. Ja, want vrijheid dat, van, dat is een uh, vraag die ik eigenlijk wou stellen. Net dat ook in uw boek staat, we hebben zeker zo'n zo goed dikke duizend jaar gehad. Hè, waarin dat wij de, de donkere middeleeuwen, zoals ze ja. ze noemen, waarin dat het hier echt hè, vreselijk was. Er zijn ook een aantal heel goede boeken over geschreven over hoe gruwelijk het hier in die tijd ook was. Ja. En toch zijn wij erin geslaagd om ineens een, een enorme voorsprong te nemen op de rest van de wereld. Is ja. daar een verklaring voor waarom dat, dat hier gebeurd is en niet in landen zoals? En zeker de islam toen in die tijd was veel verlichter. Hè, waren, die waren veel meer bezig met filosofie, met boeken, met mathematica. Mee, dat was eigenlijk het land waar je van denkt. Daar gaat het gebeuren. Precies, ja. En toch gebeurt dat in, dat, in die achterlijke modderkruipende. Ja. mensen ja. die daar nog altijd geloven in een God. die dat aflaten. die dat de meest waanzinnige ja. dingen doen. waar je nu van denkt hé, onder de, de voet van de kerk. en ja. domheid en onwetendheid alom. En ja. toch gebeurt dat hier. Toch gebeurt dat hier, inderdaad. Dus de, 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 daar is een enorme literatuur ook over. over de, de, de vraag. Dus, uh, ook vanaf welk moment. Dat de westerse beschaving of de Europese beschaving de islamitische beschaving heeft bijgebeend en dan op het moment dat ze er gaat op vooruit lopen. En dan ook de, de verklaring van hoe, hoe komt het precies dat, um, dat het hier in West-Europa gebeurde en niet in Bagdad of in China bijvoorbeeld. Dus af, ja, Afhankelijk van welk tijdperk dat je kiest, uh, verschilt het beschavingsniveau een beetje van de ene regio tot de andere. Um, de verklaring die volgens mij zeker niet klopt, is die van de doemdenkers, uh, dus de, de islamiseringsdoemdenkers. Zij zeggen: ah, maar de moderniteit, dat, dat was het. Uh, de, als, als, als het christendom de, de, het ei is, dan is de moderniteit het kuiken. Dat er, al, dat er mm -hmm. altijd in, zit, in zat en dat gewoon een tijdje nodig om, uh, om tot bloei te komen. En het was onvermijdelijk dat het in West-Europa zou gaan gebeuren, omdat onze judeo-christelijke cultuur om die en die reden fundamenteel verschilt van de islam. Die, volgens, die, die verklaring klopt volgens mij totaal niet. Um, als het echt zo zou zijn dat, de christen, dat het christenen de kiemen van de moderniteit en van de verlichting in zich zou dragen, ja, waarom, why the fuck heeft het dan zo duizend jaar ja, geduurd tegen dat dus het eruit kwam? Ja. Ik bedoel, de christenen hebben het duizend jaar voor het zeggen gehad, en die duizend jaar waren inderdaad jaren van stilstand, van achteruitgang zelfs ten opzichte van mm -hmm. de antieke Romeinse beschaving: van achterlijkheid, van overdraagzaamheid, van, uh, van de vervolging van ketters, van heksenverbrandingen, van inquisitie, van, van uh, ja, de, bedoel, dogmatische uh, geloofsovertuigingen die werden opgelegd aan de hele bevolking. Mm -hmm. Dus de moderniteit is inderdaad. De religie uiteindelijk... heeft in ieder geval niet in gang getreden. Nee, absoluut niet. Het is ja. eerder, het is eerder okay. ondanks. De religie, dus ondanks de, de macht van de katholieke kerk, eh, dat de moderniteit tot bloei is gekomen. Dus je moet eigenlijk zowel de islam als, de, als het christendom in hun respectieve tijdperken als een remmende factor zien. Dus de, okay. David Deutsch, in zijn boek, noemt dat statische culturen. Dat zijn geloofssystemen die eigenlijk ook door evolutie, maar dan door culturele evolutie, zo ontwikkeld zijn om zichzelf in stand te houden en om elke dissidentie, elke tegenstem, elke alternatief geloofsysteem genadeloos de kop in te drukken. Mm -hmm. En dus. Door een proces van evolutie worden, ja, euh, blijven de meest hardnekkige geloofssysteem eigenlijk overeind en verspreiden zich ook over de rest van de wereld en de anderen verdwijnen. En op een bepaald moment in West-Europa werd het christendom dominant en heeft het christendom er alles aan gedaan om, zolang ze het kon, euh, om alle dissidente ideeën en alle vrije liberale ideeën om die de kop in te drukken. De reden waarom de moderniteit dan toch in West-Europa is ontstaan, is omdat het christendom op een bepaald moment de controle heeft verloren buiten haar wil om dat heeft vooral te maken met de, uh, uh, in de voor de moderniteit nog uh, de reformatie dus op een bepaald moment ja, is het geloof uh, dus het, 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 kon de katholieke kerk niet meer het hele west-europese continent gaan controleren en door het feit dat er toen verschillende alternatieve uh, blokken waren dat er ook zelfs ook binnen het protestantse uh, protestantse regio van Europa dat er iets meer geloofsvrijheid was dan niet omdat de christenen dat zo gewild hadden, maar gewoon omdat ze de controle verloren hebben, uh -huh. is er op een bepaald moment uh, ja, een groep van, van mensen geweest dus, dat gaat het vooral over de wetenschappelijke revolutie, die in een relatieve vrijheid uh, kon onderzoek doen naar de natuur en ideeën gaan ontwikkelen die indruisten tegen de dogma's waar uh, op dat moment geloof aan werd gehecht. Uh -huh. Dat had volgens mij ook net zo goed in Bagdad kunnen ontstaan in de, de 11e, 12e eeuw. Waarom is dat niet gebeurd? Wel, ik bedoel, je, 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 ik denk zeker niet dat een, dat een noodwendigheid was, dus dat net zo goed daar kunnen gebeuren, maar. De, de belangrijkste factoren, en dat zijn gewoon eerder omstandigheden in het christendom, waren het feit dat de boekdrukkunst is uitgevonden. Mm -hmm. Dus, dus daar, dat heeft achteraf gezien, dat was op dat moment helemaal niet duidelijk, maar achteraf gezien heeft dat voor een enorme ja, verrijking gezorgd van intellectuele leven in, in, in West-Europa. En dan vooral ook ja, de, de, de reformatie. Ja, want de mens was toen nog was ongeletterd. Hè? De meeste mensen konden niet lezen. En ja, dus dat is, is dat ook helemaal omgeslagen. Dat is een na, van de eerste uh, verschillen dat je ziet ook <coughs> tussen uh, de Europese beschaving en dus de islamitische, uh, uh, dus het Ottomaanse Rijk dan, is dat de geletterdheid uh, plots een hoge vlucht neemt in West-Europa en uh, achterblijft in het Ottomaanse Rijk. De en, de en hoe werd kwam ook dat worden. eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat, 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 dat de kerk dat keihard had willen tegenhouden. Wel, dat ik, die zoiets hadden, hoe minder dat die kunnen lezen, hoe minder dat ze voor zichzelf kunnen gaan uitmaken of dat dingen kloppen. Wel, en de, 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 dat is het fascinerende, en <t�i> de, 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 dat is de verklaring wat ik nogal... Grote klemtoon opleg uh, in mijn hoofdstuk over de islam, is dat er één groot verschil is, een heel fundamenteel verschil, tussen de manier waarop het christendom de moderniteit heeft doorgemaakt uh -huh. en de islam, namelijk dat het christendom de eerste was. En er kan ja. maar één iemand de eerste zijn. En de eerste die dat proces doormaakt, die heeft geen flauw, flauw benul van wat hem te wachten staat. Ja. Dus het moment dat mensen als Galileo en Copernicus en, 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 en Newton enzovoort met een natuurwetenschappelijke onderzoek begonnen had de kerk wel zo min of meer in de smiezen van ja we moeten hier wel opletten, want maar uh, ze, ze wisten niet tot wat het ging leiden. Nee, hadden ze ja. toen op voorhand okay. geweten tot tot, ja. tot wat het zou leiden, dan hadden ze misschien wel twee keer nagedacht, hadden ze meteen de boekdrukkunst verboden. Ja, 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 Waarom ja. heeft ja. het Ottomaanse Rijk de boekdrukkunst verboden? Ik denk niet omdat ze meer dogmatisch waren, maar vooral omdat het nu ja, kijk, door ze de, hadden de, al de, een voorbeeld. Dat ja. hadden al een voorbeeld en vooral de boekdrukkunst werd gezien als iets dat wezens vreemd was, iets dat werd geïmporteerd uit een andere cultuur. Dus de argwaan tegenover die boekdrukkunst was ook een stuk groter dan in, uh, dan in christelijk West-Europa. Maar ik kan mij perfect een alternatieve geschiedenis voorstellen. waarin dat een of andere vrome moslim in Bagdad in de 9e eeuw. de boekdrukkunst had uitgevonden. waarin dat voet aan grond had gekregen. en waarin het het christelijk West-Europa was. dat zei van. hé, gasten, die boekdrukkunst. we ja, 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 ja. moet dat hier buiten houden. want dat is van die. Uh, eh, van die um, infidels of van die Ketterse, uh, ketterse moslims. daar willen wij, willen wij niks mee te maken hebben. Mm -hmm. Maar dus het fundamentele verschil. en dat zie je ook tot op vandaag. is dat de islam. In tegenstelling tot de christenen in de 16e, 17e eeuw, zeer goed weten welk gevaar het eruit gaat van de moderniteit. Mm -hmm. um, en, en hoe hun eigen geloofssysteem daarmee onder druk wordt gezet. Vandaar dat ik in uh, de christelijke moderniteit graag spreek over de sluipmoord op God. Dus, in de we dus wetenschap heeft heel... Uh, dus naarmate dat ze verder onderzoek deed, werd de rol van God steeds verder ingeperkt. Mm -hmm. Dus werd eerst verdreven uit, uit de... Ja, de, uh, de dus, de bepaalde letterlijke passages uit de Bijbel, die werden aangepast omdat ze indreisten tegen wetenschappelijk onderzoek. Um, dan, God werd vroeger ja, ingeroepen voor allerlei zaken, zoals uh, uh, natuurfenomenen, donder en bliksem, mm -hmm. uh, rampen, uh, ook de, 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 de baan die planeten beschrijven. Dus God moest zogezegd ervoor zorgen dat um, die op een koers bleven, dat ze niet tegen elkaar botsten. En stelselmatig zie je eigenlijk dat God wordt weggedreven tot op het moment dat hij overbodig wordt. Uh, ja. dus zoals dat citaat van, van Laplace tegen Napoleon die zegt: ja, Napoleon vraagt hem van in heel uw systeem dat je hier beschreven hebt, uw, uw uh, uh, natuurkundig systeem over het zonnestelsel, waar, waar is God hier precies? Of wat is de rol van God hierin? En Laplace antwoordt dus volgens de overlevering: van ja, uh, we hebben geen nood aan die hypothese. Dus die, die God is overbodig geworden. Ja, ja, ja. Dus er is in, in de christelijke moderniteit is er een sluitmoord op God gepleegd. Ik, 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 ik en ik noem het dus een sluipmoord, omdat de mensen die, daar, die daaraan begonnen, Galileo en Copernicus, die hadden helemaal niet de bedoeling om die God te doden. Mm. Dat is gewoon een bal die aan het rollen is gegaan. En op een bepaald moment begonnen mensen te beseffen van, zeg, heb je het al gemerkt, ja. dat we die God precies voor steeds minder nodig hebben? Zou dat misschien ja. kunnen dat die gewoon niet bestaat of zo? misschien ja. Helemaal ja. niet helemaal ja. ja. niks? Ja. Maar bij de islam is okay. het natuurlijk heel anders. Want ja. ten eerste, er is al een religie die de moderniteit heeft doorgemaakt. Dus zij weten heel goed ook wat er precies met hen zal gebeuren, wanneer zij dat proces doormaken, namelijk dat zij totaal, dat, daar op een totaal onherkenbare manier zullen uitkomen ja, dus het christendom van vandaag, dat bestaat nog steeds, maar dat is gewoon in niks vergelijkbaar met het christendom van in de middeleeuwen als je een middeleeuwse uh, de, de puist naar, naar hier zou halen met een, met een tijdsmachine, dan zou je zeggen van what the fuck Ik bedoel, hier zijn helemaal geen christenen meer, jullie zijn allemaal ketters geworden ja. um, dus de islam weet heel, heel goed heel goed wat er met het christendom gebeurd is. En dat zie je ook, dat is heel fascinerend om te, om te zien. Uh, in de 19e eeuw, dus bij de, de, de 18e 19e eeuw, de vroegste confrontatie tussen de islam en de moderniteit, waren er twee strekkingen binnen de, dus de islamitische intellectuelen. De ene die zeiden van, ja... Uh, we moeten dat uh, zoveel mogelijk buiten houden, want zie eens wat er met dat christendom is gebeurd. De mensen worden steeds ongeloviger en mm -hmm. het geloof zwakt steeds meer af. We moeten opletten dat, die, dat dat niet met ons gebeurt. En dan de andere strekking die zei, oh ja, maar het christendom, dat is toch zo'n zwakke religie. Dus die, die, uh, die moesten het onderspit delven tegen de moderniteit, maar wij hebben toch de waarheid in pacht en dus ja. wij hebben een zeer krachtige cultuur. Dus dat is geen probleem. We kunnen gewoon die, uh, die technologie en die, uh, en die wapens enzovoort overnemen van de westerse beschavingen en die goddeloze ideeën kunnen we buiten houden. Dus dat is het grote verschil, denk ik, tussen de islam en het christendom. De christenen wisten niet goed wat aan overkwam. Op een bepaald moment hadden ze gewoon door van: oeps, die God die is precies verdwenen. Mm -hmm. um, terwijl moslims zeer goed weten wat, er, wat de moderniteit inhoudt, ook welke verleiding ervan uitgaat. En daardoor veel heftiger reageren dan de christenen destijds. Mm -hmm. Omdat ze ook wel weten, uh, de Ayatollahs en de, en, de, en de Muftis en de, uh, en de Wahhabisten in Saudi-Arabië, die weten dat. Dat er een bedreiging uitgaat van, van, die, uh, van die westerse modaliteit, dat veel mensen daar ook door worden verleid. En dus wij mm -hmm. hebben inderdaad ook een cultuur die een enorme aantrekkingskracht uitoefent uh, op de rest van de wereld. En wat is fundamentalisme? Fundamentalisme is een reactie. Op een bedreiging, net zoals dat in het christendom ook gebeurd is. Dus op een bepaald moment kregen de christenen het wel in de smiezen van ey, dat gaat hier plots veel te snel. Straks abortus en marxisme en vrije seksualiteit en Darwinisme. Dus aan het einde van de 19e eeuw begonnen en echte dagen van als we hier niet opletten, dan is het geloof uh, nou, binnen de korte keren verdwenen. Ja. Dan hebben ze de hakken in het zand gezet en ze je dus een tegenbeweging gezien van mensen die zeggen van we moeten nu terugkeren naar de bron en proberen al die moderne ideeën. Um, um, te vernietigen. En hetzelfde zie je dus bij de islam, dus in die zin zijn ze wel vergelijkbaar, dat uh, de opkomst van het religieuze fundamentalisme in de islamitische wereld uh, eigenlijk ook de laatste vijftig jaar vooral een reactie was uh, op de westerse moderniteit en dan vooral uh, het, de totale vernedering van de Arabische, van de islamitische wereld uh, in de periode van de kolonisatie van de, van de, van de en dan later de oorlogen tegen Israël. Aanvankelijk is er een be beweging geweest in de islamitische wereld die zei van, weten uh, we wat we moeten doen om terug bij te benen, om ervoor te zorgen dat we weer even sterk zijn zoals vroeger? Want ze weten natuurlijk ook wel van, ja, dus die westerse beschaving. Dus op een bepaald moment konden ze er niet meer naast kijken dat die de hele wereld domineren. Dus het uh -huh. Britse Rijk en zo. Dus op dat moment zijn ze wel aan het denken geslagen van, what the fuck is er gebeurd? En aanvankelijk was er dus een modernistische strekking die zei, weet je wat dat we moeten doen? We moeten gewoon zoveel mogelijk ideeën overnemen. Uh, Arabisch nationalisme bijvoorbeeld. Socialisme, communisme, ook uiteraard uh, technologie en, en oorlogsvoering. Uh, en dan gaan wij, dan gaan wij weer uh, ja, even krachtig zijn als, als we diezelfde ideeën van, van het Westen uh, ons hebben eigen gemaakt. En op het moment dat dat mislukt is, denk vooral aan, aan de nederlaag van generaal Nasser in Egypte uh, mm -hmm. tegen Israël, op het moment dat die echt zwaar op een doos hebben gekregen, is er een andere strekking geweest in de uh, islamitische wereld die gezegd heeft: nee, nee, nee. De westerse moderniteit is niet de oplossing voor onze problemen. Wij moeten het tegenovergestelde doen. De reden waarom we achterop zijn geraakt, is omdat we afgedwaald zijn van het rechte pad. We moeten terug naar de bron, terug naar de heilige teksten. En we moeten alles letterlijk opvolgen wat dat daar staat. Want we zijn uit de gratie van God gevallen. En we kunnen die gratie alleen maar terugkrijgen als we, um, ja, als we, als we, als we terug vrome moslims worden. En dat is eigenlijk het gevaar van fundamentalisme dat we vandaag zien. Um, dat ik zeker. Erken en onderschrijf, en ik zeg ook tijdens het einde ja, want Je ziet wel in uw boek een pak optimistischer dan de dingen die je nu zegt, omdat je zelfs beschrijft hè, of omschrijft dat er toch ook bij de islam een soort verlichting zelfs aan de gang is. Ja, hè? er is een verlichting aan de gang en dat is ook de, dus een van de redenen waarom, waarom dus de fundamentalistische stuiptrekking zo hevig is, mm. omdat ze weten uh, hoezeer ze bedreigd worden. Um, die is zowel aan de gang hier in, in West-Europa, dus bij. Um, bij moslims, die eerste, tweede, derde generatie uh, hier vooral uh, door de arbeidsmigratie in de jaren 60-70 gekomen zijn. Ook in de islamitische wereld zelf. Maar het is natuurlijk zo. Uh, dat is in toepassing van wat ik in hoofdstuk 1 beschrijf. Slecht nieuws valt meestal veel meer op dan goed nieuws. Mm -hmm. Dus uh, boze moslims die op straat demonstreren tegen cartoons, of boze moslims die uh, die uh, seculiere bloggers uh, gaan, gaan lynchen in Bangladesh, uh, of, of, die, uh, of die vrouwen onderdrukken, die wekken natuurlijk de meeste aandacht en, en, en interesse op. Maar wat je niet ziet is die onderstroom uh, in de islamitische wereld van mensen die heel geleidelijk en onzichtbaar aan het seculariseren zijn. Maar we weten dat die dat aan het doen zijn, omdat we dus attitudepeilingen kunnen uitvoeren euh, doorheen, dus door de tijd heen. En, en daar zien we dat zowel in de islamitische wereld als hier vandaag in West-Europa, dat religie voor de grote... Euh, voor de meerderheid van moslims, aan belang inboet. Dus je hebt die kleine groep fundamentalisten voor wie het steeds belangrijker en wordt. En is dat vooral hier in het Westen dat je het er nu over hebt? Degene die hier wonen, degene waar we zo bang voor zijn, omdat die hier alles komen overnemen? Of is dat een algemeenheid? Of zijn er bepaalde delen in de wereld waar we daar nog belangen niet om toe zijn? Wel, um, kijk, Saudi-Arabië is een heel extreem voorbeeld, en in die zijn wel een mooie illustratie, uh, omdat er een... Ja, kijk, er is een begrijpelijke reden waarom atheïsme en secularisme daar onzichtbaar is. Het is gewoon verboden. Atheïsme mm -hmm. wordt als een, als een, als een misdrijf, als, ja. als een vorm van terreur beschouwd. Ja. Maar we weten uit anonieme en betrouwbare peilingen van het Gallup en Pew Institute uh, dat er ook in Saudi-Arabië uh, 5% uitgesproken atheïsten zijn. En tot 20% mensen die zeggen: ik ben niet echt religieus. Nee. Dus er zit een enorme onderstroom van mensen. Um, die eigenlijk niet veel moeten weten van religie. Alleen is dat in Saudi-Arabië en in Iran nog niet echt tot uiting gekomen, omdat daar nu eenmaal gewoon theocraten aan de macht zijn. Maar om op, op, op je vraag te, te antwoorden over dus de, het verschil tussen moslims hier in West-Europa en moslims daar in de islamitische wereld, ik denk wel dat moslims in West-Europa eh, het voortouw gaan nemen in die eh, liberalisering en die, die verlichting. En dat ook vandaag aan het doen zijn, omdat ze nu eenmaal in de West-Europese in in, in, in West samenleving een veel grotere vrijheid genieten om mm hun -hmm. ideeën te gaan ontwikkelen. Mm -hmm. In veel islamitische landen is het onmogelijk om, ja. Ja, je, je kan wel clandestien, je kan groepen oprichten via Facebook en dat is ook wel aan de gang, maar het is gewoon veel gevaarlijker. Uh, dus, dus ook zowel voor radicale moslims als voor circuliere moslims en afvalligen uh, is, is West-Europa gewoon een zeer aantrekkelijke bestemming, ja, omdat je, wat, wat je ideeën ook zijn, je hebt hier de vrijheid om, om, te, om, om ons te verkondigen en om ze te delen met andere mensen. Uh, de, dus wat je, wat, je, wat, je, wat je wel ziet vandaag, is dat de voortrekkers, in die uh, verlichting van de islamitische wereld dat dat vooral uitwijklingen zijn dus, men, dus bijvoorbeeld Mona El Tahawi is zo'n Egyptische feministe um, dus die heeft een lange tijd in Egypte gewoond die heeft daar meegedaan aan de, 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 de demonstraties tegen Mubarak destijds nog is daar ook aangerand en verkracht um, tijdens een van die demonstraties is uitgeweken uh, naar Denk Canada, met nu niet helemaal zeker, en is vandaar eigenlijk ook haar activisme blijven, blijven verder zetten. En ik, ik heb dus het gevoel wel dat. Uh, dat, dat West-Europa West of de westerse wereld in het algemeen een vrijhaven creëert voor uh, ook liberale moslims en afvallige moslims om in um, ja, relatieve vrijheid, want ook zij moeten hier in het westen nog altijd opletten, denk aan Ayan Hirsi Ali, die nog altijd beveiliging nodig heeft mm -hmm. om hun ideeën te ontwikkelen en op die manier uh, indirect ook wel de islamitische wereld uh, te gaan bereiken. Dus, dus ja, dus ik denk dat ze hier, dat moslims in West-Europa hier ook wel een stuk, uh, stuk meer voorop liggen omdat ze natuurlijk ook gewoon, ja, ondergedompeld zijn in, in de moderniteit en daar, en daar ook niet, de, niet ongevoelig voor zijn. Dus, en het een sluit het ander niet uit. Dus je hebt een kleine groep die precies door die confrontatie met de moderniteit uh, terug in hun schulp kruipen. En die zeggen van, ja, maar al die seks en al die drugs en die schaars geklede vrouwen en die... Uh, al die promiscuïteit en zo, dat is allemaal zondig. We moeten terug, eh, we moeten mm -hmm. niet meer naar muziek luisteren. Dus, en, en, uh, we moeten terug naar de heilige teksten gaan. Uh, en die dan al preken van radicale salafisten gaan beluisteren enzovoort. En dan in het ergste geval ja, radicaliseren en terreur plegen. Uh, dat is één reactie op de westerse moderniteit en alle verlokkingen die ervan uitgaan. Maar de andere reactie is, ja, u, gewoon u, u, door, u er, uh, door laten verleiden en erin meegaan. Mm -hmm. en, Gaan drinken en, uh, en van, van het leven genieten. Want dat is dus het belangrijkste verschil ook tussen de moderniteit zoals die vandaag bestaat en het uh, wereldbeeld van het christendom ook. Uh, dus van uh, de religie zoals die bestond tot in de uh, middeleeuwen. Ja, je was is... niet op de wereld om gelukkig te zijn. Ja, voilà. Dat, ja, ja. En dat is het grote. Het ja. ook hetgeen wat mensen vandaag vergeten zijn. Dus. Het christendom dat vandaag de, de, de mensen die zich vandaag nog Christenen noemen, die hebben in heel veel opzichten gewoon alle moderne ideeën overgenomen en die zijn alleen nog maar Christenen in name only. Mm -hmm. um, dus het, 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 het doel van het menselijk leven voor Christenen in de Middeleeuwen was helemaal niet om gelukkig te zijn. Het leven was een tijdelijke beproeving een soort van uh, ja, uh, wachttijd die je moest doormaken voor het echte leven uh, in het hiernamaals, waar je ofwel zou beloond worden ofwel bestraft worden. Het hele idee dat je hier gewoon er het beste van moet maken dat je van het leven kunt genieten, en dat je naar de film gaat dat je drinkt, dat je plezier maakt dat je seks hebt met wie dat je wilt enzovoort mm -hmm. uh, dat, is, dat is een... Ja, dat, dat, dat is volgens mij de kern van de, van de moderniteit. En ook moslims die naar hier komen, die, die, die zelfs als ze het niet beseffen, zijn die toch heel geleidelijk aan, aan het opschuiven. En in die zijn een deel van hun traditionele cultuur aan, aan, het, aan het verliezen. En dat is een goede zaak natuurlijk. Dus mm -hmm. dat, want. Uh, want in dat opzicht, dus wat die opvatting betreft, over dus die, die geringschatting van het, van het aardse leven, is in, de, is in de islam zeer vergelijkbaar met het christendom. Dus als je de Bijbel leest of de Koran leest, ja, de kernboodschap van dat boek is: dit leven echt, is niet belangrijk. Hier, 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 hier kunt je even jezelf uh, bewijzen, je zult het beproefd worden door God, en hij zal, hij, zal, hij zal zien wat je ervan bakt en zo. Maar in het licht van de eeuwigheid die zich voor u uitstrekt, is dat echt. Uh -huh. uh, is, 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 verdwijnt dat in het niets. En het, 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 wat je zeker niet moet doen in dit leven is proberen gelukkig te zijn. Nee, je moet je ogen richten op het leven dat komt. Dus opnieuw, islam en het christendom zijn wat dat betreft heel gelijkaardig. De enige reden waarom dat we denken dat ze uh, fundamenteel van elkaar verschillend zijn, is dat het christendom vandaag ja, gewoon een Flauw afkooksel is van wat het ooit geweest is. Ja. Uh, dus het christendom in de middeleeuwen en de islam vandaag zijn, uh, wat dat betreft, veel vergelijkbaarder. Want dat is wel iets wat, je, wat ik bijna opmerkelijk vond aan het boek. Ik denk dat we dat alle twee wel hadden als het over de islam gaat. Hè, omdat jij ook wat je zelf ook al zei en wat je ook al aanhaalde toen je in dat debat zat met Wim van Rooij en met die ja. Nederlandse... Siet-Lucassen. dat jij ineens de gematigde van de ploeg wordt. Ja, hè? Ja. Terwijl dat jij eigenlijk een reputatie hebt van een, een stevige islamcriticus. Hè? Van iemand ja. te zijn die dat er wel een, een heel stevige mening over heeft. Die daar, denk ik, um, ja, als ik... als Ik ik, zal dan maar zeggen, voor de gemakkelijkheid linkse progressieve kringen gaan aanspreken, dan zullen die zoiets hebben van... ja die is keihard rechts als het ja. daarover gaat en die is anti-islam tot en met en toch zeg jij ja, er zit eigenlijk als je in je boek zit, je er eigenlijk redelijk gematigd over mm -hmm. en heeft zo'n houding van ja nee, het is niet, hè, het is niet alleen maar dat ja. er is ook daar veel meer vooruitgang dan dat de gemiddelde mens denkt. Ja, zeker. Want, want ik, ik kan mij voorstellen dat heel veel mensen die u dit allemaal horen zeggen ja, ten eerste, hetgeen dat je er net zei: van jou, je merkt dat veel meer Westerse invloeden beginnen binnen te sijpelen bij de mensen die hier wonen. En dat is ook maar een goede zaak. Ja. Dan hoor ik er al keihard op hun paard stijgeren ja. van... Alsof dat de Westerse waarden alleen maar de goede zijn. Ja. Hè? Dat ten eerste. Ja, en om de ja. andere kant ook mensen die dat, die, dat, die, die dat dan eerder zullen zeggen: van. van hè? Kan ik mij ook voorstellen dat, dat mensen die, die van de islam komen en daar horen zeggen: Ja, maar nee, 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 onze waarden zijn ook goed. Je moet niet gaan denken dat, dat, dat de enige reden waarom ja. dat wij beter worden, is omdat we uw waarden overnemen. Dus er zit zo'n ja. soort: er zit een hele, een hele rare. Zo, wederom, wet van behoud van mag Je ja. krijgt meteen de reacties als je zoiets zegt. Hè, ik voel dat ook meteen als je zegt ja de Westerse, je hebt een neiging om te denken ja inderdaad als je als je minder um, eh, fundamentalistische, want dat zijn ook de, de gevaren die je vaak hebt bij de hoe zal ik maar zeggen, je hebt aan de ene kant de mensen die dat zeggen ja alles om die religie is gewoon gevaarlijk en is onverenigbaar ja. met onze manier van leven. Hè, wat die mensen dan al bewijzen dat dat niet is, omdat die zoiets hebben van nee wij kunnen wel tegelijkertijd nog wel een hoofdtoek dragen en misschien ja. nog wel geloven in onze God, maar daarom betekent dat niet dat we alles moeten uitsluiten mm -hmm. wat jullie waardevol vinden. Ja. Maar aan de andere kant, de, ook van die mensen die dat dan letterlijk van die dingen gaan zeggen, is, ja, maar IS, dat is niet een islam. Ja. Eh, of of, of de, 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 de dingen die... Eh, die, die uitdragen dat ja, dat is gewoon, dat zijn gewoon mensen die dat haat zaaien, maar dat deed niks met de vrede lievende godsdienst maar... Islam te maken. Terwijl dat eigenlijk uiteindelijk denk ik. Zonder dat je te veel mensen tegen hun kar wilt rijden, dat je mm -hmm. toch de houding moet hebben van, van de meeste godsdiensten en zeker de grote monotheïstische, weinig vrede lievend aan Absolut, hé, over het ja. algemeen. Zeker. De, de, dat, is ook de, dat is mijn belangrijkste verschilpunt met. Uh... Uh, met de doendenkers van de islamisering. Dus dat ik, een veel, dat ik eigenlijk bijna even negatief ben over het christendom als over de islam. Dus ik wil niet mm -hmm. zeggen dat, ze, dat die godsdiensten in alle opzichten gelijk zijn, want dat zijn ze niet. En, sommige, en op sommige punten komt de islam er slechter uit. Uh, op sommige punten komt het christendom ook er slechter uit. De Joden bijvoorbeeld werden in de christelijke middeleeuwen veel slechter behandeld dan in de uh, islamitische uh, kalifaten. Mm -hmm. um, maar. Kijk, het, het, het is zo dat. net vermeld je het, 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 het vooruit van, um, van, van moslims die nog steeds een hoofddoek dragen. Maar uh, die, zonder dat ze goed dat wel beseffen, eigenlijk. Um, zeer sterk onder de invloed staan van wat ik nu westerse ideeën noem. maar wat ik in principe niet westerse hoef te noemen. omdat een van de kernaspecten van de verlichting. is precies ook haar, haar universalisme. Uh, dus als je, als je gaat kijken in de geschiedenis. Um, Nogmaals, die bloeiperiode van, 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 van Bagdad in de 9e en de 11e eeuw. Als je daar vrijdenkers van toen las, relatieve vrijdenkers natuurlijk, hè. Dat, mm -hmm. waren geen, dat waren geen buzz and trussels of zo. Uh, maar wel mensen die op een kritische manier naar heilige teksten keken en die ook een een opvatting hadden van, van het menselijk leven die vergelijkbaar is met, met die van ons vandaag. Van, we moeten er gewoon het beste van maken, goede wijn drinken, met vrienden uh, samenkomen enzovoort. Want uh, de tijd die ons gegeven is, is maar kort. En wat er daarna komt, uh, daar moeten we ons niet veel mee bezighouden uh, nou, Dat is eigenlijk heel herkenbaar. Als je, ja, 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 precies. Ja. Als je dat leest... Dus ja. dat, dat, dus, dus in die zin is het wel misleidend om het westerse te noemen. Alleen is het zo dat... Ja, goed, je, je moet het kind de naam noemen natuurlijk. Uh, de ideeën zijn vooral hier in West-Europa echt tot bloei gekomen dus ze zijn niet voor het eerst hier ontwikkeld want ook in, zeker in het antieke Griekenland als je daar de voorlopers van in Bagdad, in China, dus op verschillende plekken in de wereld zie je dat er aanzetten worden gegeven tot uh, de moderniteit zoals we die vandaag kennen soms wordt er uh, gesproken over een mini-verlichting mm -hmm. een relatieve periode van um, ja, van, uh, van vrijheid uh, waarvan waar, waar mensen toegenoten het is pas een West-Europa in de 17e eeuw, dat die helemaal uh, tot bloei is gekomen. Maar uh, ideeën hebben geen windrichting. Uh, dus het, het feit dat die hier toevallig in het westen zijn ontstaan, wil niet zeggen dat, uh, ja, dat, dat, er, dat er iets aan de Europese cultuur is die superieur is aan, aan mm -hmm. de rest van de wereld. Het is ja. net een van de kernaspecten van de verlichting dat in principe... Uh, elke, elke mens ook onvervreembare rechten en vrijheden heeft, en dat iedereen er uh, naar streeft om uh, gelukkig te worden in dit leven. En dat het alleen maar religies is die ons wijsmaken dat dit leven er niet toe doet en dat we moeten uh, de ogen richten op een leven dat uh, dan na ons komt. we mm -hmm. kon nog iets zeggen over de, de, de manier waarop religies dat proces doormaken. De mensen die zeggen: Ja, maar IS heeft niks met de islam te maken. Uh, eigenlijk is dat ook niet zoveel verschillend van de christenen die vandaag zeggen ja maar creationisme, uh, dat heeft niks met het om te maken dat zijn gewoon naïeve mensen die die heilige boeken letterlijk opvatten enzovoort uh, een van de, uh, de, dus de, de het, het proces van liberalisering binnenin een religie uh, vertoont vaak een verschijnsel wat ik in, dus in mijn vorige boek achteraf goderij heb genoemd mm -hmm. dus uh, moderne inzichten uh, over democratie, over scheiding tussen kerk en staat, over de, 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 de het status van de vrouw, enzovoort, die worden door liberale gelovigen vaak met terugwerkende kracht geprojecteerd op die heilige teksten. Dan gaan zij ze zeggen: ah, maar eigenlijk stond dat daar altijd al. We, we, we zijn nooit creationistisch geweest, we zijn ook nooit gewelddadig geweest en zo. Uh, de islam is eigenlijk een religie van vrede. En, uh, en, 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 en wie geweld pleegt in naam van Allah, die, uh, die verbastert eigenlijk de echte, zuivere, dat, ware betekenis van de islam. De God er eigenlijk een klein beetje, ge, uh, hoe zeg je dat, gegoocheld worden met Wat dat er zo gezegd letterlijk moet opgevat worden en wat dat dan wel metaforen zijn. Ah, ja, dat is, is een totaal arbitraire beslissing natuurlijk. Dus ja. ook die liberale moslims, ja, ik bedoel, die vinden. Uiteraard wel hier en daar een vers in de Koran dat, dat vredelievend is. Dus de Koran is een zeer tegenstrijdig boek ook. Je vindt daar, vooral, je vindt daar zowel um, haatdragende en opruimende versen als vredelievende versen. Die spreken over vergiffenis en compassie enzovoort. Um, maar het, 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 dus, het, het verschijnsel van achter, achterafgoderij uh, beschrijft een proces waarbij mensen. Terwijl ze aan het liberaliseren zijn, eigenlijk niet willen toegeven dat ze aan het liberaliseren zijn. Want het hele punt van de religie is natuurlijk dat je ergens in de illusie leeft dat het een eeuwige waarheid is waaraan nooit iets mag veranderd worden. Op mm -hmm. het moment dat je beseft van, hé, hey, maar wacht, we zijn hier eigenlijk aan het opschuiven. En wat dat wij vandaag de islam noemen is totaal niet meer wat dat onze grootouders daarvan maken. Of wat dat, uh, christenen vandaag het christendom noemen en de kernboodschap van het christendom zou gewoon zo totaal onherkenbaar zijn voor christenen in de middeleeuwen. Mm -hmm. Maar dat is nu eenmaal. Hoe religies zich aanpassen. Dus dat moet een beetje gaan, eigenlijk onmerkbaar. Dus. dus ze, 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 die, die ideeën zijpelen binnen, zoals je het daarnet uitrekte. Uh, maar tegelijkertijd kunnen ze het ook niet toegeven en moeten ze zoveel mogelijk de indruk wekken van, ah, maar eigenlijk sluit dat heel goed aan bij ja. wat we in die heilige teksten zien. It's what we've always been ja, it's saying. What we've always been saying. Well, yeah. Precies. En okay. dat, je, hebt, je hebt dat in het christendom gezien, ja. uh, wat de, dus mensen die nu bijvoorbeeld zeggen, ja, maar de, het christendom heeft altijd geloofd in de gelijkheid van man en vrouw. is bullshit. Ik bedoel, voor zover ja. er iets in de Bijbel staat over, uh, over, over mannen en vrouwen, uh, is, 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 is de opvatting even achterlijk als in, de, de, als het in de Koran. Ze vergelijkbaar met V. Ja. Yeah. Dus vrouwen <laughs> moeten vooral een plaats kennen, moeten luisteren ja. naar een mannen, het zijn de mannen die de zaakwaarnemers zijn van de vrouwen enzovoort. Het is pas uh, onder invloed van de moderniteit en van uh, liberale ideeën over, over vrouwenemancipatie dat die christenen die ideeën hebben overgenomen en dan de indruk hebben gewekt van ah maar jongens, dat hebben we eigenlijk altijd gezegd hoor. Ja. Uh, dan, en, en als je onze heilige teksten op een juiste manier leeft dan zie je dat dat er altijd in aanwezig was. En hetzelfde doet zich vandaar, uh, vandaag voor bij de islam. Dus de mensen die nu zeggen, ah maar de islam is... Um, in essentie een vredevolle religie, mm -hmm. um, die zijn eigenlijk, zonder dat ze het beseffen, of zonder dat ze het willen toegeven, staan die onder de invloed van moderne, liberale ideeën en proberen die nu op een soort van krampachtige en ook hypocrite manier aansluiting te vinden uh, bij hun eigen heilige teksten om de indruk te wekken van: ah, maar eigenlijk is dit nog altijd hetzelfde wat we altijd gezegd hebben. Ja. Uh, maar dus dat proces van achterafgoederij. Kan er soms toe leiden dat uh, de liberalisering in, 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 uh, religieus, in een religieus systeem voor een stuk onzichtbaar wordt? Want dus secularisering is een ja, begrip in de sociologie dat dat op verschillende zaken kan slaan. Dus je hebt mensen die. Het geloof afvallen. Dus, dus mm -hmm. mensen die gewoon uh, ja, ongelovig worden. Mm -hmm. uh, je hebt ook mensen voor, voor wie het geloof gewoon minder belangrijk wordt. en die zich meer gaan bezighouden met dit leven. dan met het, uh, het leven en het hiernamaals. Ja, maar die managen. mensen die zelf als ikzelf ja. wel zeggen. Joh, meneer, ja. Ik ben helemaal niet aan het seculariseren, ja. Ik ben gewoon nog altijd gelovig. Uh, terwijl ze eigenlijk zonder dat ze het beseffen, dus wel degelijk allerlei ideeën hebben overgenomen. En, ja. en dat is dus de reden waarom we dat de, dat, dat, die, die secularisering in de islamitische wereld vaak onderschatten. Dus het feit dat, de meis, dat meisjes hier in, in Antwerpen en in Gent nog altijd een hoofddoek dragen, ik bedoel, die hoofddoek heeft totaal niet meer de betekenis voor hen... Ik bedoel, in Iran wel nog, hè? en in Saudi-Arabië mm -hmm. heeft het wel nog het, het symbool van vrouwen Maar hier is het gewoon een modieus item geworden, of gewoon een symbool van een, een culturele identiteit, of zelfs, ironisch genoeg, een, een vorm van emancipatie. Maar mm -hmm. het heeft niks meer te maken met vrouwenonderdrukking. Toch niet voor die meisjes. Maar de vlag is nog altijd dezelfde. We dragen nog altijd de hoofddoek, we gaan altijd naar de moskee en zo. Mm -hmm. Maar ondertussen zijn we wel ongemerkt aan het aanpassen. Ja. En dat is prima. Wat moet dat moet bij ons uiten. ook gebeurd is uiteindelijk. Wat dat bij ons gebeurt is... Ja. Kijk, ik, kan niet, ik kan niet verwachten van een, een miljard moslims dat ze van vandaag op morgen uh, ongelovig zullen worden. Dat is, zo is dat dus met kerstnom is dat ook niet zo gegaan. Mensen hebben heel geleidelijk aan hun geloof verloren, ja, tot er eigenlijk is dat, nog niks van overschot. Is dat niet iets waar je dan eigenlijk bijvoorbeeld uh, kritisch kunt zijn naar rechts toe, als je zegt van, waarom zien jullie dat dan niet? Of waarom hebben jullie dan net wel het idee van, ze moeten nu eigen maar aanpassen, als in, van, van vandaag op morgen moeten die hetzelfde zijn als dat wij zijn. Terwijl dat jij zoiets ja. zegt van het is een geleidelijk proces, wat dat bij ons ook zo was. Hè? Alleen wij hebben het al doorgemaakt, dus ja. wij, kunnen dan, wij hebben dan iets makkelijker praten misschien. Is dat, dan, is dat dan op die manier dat je dat kunt zeggen? Dat hebben, mensen ja, zeggen zeker, ze, ja. ze passen hun eigen niet aan. Dat is hetgeen dat je keihard veel hoort. Hè? Terwijl wat jij eigenlijk kan zeggen is maar het is op heel veel al aan het gebeuren. Ze passen zich aan de, de Wat is misschien niet aan het gebeuren... Hè? Wat, wat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk, denk ik, kritieken die je zowel aan links als aan rechts kunt geven. Ja. Momenteel, de manier van denken is allemaal not fast enough. Too slow. Ja. So, ik vind nu dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen er onmiddellijk moet zijn. Ja. Ik vind dat er... Uh, zo alle stereotypen van mannen en vrouwen moeten allemaal verdwijnen. De, alle dingen van de racisme, dat moet allemaal weg, maar dat moet nu weg. Tot op het punt dat je zelfs wat in uw boek ook staat over uw hoofdstuk van racisme. Dat je dingen gaat beginnen uh, zoeken die zelfs misschien helemaal niet intentioneel racistisch zijn. Maar je gaat ja. mensen daar ook al oppakken. Waardoor dat je zo'n een, een, een een hele cultuur creëert van oei, we moeten oppassen wat dat we zeggen. Hè. De ene kant zegt dan hè, dat politiek correct spelletje dat zo heen en weer wordt gestuiterd ja. naar elkaar, van, van we mogen niet meer zeggen wat dat we willen, want, want we moeten oppassen voor elk woord. De andere kant zegt dan, ja, jullie gebruiken politieke correctheid alleen maar als excuus om ongestraft, racistisch ja. en xenofoob en noem het maar op te zijn. Dus je hebt zo heel dat spel dat aan de gang is, en dan, dan denk ik, ja, vaak is, hè, links is, is iets dat daar, wat, wat je vooral vaak al ergert. Om die, die hebben zo van die. Mooie voorbeelden die je altijd kunt geven. Het woord blank, dat nu ineens een ja. probleem is, want dat is nu een koloniaal woord. Ja. En we moeten wit gaan gebruiken. En dan voelt al dat iemand dat een klein beetje kritisch is al met z'n ogen begint te rollen en ja. denkt oh, for fuck's sake, is dat het probleem? Hè? Mm. En niemand mocht er zich druk in blank totdat ineens een bepaald aantal mensen dat beslissen. De pers pikt dat op. Ja. En ineens tot de, op dat punt dat dat een moeilijk woord is. En dat, dat, dat hoorde veel. Dat zijn dingen waar je u snel aan kunt ergeren. Maar aan de andere kant, als ik u hoor vertellen hoe, hoe, hoe de, de islam toch ook in ons land een soort verlichting aan het doormaken is, zij het traag maar zeker. Ja. Dan heb je toch ook zo'n houding van, van, de, van de bij wijze van spreken rechtse doemprofeten. Dat je ook er tegen kunt zeggen: Ja, jullie hebben ook zo'n idee van too slow, maar het nu eens een klein beetje geduld. Ja, ja, wel, wel. Kijk, ik zou natuurlijk ook wel graag hebben, neem nu een, 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 een nogal prangend voorbeeld, een vrouwenbesnijdenis ofzo. Mm -hmm. We weten vandaag, er zijn nog altijd honderden of misschien zelfs duizenden meisjes die besneden worden of die het risico lopen om besneden te worden. Nu wil ik niet zo als de, de vooruitgangsdenker achteroverleunen en zeggen van, och, geef dat gewoon 50 jaar en dat, en, en, en dat verdwijnt wel vanzelf. Ik zou natuurlijk graag hebben dat van vandaag op morgen verdwijnt, mm -hmm. uiteraard. Mm -hmm. um, en ik wil dat proces in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk gaan versnellen, op een pragmatische manier. Wel eh, ermee rekening houden dat je geen tegenreactie moet opwekken. Dus, dus je moet dan natuurlijk als je, als je te veel gaat polariseren enzovoort, dan ga je, men, mm -hmm. dan ga je het gevolg hebben dat, dat mensen nog meer in hun schulp gaan kruipen, dat ze misschien met hun dochters naar een ander land gaan reizen en ze daar gaan besnijden. Enzovoort. Is dat dus misschien dat, niet het grootste probleem van het idee dat de meeste mensen hebben dat het niet beter gaat met de wereld? Well, dat, die, okay. dat, dat je eigenlijk alleen nog maar extreem gepolariseerde meningen hoort. en dat eigenlijk uw boek bijna een pleidooi is voor nuance. Ja, <laughs> ja maar, <laughs> vandaar dat ik ook. Ik vind dat het hoofdstuk over de islam een van de meest belangrijke uh, hoofdstukken. Omdat, uh, omdat het een tegengewicht biedt aan dus de andere hoofdstukken met name over het klimaat en ongelijkheid die vooral linkse doembeelden zijn. Mm -hmm. En dat ook ook heel duidelijk wil maken van, kijk, ik sta daar misschien voor bekend om een harde islamcriticus te zijn, maar ik wil ook niet meegaan in het doemdenken over de islam. Niet omdat ik gewoon denk dat alles... Goeie Altijd komt. goed komt. Bedoel. Dat is ook, ik, bedoel, mm -hmm. ik wil er geen stik van maken. Ik probeer ook echt wel uh, rationele argumenten aan te dragen. En ook feiten en cijfers die aantonen dat de derde generatie uh, mm -hmm. moslims ook minder aan religie doen uh, dan, de, dan de tweede generatie. Maar ik denk wel, en dat is een typische eigenschap die je vindt bij, uh, bij allerlei doemdenkers. Mensen die op een bepaald moment verknocht worden aan hun eigen doembeelden. Een mm -hmm. Wim van Rooij, die wel niet horen dat het goed gaat. Ja. Die, die gaat als, ja. als, als, als je die gaat kijk maar, hier zijn moslimhervormers. Liberale imam die, die uh, vredelievende taal spreekt. Zo, die gaan wel zeggen: Och, jij aan een je denkt toch niet dat ze dat menen. Ze plegen eigenlijk allemaal takia dus Ze doen alsof ze uh, ja, ja. Ons, ons gunstig gezind zijn. Ja, maar dat eigenlijk, uh, takiyah is een soort voor... voorliegen. Hè? Dat is ja. een soort doen alsof je meer aan hebt. Ja, dat zijn, begrip... maar achter gesloten deuren. Ja, precies, dat begint dat uit ja, de shiitische okay. islam komt. En dat op zich wel bestaat ook in de Soenitische islam. Maar ja, goed, dat bestaat natuurlijk. Uh, de, 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 de communisten destijds in de jaren kon... 60, die deden ook. Misschien alsof, om, om, niet de, om niet te veel op te vallen, maar in, maar, maar, mm -hmm. maar, maar, maar in werkelijkheid dat ze wel meer radicaal Sorry, Maarten, ik ga nu een seconde onderbreken, maar ik moet echt dringend pipi gaan doen. <laughs> <laughs> ik zit direct terug. Dat nu, is ja. een grondige Hou het even bij, ik ben er direct. Dus takia is een begrip uit de shiïtische islam... Um, dat ook is overgenomen in de Sunnitische islam, dus het is geen compleet verzinsel. En het mm -hmm. zou gaan om een religieuze vrijgeleide om uh, ongelovigen iets voor te leggen. Dus ja. Om hè, te doen alsof je gematigd bent, uh, terwijl dat je er eigenlijk op uit bent om, uh, ja, om de sharia uh, in mm -hmm. te voeren. En om onze uh, liberale democratie omver te werpen. Nu, uh, die mensen bestaan zeker, hè? dus... Mensen die deradicaliseren in de gevangenis behoren, die gaan soms doen van. Ah ja, ja nee, nee, ik ben helemaal. Uh, ik ben mm -hmm. so, IS en zo. Ik vind dat een uh, heel fout clubje nu en ik heb, ik heb mijn fout ingezien. Terwijl ze nog altijd dezelfde radicale ideeën hebben. Dus, de, dus dat fenomeen bestaat zeker. Maar de doemdenkers, zoals Wim van Rooij, die gaan dat bijna gebruiken als een soort van. Een weerlegbare complottheorie. Ja. Dus wat een moslim ook zegt, hij zal toch altijd beschuldigd worden van Takia. En Rooij zal blijven volhouden: van ja, maar als het moment van de waarheid aanbreekt eh, en de, de, uh, de moslims zullen de macht grijpen, dan zullen al die zogenaamde gematigde moslims toch de kant kiezen uh, van de geloofsbroeders. En dat is een algemeen fenomeen dat je ziet, ook bij klimaatdoemdenkers: uh, is dat mensen uh, kunnen zo verknocht raken aan hun eigen voorspellingen. Dat ze soms niet willen dat die weerlegd worden. Mm -hmm. Zelfs als het ze, ze, als ze, als ze doemvoorspellingen zijn. De Wim van Rooij wil natuurlijk ook liever niet dat zijn dochters de hoofddoek dragen en zo. Uh, maar daar is hij wel van overtuigd dat we daar naartoe gaan. Hè? Dat, dat de samenleving langzaam zal islamiseren. Um, maar hij, en heeft een hij, soort van niet, voor... hij wil het ook niet horen. Want als, hij wil het niet als... horen. Hij heeft een, heeft een, want heeft dat een, noemt toe, eigenlijk naïef zelfs. Ja, hè? Hij heeft een soort ja. van doofheid voor uh, voor nieuws. Dat heb ik heel hard gemerkt tijdens dat debat in Edegem. Dus. Ik zei ook al, well, jongens, ik begrijp, eh, religieus fundamentalisme is een probleem en de islam is, uh, kan, kan haatdragend zijn. En, en, en ik wil dat zeker niet gaan minimaliseren of daar, uh, of daar uh, excuses voor verzinnen. Maar ik denk wel, als je kijkt naar, en dan haal ik een aantal cijfers boven, naar de, het, het belang van religie, dus bij de derde generatie moslims ten opzichte van de tweede, dat dat, dan, dat, dat langzaamaan afneemt. Dat was er echt zo ophef en commotie in de zaal van naïeve dwazen dat je denkt uh, ja. de, 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 het nu nog altijd niet door welke, welke enorme dreiging eruit gaat van de islam dus zij zijn, ervan, zij zijn zodanig doordrongen van die gitswarte doembeelden dat ze alles wat daar, wat daar tegenin gaat uh, meteen afwimpelen als, als, als een soort van stomzinnige naïviteit en dat zie je ook jo, maar, wat bij de... klimaatdoemdenkers ja. dat, ze, um, dat ze er zodanig van overtuigd zijn dat, 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 dat de wereld naar de knoppen gaat dat als uh, kijk, als er, als er nieuw onderzoek, als bijvoorbeeld het IPCC zegt: van kijk. Uh er zijn ook uh, manieren om ons aan te passen aan klimaatopwarming. Uh, door bijvoorbeeld hogere dijken te bouwen. Of door ons landbouwsysteem aan te passen. Of door droogteresistente gewassen te maken. Dan willen ze dat niet horen. Want ergens hebben ze een soort van perverse neiging om hun eigen doemvoorspelling uh, bewaarheid te zien. Dus ik heb dat ooit mm eens -hmm. dus op Twitter gezegd. Dat was er ook heel veel ophef van. Uh, Denkt je nu echt dat mensen willen dat de wereld naar de knoppen gaat? Jawel, nee, natuurlijk niet. Maar het is een algemeen verschijnsel dat niemand wil zijn eigen theorie graag weer weerlegd zien. Het is mm -hmm. niet leuk om te zeggen, ook, ook voor mij trouwens. Ik zeg van, het zal goed komen met het klimaat, als het dan toch naar de knoppen gaat, ja, dan maak ik mezelf wel onsterfelijk belachelijk natuurlijk. Ja. Dus niemand wil zijn eigen ideeën weerleggen. zien. En het punt bij doemdenkers is, zeker wanneer ze daarvoor bekend staan, wanneer, wanneer een, een Wim van Rooij bijvoorbeeld Publiekelijk heeft gezegd van de islam kan niet moderniseren, er is geen liberale islam, dat is een verzinsel van Europeanen. Mm -hmm. als, als je dan met onderzoek komt dat aantoont dat hij ongelijk heeft, dat de islam wel aan het, aan het uh, liberaliseren is, mm -hmm. ja, dan, dan gaat hij dan natuurlijk gewoon zoveel mogelijk proberen te, te ontkennen en, en weg te moffelen. Dus hij heeft mm -hmm. inderdaad een soort van uh, selectieve doofheid. En um, bij klimaattoemdenkers zie je eerder, dat ik, dus ik, 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 ik presenteer dat vaak als gedachte-experiment... Um, om te achterhalen waar het die mensen echt om te doen is. Uh, stel dat we een of andere magische manier hebben om al het overtollige CO2 dat in onze atmosfeer zit, dat, onze, dat al het problemen veroorzaakt, dat we dat er gewoon kunnen uittrekken. Mm -hmm. Gewoon dat we een of andere technologische deus ex machina hebben. En uh, onze geïndustrialiseerde kapitalistische ge samenleving die kan gewoon blijven voorbestaan zoals ze vandaag bestaat. Is mm -hmm. dus eigenlijk, oef, ons hakje is gered. Uh, zouden die activisten dat toejuichen? Ja, ik wel, want ik, ik zou het geweldig vinden dat het probleem van de banen. is. Maar bij sommige van die mensen krijg je de indruk dat het doembeeld van klimaat, van de, van de, van de klimaatcatastrofe eigenlijk maar een voorwensel is voor waar het aan echt om te doen is, namelijk die kapitalistische uh, samenleving, om die gewoon te gronden te richten. Mm -hmm. uh, zoals dat ook in de, in de jaren 60 en 70 al bestond, over andere doembeelden, over, over bevolking en grondstoffen, schaarste. Uh, een van de slogans die uh, klimaatactivisten tegenwoordig. Uh, Gebruiken is uh, change the system, not the climate. Dus het idee dat het systeem moet gewoon veranderen. En mm -hmm. daarom houden ze bijvoorbeeld niet van kernenergie, omdat kernenergie ergens de belofte in zich draagt van we kunnen gewoon business as usual doordoen. We kunnen consumeren en zo. En, 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 en we hoeven onze le levensstijl niet radicaal aan te passen. Terwijl dat net is waar veel klimaat, klimaatactivisten wel op, uh, op, op gebrand zijn. Dus, dus we moeten onze, ons leven veranderen. Denk aan de oorspronkelijke naam van dus Groen, Agalef. Anders gaan Anders leven. leven. Dus ja. het, het mm -hmm. idee dat je gewoon kan blijven leven zoals, je, ja, zoals we vandaag leven, zonder dat, uh, zonder dat we onze eigen ondergang tegemoet gaan. Op een perverse manier uh, zijn ze daar net tegen. En dat is een beetje een psychologische speculatie. Maar dat is een deel van het verzet tegen kernenergie bestaat er volgens mij in uh, ja, dat het gewoon een oplossing is. En dat ze niet willen dat er een oplossing komt. Of mm -hmm. nog een extremer voorbeeld is uh, geoengineering. Dus uh, als het echt helemaal de foute kant op gaat met het klimaat. hebben we in principe nog een noodrem. Een noodrem die, die, uh, die gaat als volgt: en we weten dat die werkt, uh, we kunnen zwaveldeeltjes. Uh, in de stratosfeer gaan spuiten, uh -huh. waarmee het zonlicht uh, gedurende enige tijd, een jaar bijvoorbeeld, uh, weerkaatst wordt, zodat het hier een beetje afkoelt. We weten dat dat werkt, omdat dat precies is wat dat vulkanen doen. Dus als, als er zo'n een keer een grote vulkaanuitbarsting is, zoals de. Uh, hoe heet uh, Pintabo in, in Indonesië. Uh -huh. um, dus die spuit tollen zwaveldeeltjes in de atmosfeer. En die kan ervoor zorgen dat de mondiale temperatuur echt met 1 of twee graden uh, afkoelt. Soms zelfs uh, kan zo'n kamerbebarsting leiden tot een nieuwe ijstijd. Eh, mm -hmm. Ik vind dat er dan uh, een uh, feedbacklus ontstaat. Uh -huh. dat, er steeds, dat de temperatuur steeds verder daalt. Is, dat, nu, ze, is dat iets dat ze zonder controle zouden hebben als ze dat doen? Dat ze niet ons niet in een nieuwe nijstijd gooien zonder dat ze dat doorhebben? Dat is het probleem niet. Je kunt ja. het vrij goed afstellen wel. Uh, ja, en, dus je, je kunt een, beetje, een, paar, een paar vrachten, uh, zwaveldeeltjes die je in de stratosfeer spuit en dan, en dan zien we wat het effect is en dan misschien nog een beetje meer. Dus dat is uh -huh. niet echt het probleem. Het probleem is vooral uh, dat het zure regen kan veroorzaken, want zwavel... Uh, is, uh -huh. Een van de oorzaken van zuurring net als vulkanen. Dus we kunnen de effecten vrij goed inschatten. Nu, ik ben zelf geen voorstander van geoengineering. Omwille van, ja, bedoel, het is echt wel een, uh, Nood een, een noodoplossing. Ja. Maar um, ik vind wel dat het iets is dat we in het achterhoofd moeten houden. En, en, um, en, en voor mij is het ook wel een van de, een van de redenen om te zeggen: van kijk. Als ik me echt vergis, als, als we het niet meer onder controle krijgen, dan hebben we nog altijd die optie. Hmm. Um, en dat is iets waar. Dus als je, als je klimaatactivisten daarover vertelt, dan echt de, de stoppen slaan door. bij zo wat de fuck? Gaat u nu de, hele, de hele We hebben al alles naar de knoppen geholpen. Nu gaat je nog eens met de hele uh, planeet gaan experimenteren. Um, dus zij hebben het gevoel, nee, je ge maakt het alleen maar erger. Z zo van, technologie heeft ons zover gebracht, heeft ons al die problemen veroorzaakt, he, de, in de industriële revolutie enzovoort. Mm -hmm. Dat is de reden waarom, we nu, uh, ja, waarom dat, dat zwaard van Damocles nu boven ons hangt. Dus als je nu nog eens een de technologische deus ex machina uh, gaat, gaat inroepen, dat is van, van de fire into the frying pan, mm -hmm. dus uh, uh, heet dat, van de regen in de drop, Mm -hmm. dat maakt het alleen maar erger en dat is volgens mij uh, het, het groot verschil tussen mensen die gewoon concreet een probleem willen oplossen zoals het bestaat dus, dus uh, het klimaatopwarming bestaat echt het is echt ook door de mens veroorzaakt en het nou, is een, dat is ook het is een iets probleem. dat je in je boek zegt hè? Ja, je, je zegt geen klimaatopwarming ontkenner je zegt iemand dat gewoon zegt nee nee dat gebeurt dat is aan de gang, dat is echt. En we moeten er iets dus, tegen doen. Dus die mensen hebben ook een reden om te klagen, bij wijze van spreken. Ja, ze hebben reden om te klagen, in. maar ze, zijn, ze vergissen zich wanneer ze, wanneer ze denken dat de, dat, dat de planeet naar de knoppen gaat, of dat, de, of dat het einde van de menselijke beschaving zal zijn, of dat gewoon heel onze biosfeer ineens zal storten. Dus het zal schadelijke effecten hebben, maar het is niet ongezien in de geschiedenis van de planeet. Er zijn tijdperken geweest waar er veel meer CO2 in de lucht had dan vandaag en we waren toen ook al zoogdieren. dus uh, de snelheid waarmee het nu gebeurt um, is wel onge dus ongezien. Denk ik denk niet dat er veel precedenten zijn van zo'n temperatuurstijging op zo'n korte termijn. Temperatuurdaling wel, want zo'n gigantische vulkaanuitbarsting die kan echt in één klap de temperatuur met drie graden doen zakken. Dus um, de menselijke beschaving zelf die zal uh, die zal ongetwijfeld blijven doorbestaan, omdat de mens het meest adaptieve dier is dat ooit heeft rondgelopen. En ook nu, vandaag, al leven er heel veel mensen op plaatsen die zonder de behulp van moderne technologie gewoon onleefbaar zouden zijn. Uh, denk maar in de Nevada-woestijn of zo. Uh, of in maar Californië, Om daar, ook... even daarop terug te komen, Nevada-woestijn, Las Vegas. Ja. Maar ja, mensen die met de Colorado-rivier bezig zijn, die zijn niet echt happy met Nevada, bijvoorbeeld, met Las Vegas, want... Hoe bedoel je? Ja, omdat dat een, dat dat een, een artificieel iets is, waarbij dat de airconditioning... We zijn ja. ook allemaal gewist. Het is een, hm. een, een zot gegeven. Het is, dus ja, is knettergak, ja. Want Wat ik eigenlijk een beetje wou zeggen, was um, een, beetje, een beetje iets concreter vandaag de dag. Ik heb een open brief uh, ja. naar uh, Anouna De Wever en Kira Gantwa gelezen. Uh, een beetje terugkomen op wat je twee minuten geleden zei, in verband met het anders leven en dat klimaat... Uh, in uw ogen, wat misbruikt wordt door klimaatactivisten ja. en naar het algemene leven. Toen ik die brief las van u, dan uh, moest ik toch ook wel denken van, uh, wederom, de feiten, hè, ze worden gebombardeerd met de feiten die juist zijn. Uh, maar ik ga eerlijk zijn, ik had ook zoiets, ik vond het ook een beetje jammer, omdat ik net, uh, heel, het boek, heel uw boek gaat ook vaak over de ongelijkheid en, en ook over het gelukkig en de generaties. Ja. Ik, het eerste wat ik dacht, en dan kon ik het heel plat zeggen, Hè, want wij zijn mensen van rond de 40, ja, net iets eronder. Dan ja. nou worden die fucking millennials iets ontdoen. <laughs> hè. Ja. Hè, ik bedoel, uh, en nu krijgen ze uh, uh, enorm veel tegenkanting. Want ja. dat is ook een vraag die ik eigenlijk aan iemand zoals u zou willen stellen. Uh, eerst en vooral, hadden zelf niet het gevoel dat je misschien, ondanks dat het goed bedoeld was, toch een mooie beweging een klein beetje neerhaalde daardoor? Mm -hmm. En dan neem ik het niet over de Jeroen Olieslagersen-repliek, maar ik bedoel ja. het dan nog eerder sober van, uh, er zat wel een waarheid in die misschien niet klopte op klimatologisch vlak, maar misschien wel op het feit dat de democratie, uh, of het feit dat de regering, of in ieder geval de powers that be, want het verhaal gaat ook over de industrieën, dat die daar echt niet mee bezig zijn, en dat dat heel snel als iets naïef wordt afge, uh, afgezet. En ik vond dat uw brief dan een klein beetje om uh, mm -hmm. een contributie toe te leveren. En ten tweede ook, en dat is ook een vraag ik wil stellen, hoe is het in godsnaam mogelijk dat twee meisjes zoveel haat kunnen opwekken ja. bij mensen van onze leeftijd, terwijl dat bij manier van spreken banken vrij uitgaan, uh, politici vrij uitgaan, maar als twee mensen spijbelen en daar dan... Krijgde een woede, een haat, die ik bij me niet van spreken. Ja. niet meer gezien heb sinds Paul Marshall. in de jaren negentig, die er voor zijn dochter opkwam. en als een media mens werd afgegeven. Ga als uh, filosoof, uh, zeg ik maar iets scouter van de huidige tijdsgeest. Ja. hoe is dat in godsnaam mogelijk? En vinden zelf ook niet dat je een klein beetje verantwoordelijk bent. Wel, door zo'n brief te schrijven? Ik denk, um, ik moet nu denken aan het antwoord. dat de Jeroen Olieslagers uh, aan mij heeft gerecht. en ook publiek gemaakt achteraf. Um, hij zei. Um, in mijn brief stond dat uh, Anuna en Kira vooral veel uh, paternalistische complimentjes en betuttelende woorden hadden gekregen, um, en dat het tijd was om een ernstig te nemen en ook kritiek te leveren, waarop Jeroen zei van ja, blijkbaar weet jij niet dat zij enorm veel bagger over zich heen hebben gekregen, en haat en, en inderdaad, zoals je daar vermeld. Um, ik had mij misschien duidelijker moeten uitdrukken. Ik ben me daar terdege van bewust. Want ik heb ook al, nog voor ik mijn brief schreef. heb ik uh, mensen op Twitter opgeroepen. van alsjeblieft, uit mij op. Uh, zeker om mijn volgers, omdat dat inderdaad, inderdaad. dat ik over de islam tweet. heb ik vooral. Uh, ik krijg soms de applaus van rechtse mensen. En die mm -hmm. volgen mij dan ook. En zeker vanuit mijn positie denk ik. ik heb dan een zeker aanzien bij die mensen. of uh, mij nemen ze wel ernstig. Dus ik, heb, ik kan ook wel hopelijk. dan een bepaalde invloed uh, uitoefenen. en die mensen ook wel wat temperen. Uh, ik bedoelde vooral. Dat ze veel betuttelende woordjes hebben gekregen van politici, want ja, van politici hebben ze uiteraard geen haat gekregen, behalve misschien die sneer van de Wever over dat ze pu puberaal waren en zo. Dus dat, dus dat was al inderdaad, uh, dan niet te nagesproken. Um, en het een sluit het ander niet uit, en voor een deel versterkt het zichzelf ook. Dus die, waar, waar die rechtse mensen zich vooral aan storen, en, en de reden waarom. Kira en uh, Anuna een beetje het brandpunt zijn van al, die, van al die haat, is precies dat ze zo op handen worden gedragen door het andere kamp. En het andere mm -hmm. kamp is dan het links-progressieve kamp. Eh, die, die, want op zich, en da, daar, daar blijf ik ook wat bij, was, wat Anuna en Kira vertellen is helemaal niet nieuw. is gewoon is het de ecologische wereldbeeld waarmee ze zijn grootgebracht. En het, het, ik, dus ik heb ook al uh, van bij het begin gezegd, het eerste interview in de morgen, dat, dat, dat het mij... Dat, Absoluut niet zou verbazen dat die mensen ook een zeer uh, duidelijk sociologisch profiel hebben. Inderdaad, ouders die uh, op groen stemmen, die misschien vegetarisch zijn of alternatief, die elke dag de krant lezen enzovoort. Dus. De, de, voor een deel is wat dat zij verkondigen wat de groene beweging altijd al heeft verkondigd, namelijk dat er een radicale systeemverandering nodig is, dat we uh, aan, een, uh, aan een ontzettende vaart tegen een blinde muur aan het rijden zijn en dat het nu tijd is om in te grijpen dat twee voor twaalf enzovoort. Dus al die rhetoric die zit er allemaal in vervat. Het enige verschil is inderdaad dat het veel meer sympathie heeft opgewekt omdat het om twee jonge en gedreven mensen gaat en, da en, 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 en dat heeft inderdaad dan al die paternalistische en betuttelende uh, reacties gevoed van, uh, van, van, van Politici mm -hmm. over het hele spectrum, met uitzondering misschien van de NVA, nu uh, heb ik daartoe bijgedragen? Ik denk het niet, want ik denk, um, en dat is wat dat veel mensen die begrijpen: net omdat ik inderdaad kritiek heb geuit op Anuna en Kira, is er binnen de extreem gepolariseerde discussie van vandaag, maar één verklaring mogelijk, en dat is, ah, die moet blijven een klimaatontkenner zijn. Want als je kritiek hebt op Anuna en Kira, ja, dan moet je wel, dan moet je tot de andere kant behoren. En die, mm -hmm. die heeft zelfs intelligente mensen, uh, Sven de Rijke, uh, mijn collega professor sterrenkunde aan de UGent, heeft mij letterlijk een klimaatontkenner genoemd in dat stuk van KNAK, omdat hij gewoon zo... Uh, opgefokt was of zo van what the fuck durf jij kritiek geven op die twee meisjes dan zijn er dus twee millennials die het goed bedoelen die iets proberen te verwezenlijken, en dan heb je weer al kritiek ik blijf er wel bij, kritiek is een vorm van respect en ik heb ook duidelijk gezegd in de brief kijk, hier hebben jullie absoluut gelijk ik heb trouwens een herwerking geschreven van mijn brief in Trouw dit weekend, waarmee ik probeer een beetje de kritiek te ondervangen alsof ik het bagatelliseer dus ik heb geprobeerd nu wel duidelijker te maken van, uh, ik ben ook voor een Verhoging van onze ambities, uh, meer koolstof, uh, dus een reductie van koolstofemissies. Ik ben voor een CO2-belasting, schrijf ik wel uh, letterlijk in mijn boek. Dus ik vind ook dat we onze ambities moeten opdrijven. Maar eh, ik heb een aantal kritiekpunten. En dus dat vind ik wel storend. Het is net door het feit dat ze door de ene groep bijna met een oreoltje boven hun hoofd worden gepresenteerd en helemaal boven kritiek worden verheven. Het is net dat dat ook al die hatelijke reacties aan de andere kant opwekt. En ik heb geprobeerd om dat te doorbreken door te zeggen: van Kijk, laten we eens dus nu eens kritiek geven. Niet op, uh, dus niet op een betuttelende manier gewoon maar zeggen van hey, schouderklopje, haken over je bolk en je doet het fantastisch en dan uiteindelijk niks doen, want dat is wat de politici doen. De Junker Way. Ja, ja, voilà. <laughs> dus, dus En uitleggen van: kijk, jullie hebben een punt, maar uh, het zit allemaal toch iets ingewikkelder in elkaar. Um, als het puur een kwestie van politieke moed, dan geloof ik ook al dat het, dat het al langer was gebeurd. Dus vandaar dat ik ook de, de link leg met eerdere uh, milieuproblemen, zoals het gat in de ozonlaag. Het gat in de ozonlaag wat dat betreft echt peanuts in vergelijking, in vergelijking met het uh, probleem van vandaag. Waarom? Omdat de boosdoener uh, bij het gat van de ozonlaag, namelijk die CFK-drijfgassen, ja. Die konden we heel gemakkelijk uit de handel halen en verbieden en zeggen van kijk, een alternatief voor spuitbussen, andere drijfgassen of wat dan ook. Dat was heel simpel. CO2 daarentegen, ja, dat is fossiele brandstoffen. Dat is zo verweven met onze economie, dat is, dat is zelfs een van de voornaamste motoren van onze welvaart, vandaar dat ik er de klemtoon op leg. De vergelijking met roken slaat echt nergens op, want roken heeft alleen maar schadelijke effecten. En, en en, en, en een roker kan van vandaag op morgen stoppen als hij, als, hij, als, hij, als hij of zij dat wil. Uh, terwijl fossiele brandstoffen. Ja, de, de reden, een van de voornaamste redenen waarom onze levensverwachting gestegen is van 30 naar 70 jaar. en waarom dat, dat eerst in Engeland gebeurde. en dan in de rest van de wereld. is omdat Engeland het eerste land was. om de industriele revolutie door te maken. Dus, een heel groot stuk van onze welvaart is precies uh, te danken aan fossiele brandstoffen. En dat wil erom niet zeggen dat we die voor eeuwig nodig hebben, maar dat wil wel zeggen dat het helemaal niet zo evident is om die te gaan afbouwen en dat we dat aan het juiste tempo moeten doen. En ik denk wel dat de geesten aan het rijpen zijn. En ik ben er ook wel voorstander van dat dat sneller moet gebeuren, dat we hogere ambities moeten stellen. Maar er zijn twee zaken waar ik het waar ik, waar ik niet mee eens ben. Ten eerste, de focus op België en de klimaatambities van België dat lijkt mij een bijzaak, omdat België een druppel op een hete plaat is. En als de rest van de wereld niet meegaat, dan heeft dat geen zin. Uh, en ten tweede, uh, het idee van ons geduld is op, zoals ze in een brief schrijven, ja, daar schieten we op zich ook niet mee op. De klimaatopwarming is niet ons enige probleem van vandaag. Um, vandaar dat ik ook wel klemtoon leg op uh, de armoede, die ook tot op vandaag bestaat. We moeten inderdaad zorg besteden aan toekomstige generaties, tot op zekere hoogte. Uh, maar we moeten ook zorg besteden aan de mensen die hier, hier en nu leven. En die mensen hebben ook voor gedurende uh, een bepaalde tijd nog nood aan fossiele brandstoffen. Dus we moeten binnen de marge van wat dan mogelijk is, uh, moeten we naar een koolstofvrije economie. En, ik, en, ik, en, ik, en ik, ik heb daar een andere aanpak, maar ik deel wel de doelstelling. Dus we moeten echt naar een economie die bijna geen koolstof uitstoot. Maar ik ben wel veel... Pragmatischer in de manier waarop we dat aanpakken, en ik ga vooral veel meer op zoek naar de zaken die een echt verschil kunnen maken. Vandaar dat ik ook vind, en dat is de grote paradox, bij de groene beweging. Kijk, ik geloof niet dat de wereld vergaat. Ik zeg niet dat de planeet naar de knoppen gaat of wat dan ook. Mm -hmm. Maar als je dat gelooft, als je er echt van overtuigd bent, dat, dat het nu 2 voor 12 is en dat de, de komende tien jaar absoluut cruciaal zijn voor klimaatopwarming, dan is het rond het stomzinnig om de kerncentrales te sluiten. Dus uh, Vandaar dat ik soms bij die groene beweging het gevoel krijg van, het gaat jullie helemaal niet om, de, om het zoeken naar een pragmatische oplossing, maar als dat het geval zou zijn, dan zou je kernenergie ernstig nemen, dan zou je ook koolstofcaptatie, dus het terug uit de lucht trekken van, van CO2 die je al hebben uitgestoten, zou je dat veel serieuzer nemen, uh, zou je ook uh, de beperkingen van hernieuwbare energie uh, beter onder ogen zien, in plaats van maar te blijven herhalen dat het steeds goedkoper wordt, wat hier relevant is, want... De prijs is niet de, uh, de, het, het probleem, maar het feit dat het onbetrouwbaar is. Dus dat het gewoon stilvalt als het niet waait en als de zon niet schijnt. Mm -hmm. uh, dus uh, van, 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 vandaar dat ik. Maar maar als ik hem nu bijvoorbeeld al zegt, hè, Stel, ik, 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 ik gooi maar wat in de groep. Zoiets ja. dat gezegd zou worden door iemand die niet uh, er heel veel studies over gelezen heeft. Of ja. Vol een back mee bezig is, gelijk jij. Hè? Omdat jij er een boek over schrijft. Ook. Ja. Maar iemand dat gewoon zegt er bestaan elektrische auto's, hè? waarom is dat niet gedaan? Met al die fossiele brandstoffen, maakt gewoon elektrische auto's minder vervuilend, bla bla bla. Wel, euh, dankt er allemaal vanaf dat die elektriciteit vandaan komt. Want in China mm -hmm. zijn er gigantische elektrische auto's, maar waar komt de elektriciteit vandaan? Van de steenkoolcentrales die ze zetten. Dus mm -hmm. elektrische auto's zijn op zich. Alleen maar een oplossing voor het probleem op voorwaarde dat de elektriciteit ook uh, van, een, uh, ja, van een hernieuwbare bron uh, afkomstig is. En daar knelde ik het schoentje op op, op, op dit moment. Er is gewoon geen goede manier voorhanden om elektriciteit van hernieuwbare energie. Uh, langdurig op te slaan. Dus je hebt uh -huh. mensen denken intuïtief van, ja, maar we hebben toch gewoon batterijen, uh, zoals je nu in je telefoon zet, je slaat gewoon energie op totdat je ze nodig hebt. Maar als je kijkt naar de capaciteit van zelfs de beste batterijen ter wereld, die lithiumbatterij van Tesla, ja, die kan een paar duizend mensen voor, van stroom voorzien gedurende een paar uur, met, met een piekvraag van een paar uur. Maar je kunt daar geen een dag of een week, laat staan uh, een winter mee overbruggen. Dus in de eerste plaats denk ik dat we een aantal technologische doorbraken nodig hebben die de transitie naar een koolstofvrije economie moet gaan uh, uh, vergemakkelijken, versnellen en goedkoper maken. Want het is, kijk, Duitsland bijvoorbeeld, dat nu door velen als, als, als een stichtend voorbeeld wordt, wordt gezien, omdat ze echt massale investeringen doen in hernieuwbare energie, heeft tot op vandaag nog altijd zeer belabberde resultaten. Dus het is, altijd, het is nog altijd een toekomstverhaal van ja, maar ooit gaan ze ertoe komen dat... Op dit moment zijn ze nog altijd zelfs meer bruinkool en steenkool aan het stoken, omdat ze al hun kerncentrales hebben dichtgedaan. Dus ze, als zelfs een land, een land als Duitsland, dat rijk en welvarend is en de hoogste ambitie stelt van de hele wereld, er niet in slaagt om echt snel die overgang te maken naar hernieuwbare energie, dat is echt niet omdat er een gebrek is aan politieke wil. Um, de, de, dus dat, de, dat heeft ermee te maken dat, ja, dat de enige manier om echt binnen de vijf of binnen de tien jaar naar koolstofvrije economie te gaan... Zeker als je kerncentrales bijvoorbeeld uitsluit, dat dat gewoon op dit moment een gigantische welvaartsvernietiging is. En dat ook een land als Duitsland natuurlijk ja, niet in zijn eigen voet zal schieten. Hmm. Of maar een klein beetje, want je schiet altijd uh, voor een stukje in je eigen voet. Dus, um, uh, als we pragmatisch zijn, zeker hier in België, ik zeg niet voor de rest van de wereld, alsjeblieft laat die kerncentrales open. Kerncentrales ja, als je voor kerncentrales pleit, hè, dan zal direct iemand waarschijnlijk afkomen met zeggen: ja, in radioactief afval en dat breekt niet. Ja, af, en maar je kijk, moet dat allemaal, hoe ziet dat daar stel dan Stel dat dat nu inderdaad nog een probleem was, ja? non, want dat radioactief afval, uh, dat kunnen we gewoon in geologische aardlagen opbergen. Dat is zeer overzichtelijk, dat is een kleine hoeveelheid, dat heeft nog nooit iemand kwaad gedaan, daar is een bepaald risico aan verbonden, maar. Fossiele brandstoffen zijn veel gevaarlijker omdat ze het, het afval dat ze genereren gewoon in de lucht spuiten en mensen ziek mee maken. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat afval is inderdaad een probleem. Maar kijk, het is het een of het ander. Als je zegt, mm -hmm. dit is hoog urgent, het is 2 voor 12, de planeet gaat naar de klop, dan moet je bereid zijn om ook dat soort oplossingen te gaan overwegen. Ik zou zelfs zeggen, stel dat, stel, stel dat het probleem van kernafval tien keer zo groot zijn als, uh, zou zijn als vandaag, dan is het nog altijd vanuit het standpunt van de mensen die zeggen dat het, dat het absoluut urgent is en dat we, en dat we op een Gigantische catastrofe afsteven, dan zou de afweging nog altijd moeten zijn, ja, dan gaan we dat, dat probleem van het kernenval er maar bij nemen. Trouwens ook, zelfs als, als we nu stoppen met onze kerncentrales, zitten we nog altijd met dat afval uh, dat we nu al hebben gegenereerd. Dus dat beetje afval dat er nog gaat bijkomen door die wat langer open te houden, of zelfs door nieuwe kerncentrales bij te zetten, kijk, we hebben sowieso een oplossing nodig voor het afval. Ofwel vinden we die. En dan is het geen probleem, kunnen we nog wat kerncentrales bijzetten. Ofwel vinden we die niet en dan zitten we nu sowieso al met het probleem. Dus mm -hmm. hoe dan ook, er is echt geen enkel rationeel argument om die kerncentrales te gaan sluiten. Zeker niet, niet vanuit mijn perspectief. Namelijk het perspectief van iemand die ernstig bezorgd is om klimaatopwarming. Laat staan vanuit het perspectief van iemand die zegt dat de planeet aan de knoppen gaat door klimaatopwarming. Mm -hmm. Dus hoe, hoe meer dat je gelooft in de, in de catastrofe van klimaatopwarming, uh, hoe. Hoe vuuriger dat je eigenlijk een voorstander zou moeten zijn van kernenergie. En het feit dat dat niet gebeurt, doet mij vermoeden dat er dus iets anders in het spel is bij die groene beweging. Dat het meer gaat om verzet tegen wat dat zij noemen: ja, een kapitalistische industriële maatschappij, waarbij dat alles grootschalig is. En, 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 uh, en, en uh, waarbij kerncentrales ergens indruisen tegen het beeld dat zij hebben van, van hoe je samenleving er zou moeten uitzien. Namelijk klein en uh, uh, lokaal en, en uh, in harmonie met de natuur en kleinschalig. En, Kijk, als we een probleem hebben, dan denk ik dat we oplossingen en, en moeten aanvaarden, uit welke richting dat ze ook komen. Ik ben zelf ook geen tegenstander van hernieuwbare energie, zeker niet. En ik hoop echt vurig dat dat probleem dat ik daarnet beschreef met die batterijopslag, dat we dat binnenkort hebben opgelost. Mm -hmm. En als we dat hebben opgelost, hé, wel, dan mogen ze voor, die, voor mijn partie kerncentrales, mogen ze, mogen ze stoven of dicht doen, of, maakt me niet uit. Mm -hmm. Dus ik ben, ik ben niet verknocht aan kerncentrales. Op dit moment is het een enorme troef. Omwille van de problemen die er bestaan met andere energiebronnen. Maar als die andere energiebronnen plots een technologische doorbraak genereren, ja, dan vind ik het prima. Dan, dan zetten we heel de hele wereld vol met zonnepanelen en dan, draaien we, dan laten we. Laten we onze economie draaien op hernieuwbare energie. Maar ik heb de indruk dat dat, dat, dat pragmatisme heel ver te bespeuren is aan de andere kant. Dus het, het, het verzet van de groene beweging, en niet alleen de groenen, zelfs de liberalen gaan erin mee vandaag, uh, die gewoon de dogma's over kernenergie overnemen, dat vind ik, vind ik hallucinant. En druist volledig in, nogmaals, tegen het gevoel van urgentie waar ze zelf zo op hameren. Ze zeggen het letterlijk: hè. we hebben nog twaalf jaar en dan is het alleen dat de knop. Ah, trouwens, we gaan onze kerncentrales dicht doen. En je ziet heel mooi in de grafieken de de prospectie dus, de voorspellingen van de CO2-uitstoot na de kernuitstap, ja, dat is gewoon gigantisch veel erbij. Extra. Om, om we, omdat we het met iets gaan moeten ondervangen, en dat zullen sowieso gascentrales zijn. Of het zal geïmporteerde energie zijn uit Frankrijk, dat zijn dan toch weer al kerncentrales. Dus het is de, het, het irrationalisme in de, in, bij de groene beweging is op dit moment denk ik zelfs een groter probleem uh, voor de klimaatopwarming dan de mensen die het klimaat gaan ontkennen. De, de hier in België bijvoorbeeld, ja, de enige ontkenner die nu nog rondloopt in de politiek is Jean-Marie Dekker. En, van, en zelfs de Dekker zou zeggen, ja maar ik ben geen ontkenner. Ja. Kijk, op dit moment, uh, dat heeft gewoon geen politiek uh, over... Dus er is wel een deel van de publieke opinie die zich daarachter schaart. Dat is ook een van de redenen waarom Thierry Baudet zo goed scoort mm -hmm. in Nederland. Maar een veel groter probleem zijn de mensen die... die ja, Allerlei irrationele dankbeelden hebben over, over kernenergie of die denken dat hernieuwbare energie. misschien met als Jean-Marie de, de dekker van, aanhaalt. Mensen die zeggen: van, Kijk, het is puur een ja, kwestie man. van politieke moed. Alle mm -hmm. oplossingen liggen nu al op tafel. We moeten gewoon beslissen om het te doen. Dat is gewoon waanzin. Dat is gewoon niet zo. Ja. Want als je iemand als Jean-Marie de dekker aanhaalt, dan zouden je zeggen: Ja, als dat een klimaatontkenner is, Goh, wie ligt daar van wekker in ons kleine België? Als dat daarentegen Donald Trump is, heeft dat niet een klein beetje een grotere impact? Dat is waar. Nu, de impact van Donald Trump is wat dat betreft ook relatief. In de zin dat de veel, veel, veel van de uh, klimaatbeslissingen uh, die genomen worden. bevinden zich eigenlijk op het niveau van de staten. En veel staten hebben zich er sowieso toe verbonden. dat ze steenkoolcentrales gaan sluiten. Dat ze overal zonne- en windparken gaan bijbouwen. en dat ze de klimaatopwarming ernstig gaan nemen. Nu, Trump is sowieso slecht nieuws. Dat is zeker waar. Mm -hmm. Maar. Uh, Denk, in more ways than one. Ja, yeah, yeah, in more ways than one, inderdaad. Yeah, het is eigenlijk in de marge, ja, yeah, oké, okay, uh, ook dat nog, yeah. uh, dat, dat hij de klimaatopwarming niet ernstig neemt. Um, ik denk, kijk, de... de de transitie naar hernieuwbare energie is sowieso al ingezet, maar het, is een beetje, het loopt gelijk met onze discussie over uh, de, de liberalisering en de islam. Ja, het zou allemaal wel veel sneller mogen gaan, dat klopt mm -hmm. wel. Ook, ook de fossiele bedrijven, uh, die hebben ook al wel door van, ja, kijk gasten, in het beste geval kunnen we hier nog 10, 20 jaar echt uh, grote winsten boeken, maar daarna is het afgelopen. Dus we gaan sowieso naar iets moeten zoeken, uh, omdat dus de, de richting waarin de wereldeconomie op dit moment aan het bewegen is, dan ziet er ook... Met, met China, dus zelf China, neemt nu bijna zelfs het voortouw. Maar goed, ze zijn ook een beetje hypocriet als ze zeggen van ja, wij, wij zijn nog maar 50 jaar aan het stoken, dus wij hebben nog wel wat krediet. Um, wij moeten pas binnen 50 jaar echt zo um, gaan afbouwen, terwijl dat, jullie, jullie zijn al sinds 1800 bezig <laughs> Uh, maar, maar, maar zelfs China is maar op dat we moment. Geel zelfs... wel de planeet. Jammer maar helaas. Ja, uh, Dus er wordt vooral, er worden veel zwarte pieten naar elkaar ja, ja. doorgeschoven. De ene ja, je hebt, je hebt de, de CO2-uitstoot per capita. Je hebt ook de geschiedenis van ja, hoe lang zijn ze al aan het uitstoten. Uh, op welk welvaartspeil bevinden ze zich op dit moment? Waar gaan de grootste gevolgen zijn van klimaatopwarming. Ook dat dus de, de, het is helemaal niet zo verwonderlijk. Dus de, de, de mensen die nu zeggen van uh, onze generatie heeft er niks van gebakken, er is ook een soort van. Zelfkastijding in, die mm. mensen die zo Anuna en Kira gaan bewieroken. Van ja, kijk, eigenlijk staat er een. Trouwens, het is ook niet een generatie, hè. het is een segment van die generatie. wees er maar zeker van dat ook een deel van die generatie zegt. Net, net, ja, net zoals de onze, van uh, of het klimaat kan mij gestolen worden. Of ja, ik vind toch andere zaken belangrijker. Of ik lig meer wakker van de islam. Of wat dan ook. Mm -hmm. Ik bedoel, het is niet omdat 10.000 jongeren op straat komen. Ik bedoel uh, dat de andere jongeren die thuisblijven allemaal mee zijn met dat verhaal. Dus dat zeker niet. En. Uh, om zomaar de hand aan onszelf te slaan uh, en te zeggen van, uh, wij hebben het allemaal verknuid, dat, dat, dat is ook zo, zo een bizarre vorm van, van, van zelfkastijding, die, die volgens mij ook niet klopt. Ik bedoel, het, het, mocht het echt zo simpel zijn, economen noemen zo'n probleem, dus uh, tragedy of the commons, dus kijk, uh, het klimaat, de atmosfeer, is iets dat overal zit, dus bij, bij de meeste milieuproblemen is het zo als je, iets, als je vervuilt als een land, dan is het in je eigen belang om die vervuiling tegen te gaan. Want die is meestal vrij gelokaliseerd als je rivieren vervuilt en dan heb je daar een probleem. In je eigen rivier en niet ergens aan de andere kant van de wereld. Het probleem bij de klimaatopwarming is net dat het rationeel gezien voor elk individueel land verstandig is, puur rationeel, om vooral niet te doen. Of niets te doen, of zo weinig mogelijk te doen. En, en te verwachten dat andere, andere landen de, de, de grote inspanning gaan doen. Dus het is heel begrijpelijk waarom iedereen een beetje de kat uit de boom aan het kijken is. Want klimaatambities stellen is eigenlijk altijd een beetje in je eigen vuil snijden. Stel in het allerbeste scenario uh, dat alle andere landen plots uh, het voortouw gaan nemen. Ja, dan kan België in principe maar blijven stoken. Dan hebben we twee voordelen. En we kunnen onze welvaart behouden. En uh, het klimaat wordt gered door andere landen. En het probleem is, als elk land die redenering volgt, en dat is nu wat er ja, gebeurt, doet van, dan dat. doet dat door niemand iets. Ja. Dus, en dat heeft niet niets te maken met de, met de menselijke stomzinnigheid. Dat heeft gewoon te maken met de, met de speltheorie achter dat probleem. Dat CO2 die je uitstoot, ja, die houdt zich niet aan landsgrenzen, die steekt gewoon overal uh, over. En om dus. Een gecoördineerde actie op te zetten. over de hele wereld. En om die CO2 stelselmatig af te bouwen. Op een manier dat, er, dat je dat probleem van die vrij, vrijbuiters niet hebt. Dat er niet mensen zijn die zo maar wat de kat uit de boom kijken. en wachten tot anderen het oplossen. Dat is gewoon een gigantisch, ingewikkeld probleem. Dus, dus mm -hmm. vandaar. en ik bedoel dat niet betuttelend uh, aan Anuna en Kira, maar gewoon zeggen van ons geduld is op en het moet nu gebeuren en België moet dat. dat dat is gewoon. Dus ik denk. Vandaar, en dat is ook hetgeen waar ik de, 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 de brief mee eindig. Ik denk dat. Voor zover België een grote impact kan hebben op de rest van de wereld, zal het niet zo zijn uh, door, door, door wat hogere ambities te stellen en door de beste leerling van de klas te zijn. Want dat blijft sowieso een druppel op een hete plaat. Wat dat wel kan zijn, stel dat onze universiteiten een manier ontwikkelen om bijvoorbeeld die, dat uh, probleem van die batterijopslag uh, te ondervangen, of om uh, energie om te zetten naar waterstof en dat echt op een goedkope manier. Uh, mogelijk te maken, die op, op schaalbaar is hè, om er echt de hele wereldeconomie op te laten draaien, dat zou een gigantische uh, bijdrage leveren. En vandaar dat ik ook veel meer verwacht van, uh, van, 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 van technologie of van ook nieuwe technologische doorbraken dan, uh, dan dat ik iets verwacht van, van, van collectieve acties of van hogere ambities. Kijk, zelfs, de, zelfs de, de, de ambities van het klimaatakkoord van Parijs zijn nog altijd maar zeer bescheiden. Ze dus zijn we altijd nog, nog lang niet wat we eigenlijk zouden moeten zijn. Dus ik denk dat de grote doorbraak uh, zal komen van ofwel uh, hernieuwbare energie die plots het probleem van de energieopslag zal, zal uh, uh, ondervangen, dus met waterstof of met batterijopslag of wat dan ook, of uh, een uitbouw van een, een, een nieuw type kerncentrale dat we gewoon heel snel kunnen zetten Um, en dat dus geen CO2 uitstoot, of uh, CO2-opvang. Dus de, de, de CO2 die we wel hebben uitgestoten, dat we die terug uit de lucht halen. Dus dat kan al, dus, dat, dat is precies ook wat dat bomen doen natuurlijk. Um, maar uh, daar is het ook een kwestie van uh, dus de opschaalbaarheid. Dus je moet, ja, je, moet, je moet een installatie kunnen opzetten die uh, ook niet te veel energie kost, en die letterlijk gigatonnen uh, CO2 uit de lucht kan trekken uh, ja, de, de komende twintig jaar. Dus dat wordt sowieso een enorme uh, technologische uitdaging. Dus ik denk dat, dat we daar veel meer van moeten verwachten. En met dan inderdaad nog die noodrem van de geoengineering mm -hmm. uh, als, als laatste redmiddel van als, als we er echt niet toe komen. Um, en ik denk dat als je kijkt dus naar de geschiedenis van eerdere, uh, eerdere doemvoorspellingen over, over het milieu, over, het, over de zure regen, over uh, het gat in de ozonlaag, dat de, 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 de doorbraken die hier gekomen zijn, zijn bijna altijd van, van, van technologie gekomen. Neem ja. nu het voedselprobleem in de nee, jaren niet, 60 Niet van een verandering in gaan leven, ja, zullen we maar zeggen, maar van het feit dat de technologie ja, sprongen. Mensen het. zijn niet minder gaan eten sinds de jaren 60. Wat er ja. wel gebeurd is, is uh, er zijn nieuwe gewassen ontwikkeld, er zijn uh, moderne irrigatietechnieken uitgerold over de hele wereld, Kunstmest uh, heeft voor gigantisch hogere opbrengst gezorgd. Dat heeft ervoor gezorgd uh, dat de doemvoorspellingen over de overbevolking niet zijn uitgekomen. Uh, maar het idee dat we het voedsel eerlijker moeten verdelen, zoals dat toen werd, uh, dus dat was een, een gedragswijziging die werd voorgesteld, daar is niks van uitgekomen en het was ook niet nodig. Ja. Allright, cool. Maarten, ik heb het gevoel dat wij hier nog uren kunnen blijven verder gaan. Absoluut. Uh, maar um, even voor alle duidelijkheid, je hebt een nieuw boek uit. Het boek heet Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Wanneer komt het uit? Uh, overmorgen dus... zeker? Zijn we de 25ste? Okay. Ja, het is eigenlijk vorige week. Hè. De ah. aflevering komt op maandag. Ah, oh, right. oké, okay, cool. Dus, uh, dus het ligt is dan vorige week uitgekomen, ja, het ligt ja, ja. nu in de winkels. Dus wacht, hè, we zullen dat even zo zeggen. Oké, okay, uw boek, waar, uh, Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat, ligt nu in de winkels. Dus we kunnen ja. het oppikken. Het um, was zeker heel interessant lezen. Ik denk dat we daar nog vier uur mee kunnen vullen. En misschien moeten we dat op een ander moment maar eens doen. Zeker. Maar in Draag. ieder geval, heel hartelijk bedankt voor langs te komen, uh, Andries. Het was weer leuk zoals altijd. Ik was al zoals altijd Alex Hackduw. En zeer welkom en zeer leuk, Maarten Baudry. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Zo, so, dat was het. Dat uh... <laughs> was het voor Welcome to de AA. See you next time. Biatjes. De eerste stap op de weg naar recovery is admitting you dat je een probleem hebt. Welkom in de AA. Uh-oh, ik ben hier aan u dat de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zending is dee! Niet de bay! Glimmels op de midden- Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.